Beste mensen, een hele goede avond. We zijn hier bij de tweede aflevering van de Dobbeltje Show. Hoe is het met iedereen? We gaan wachten tot iedereen een beetje in de chat komt. We gaan wat mensen omhoog laten. En we gaan het over een paar dingen hebben. Het wordt een gezellige avond met wat streamers, mensen. Dikke SO naar de vorige kijkers. We zijn al op de 600, boven de 600 kijkers, aflevering, dus dat is al best goed. Je weet toch, laten we zo positief vooruit gaan. En ja, laten we kijken wie er zo omhoog wilt komen. Ja, we hebben al 7 kijkers. Eens even kijken. Mensen, mensen, mensen. Het wordt weer gezellig. Het wordt weer een gezellige avond zoals gisteren. Iedereen welkom in de chat. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. We hebben 9 kijkers. Gaan even wat dingetjes veranderen. Ja, mensen, we hebben 15 kijkers. Zijn er mensen die omhoog willen komen? Laat het even weten. We hebben er al eentje. Black Mamba. Goedenavond, jongeman. Hey, Mamba, hoe is het? Als ik er niet aan denk, goed. Ja. Leuk dat je er bent, man. Geweldig. We hebben Ja. 15 kijkers. En we wachten natuurlijk nog op Bartje, Karim, Reza, Hanneke. En wie ik allemaal vergeet, mijn excuses. Gezellige Ja, je mensen, bent wat hebben vier minuten te vroeg, man. we? Ja, ik dacht graag iets eerder live. Gisteren was het echt gezellig, dus vandaag gaan we weer tegenaan. Dus ja, wat ben je aan het doen? Ik ben net klaar met bagger slaan. Ja, hij heeft met elkaar geslagen of wat? Ja, Ja, man. ja, ja. Het geluid is hier wel iets beter. Hoor jij mij ook zo goed? Of valt dat mee? Ja, ik hoor jou perfect. Heb jij headset in of... Ja, ik heb headset in. Hoor je mij goed? Of headset is op. Maar je hebt Ja, of oortjes. gewoon oortjes. Ja, Die hebben. Yo, dubbeltje, hoe is die? ja, goed met jou, bro. Hoe Ja, is mijn het? Iranier, man. Lang niet gesproken, man. Oh, wat Iraniër. Welkom in de show, bro. We hebben Iraniër hier. Lang niet Iran. gesproken, man. Ik heb Iran. nog gisteren onze gesprek teruggeluisterd, man. Ja, man. Ik vind het leuk dat je er bent, man. Ik had ook gehoopt dat je zou komen vandaag, man. Bro, ik heb een vraagje aan jou. Ja, met alle respect, ja. Ja, natuurlijk. Of wil je dat ik dat privé doe? Kijk, hè. Ja, Die hou maar moeder privé, heeft... hou maar privé, hou maar privé. Nee, maar kijk. Nee, mag niet toch. Doe maar Het is gewoon leuk zeggen. dat je er bent. Je weet toch, we gaan een gezellig gesprek beginnen. Je weet toch, gisteren was het echt gaande. Ik wil gewoon de oude garde een beetje bij elkaar. Jij hoort er ook bij. Maar broeder, ik heb een vraagje aan jou, hè. Ja. Kijk, ik ben gestopt met mijn stream, toch? Ik had gewoon 60, 70 kijkers. Ik wil dat jullie genieten. Maar stel je voor, hè. Iemand heeft gewoon honderden video's over jou. Over jouw moeder, vader, alles, hè. En ik maak die Ja. persoon moderator. Zou jij beledigd worden of niet? Ja, kijk, ik snap wat je bedoelt, maar kijk, je moet mij ook begrijpen vanuit mijn kant. Ik kom hier nou net live en ik ben hier niet om andermans kant te kiezen. Maar dan Jullie kies... kennen mij. Nou, maar laat me uitpraten. Jullie kennen mij allemaal. En voor mij is het gewoon: jullie komen hier in de chat en degene die zich niet gedraagt, die gaat er gewoon uit. Oké, je Snap hebt je? En ik gelijk, heb met daar. alle Ja. respect. Je hebt gelijk, ik ben met je eens. Maar als jij eerlijk is eerlijk, hè? Als jij zo iemand moderator maakt, dan kies jij toch gelijk van, dan spuug je toch gelijk in mijn gezicht. Stel voor, ik maak iemand niet. Nee, maar Kijk, dat is stel. niet eerlijk. Maar zo zit het leven niet in elkaar. Dus Dat is ik wil jou gewoon nou een alleen. Kijk, feit. ik wil één ding aan jou vragen, broer. Gewoon duidelijke vraag. Kijk, ik ga binnenkort weer streamen, ja? Stel voor, er is een account die heeft met jouw moeder zijn adres, alles gewoon, echt jouw Ja, dan gezicht, alles. heb ik op dat moment, als ik in jouw stream kom, heb ik daar niks mee te maken.
Dan hoor ik me te gedragen in jouw stream. En dan hoor ik die ruzie van ander. Hoor ik niet een ruzie van mij in een andermans panel uit te vechten. Ja, maar waarom zou jij iemand moderator maken die video's over mij heeft? Precies die persoon zou moderator maken. Waarom? Ja, maar zo heeft iedereen over elkaar wel wat te zeggen. Ja, maar je wil gewoon met mij kutten, dat... gewoon eerlijk. Zeg gewoon, je wil met mij kutten, toch? Gewoon eerlijk. Anders ga je hem niet moderator maken. Ik weet niet eens van jouw ruzie, van zijn ruzie. Hallo. Nee, maar ik zeg gewoon eerlijk. Kijk, ik zeg je gewoon eerlijk. Kijk, broeder, ik heb respect voor jou. Ik heb jou gesproken en zo. Maar jij hebt iemand moderator gemaakt die met mij maanden bezig is en die alleen maar video's over mij heeft. Ja, wie dan? Wie dan? Die met die blauwe profiel. Ik wil zijn naam niet inzeggen. Broer, hij heeft alleen maar video's over mij. Broer, ik ben de laatste half jaar, hè. Deze persoon die... Ja, maar als je niet eens wilt zeggen, wie het is, wat de fuck heb ik daar aan? Daar, die gast met die mutje, Big Mouth Billy, die moet je weghalen als moderator. Want die heeft half jaar Hanneke lastig gevallen. Wallah. Vraag aan Hanneke of ik niet voor haar alleen maar heb opgenomen de laatste half jaar. Ze noemen haar hoer, ze hebben video's over haar opgeloden. Wallah, ik heb zo lang voor Hanneke opgenomen. Zelfs als Hanneke bij mij binnenkwam, mensen schelden Hanneke uit, ze kregen time-out. Zo'n soldaat. En dan, ja, maar kijk, zo gaat dat hier ook. En iedereen verdient gewoon een kans. Ik laat niet jouw ruzie. Kijk, ja. Ik respecteer jouw mening. Je hebt vet gelijk. Jij moet neutraal blijven. Maar broer, alstublieft, begrijp mij. Als jij zo iemand moderator maakt, dan ben jij geen neutrale persoon meer. Want weet je waarom? Ja, dan mag je dat van mij vinden. Maar dit is gewoon mijn denkwijze. En ik voer het uit zoals ik het wil. En jij kan denken van mij zoals jij wil. Kijk, jij vroeg mij. Ik vraag je alstublieft of je dat wilt weghalen als moderator. Want hij heeft alleen maar... Nee man, ik heb geen probleem met hem. Oké, is goed. Dus daar vind je het goed. Oké, is goed. Dan weet ik het, man. Is goed, man. Geniet van je show, man. Ciao. 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 Ja, Bamba, ik wil even jouw mening vragen. Wat vind jij van dit? Ja, vertel. Ja, ik weet niet. Qua taalgebruik, zit daar nog belemmeringen hier al op YouTube of niet? Want dan kan ik tenminste gewoon mezelf zijn. Ja, nee, je kan gewoon jezelf zijn. Vertel, wat vind je hiervan? Ik vind kankerzielig hoe hij hier loopt te janken. Ik bedoel, wat heb dat daarmee te maken? Hey, kom op, hé. Hey. Ja, wat heb ik hiermee te maken? Helemaal niks, toch? Ja, dus, dat bedoel ik, weet je. Ik bedoel, hij heeft een probleem met een ander. Die zorgen hoef jij niet op te knappen. Precies. Wat vinden jullie daarvan, mensen in de chat? Er zijn genoeg kijkers. Wat vinden jullie daarvan? Komt een Iranier komt hier uithuilen omdat... iemand moderator is. En nee, joh, dat is echt absoluut ongehoord, want hij heeft dit en hij heeft dat gedaan. Nou. Ja, maar zo, ik zeg heel eerlijk, kijk, ik ben het pas begonnen en ik wil het heel leuk hebben met mensen. Maar zo heb ik dus de hele tijd mensen die tegen mij zeggen, ja, maar die, maar op een gegeven moment blijft er niks over. Precies. Eigenlijk zou je het zo kijken. Broer, in de wat kankerzielig. Ja. Luister. Wat kankerzielig aan Mattie. Luister. Ja, ik weet je wat zielig zou zijn? Als ik vraag aan hem om mensen te blokkeren omdat ik hun niet mag. Hallo. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk punt in. Maar, als jij iemand... Ja. Kijk, ik vroeg alleen aan Dubbeltje wat hij daarvan vindt. Hij vindt het goed. Hij heet geen Dubbeltje, hij heet Dubbeltje. Er is een gast. Ten eerste, spreek mijn naam goed uit. Alsjeblieft, je kent me al jarenlang en je zit nog steeds Dubbeltje. Kom op. Ja? Ja. En ten tweede, hoe is het verder met je? Ja, wat doe je verder met je leven? Ja, kijk, vertel eens wat over jou. Kijk, broeder, luister. Ik wil je gewoon... Kijk, ik probeer jou... Ja, ik denk dat je mij wil... Kijk, ik denk dat je expres hem hebt moderator gemaakt. Ja, maar dat is wat jij denkt. Dat is de psychose die jij hebt en niet ik. Oké, nu vraag ik aan jou. Kijk, ik ga morgen live. Ik ga Ryan moderator maken. Hij heeft video's over jou opgeloaden. Hallo, maar je mag moderator maken wie je wilt. Ja, je mag moderator maken wie je wilt. Nee, maar, vraag aan Dubbeltje gewoon of hij reclame wil maken. Want je hebt nou al twee keer gezegd dat je morgen live gaat. Vraag het gewoon. Precies, vraag het gewoon. Reclame? Ja, vraag het gewoon, man. Wij zijn het van jouw fucking niveau, maat. Broer. Vertel. Broer, jij zegt net reclame. Ik heb meer dan 120 accounts kwijtgeraakt. Ja, maar dat is leuk hoeveel kijkers je hebt. En dat jij morgen live gaat. Ik kom ook in jouw live als je wilt. Je mag ook in mijn live zijn. Je weet toch. Volgens mij zit je bij het verkeerde programma. Ga naar Opsporing Verzocht als je accounts bent kwijtgeraakt. Ja. Wat heb je voor een... Wat is dat voor actie? Actie, kerel. Hey, dubbeltje. Nee, dat is praxis. Dobbeltje. Dat is dobbeltje. Dobbeltje, luister, niet dubbeltje. Van je show. Als dit soort vragen... Ja, dat zei je net ook. Je valt in herhaling. Ja. Waarom praat jij doorheen? Ik praat toch met... Nee, maar je vervalt ook in herhaling. Wat wil je dan zeggen dan? Ja.
Luister naar hoerenkind. Niet meer zeggen ik ben zielig. Wie is nou ja, een hoerenkind, jongen? Wie is hier nou de hoerenkind, man? Als... Hey, jij bent zwak begaafd, man. Zwak nee, begaafd, je... idioot. Ik ga die gesprek van ons even online gooien, kijk. Even serieus, mensen. Ik wil eventjes... Dit is wel eventjes leuk. Kijk. Het begint goed. Ja, dit begint goed. Dit begint goed. Ik heb nog maar twee slokken genomen van mijn koffie. Oh, god. Ja, oh. Ja, ja. Dit soort mensen heb je ook, weet je. Wat is je talent? Het doel? Ja, maar wat is jij je doel, weet je? Door, hè? Hij kwam met sluiperreclame. Sluiperreclame. Ja, sluiperreclames, joh. Oké, okay, maar 28 kijkers, leuk, 30 kijkers. Morgen gaat Iranier ook live. Dus dat jullie dat even weten, oké? Okay? Ja, even reclame maken, hoor. Ja, dat is geen probleem. Daar is het ook voor. Maar reclame maken, kom morgen. Ja. En dan gaat hij ook nog zeggen, dubbeltje. Dat is gewoon bewust. Hij schat jou lager in dan een euro. Dat is zo kankerkinderachtig. Ja, ja. Het is geen dubbeltje, maar dobbeltje. Ja. Maar het is een Iranier, hoorde ik dat. Dus ja, misschien toch nog een beetje integratieproblemen. Ja, maar ik snap zijn doel ook helemaal niet. Hij is hier op YouTube, maar ja, wat doet hij eigenlijk, weet je? Alleen maar een beetje bij mensen live komen, een beetje ahoeren. Maar ja. Ik zie wel staan, Iranier hoort bij de oude garde. Ja, dat kan zo wel zijn, maar je kan nog steeds idioot zijn. Dat heeft niks met de oude garde. Je kan nog steeds idioot zijn. Was hij dat toen ook al? Altijd zo geweest. Ah, oké. Okay. Nou. En zei hij toen wel dubbeltje of ook dubbeltje? Altijd dubbeltje. Maar dat is helemaal niet erg. Mij maakt niet uit hoe je... Uiteindelijk, weet je... Maakt maar ja, uit. Ja, gokken begint met een dubbeltje, gek gezegd. Ja, toch? Dat is toch... En gokken doe je met een dobbelsteentje, ja. Ahmed, ik denk dat je bedoelt Deventer. Ja, jullie mogen gokken. Ik heb heel veel verhalen gehoord. Ik word daar. Ahmed. Jullie mogen... Hey, Ahmed. Lisa, kom omhoog. Hey, dat is toch een Ahmed. Waar lees jij de... Oh, je zit natuurlijk in de YouTube. Ja, wacht. Ik moet natuurlijk ook eventjes een link maken. Inderdaad. Sorry, mensen. Ik zou even een link maken. Ik wil link worden, maar ik heb geen link. Ik wil niet link worden. Nee, maar die Iranier. Ja, wat een heet hoofd. Hè? Wat is die? Oké, één moment. Ik ga eventjes even kijken. Hoe doe ik ook weer de link? Even kijken, delen. Hoe doe ik dat? Zo, jongen. Oh ja, zo. Ik ga het even in de chat zetten. Dan kunnen jullie omhoog komen. Lijkt me wel gezellig. Wel even wat betere mensen dan Iran hier even serieus, man. Kom op. Laten we geen ruzietjes van andermans dingen uitvechten. Ik ben heel lang weg geweest en ik ben weer terug, weet je. Laten we gewoon met een goede manier. Iranier, kom gewoon boven. Praat erover. Zit je ergens mee? Wij zijn er. Precies. Wij zijn er voor jou. Maar we gaan niet de hele avond aan je wijden. Hè? Kom maar boven. Doe maar. Kom maar. Mensen, kom omhoog. Jullie kunnen omhoog komen. Kom op. Ik verwacht natuurlijk wel wat mensen die omhoog gaan komen. Reza Motori, welkom. Hey, goedenacht. Goedenacht. Yo, hoe is het, bro? Hey, dobbeltje. Hey, Black Mamba, hoe is het met jullie? Ja, goedenavond. Ja, goed. Oké. Okay. Hey. Ja, we waren een beetje gechoqueerd. Er kwam net een Iranische man kwam binnen en die ging Iranier. Ja, man. Cool. Ik heb een stukje van meegekregen, maar het begin niet. Ik wist niet waar het over ging, zeg maar, vanaf het begin. Ik heb alleen het laatste stukje een beetje gehoord. Maar wat was er aan de hand? Wat zei hij allemaal dan? Was hij weer... Kom al, ga je gang. Slag. Pak je bom. Hey, yo, met z'n... Yo. Nee, ik zal het even uitleggen. Zoals ik al zei, heel veel mensen hebben problemen met elkaar. En ik ben net pas hier met StreamYard. En ik wil gewoon gezellige mensen hebben. En ik kan niet de ruzies van andermans mensen uitvechten in het panel, snap je? Ja. Of, ja, dat is een beetje... Ja, klopt.
Kijk, er zijn een aantal mensen die, kijk, met moeders en kinderen, kijk, die mensen moeten echt, maar ja, Iranië is volgens mij gewoon, ja, je moet eventjes met Iranië praten, weet je. Ja, ja, Iranië, kom omhoog. Gozer. Ik weet dat je meeluistert, kom omhoog. We kunnen gewoon praten, snap je? Daarvoor is het ook. Ja, niet gelijk schreeuwen en gewoon normaal. Jij komt op stream, ja, maar je erft wel alle fitties die hiervoor waren. Die erf ja, maar, dat maar, heb ik Dobbeltje al voor gewaarschuwd, Reza. Ja, maar, nee, maar kijk, wat ik ook wil zeggen, kijk, Black Mamba en ik kom van Bigo en daar gaat het een stuk erger aan toe. Dus dit is erg, ja. Dit kunnen we allemaal wel handelen, weet je, dit is echt totaal niks. Maar we willen wel gewoon normaal met hem in gesprek gaan, met ja, Iraniërs. En hij is hier ook, en ik ga hem ook omhoog halen. Mooi. Yo. Luister, kijk, hè. Ik zou hier binnengekomen zijn, we hadden vette gesprekken met elkaar. Ik heb met jou telefonisch half uur gesprek, ik heb net gekeken. 29. Daar gaat het niet om, je praat over een gesprek van drie jaar geleden. Als je gaat teren op een gesprek van 3 jaar geleden is leuk. We zijn hier nu aan het praten en jij hebt een probleempje met die en die en die, maar ik ben gewoon goed met hem. Je kan niet van mij verwachten. Kijk, ten eerste, snap het gesprek is van 2021, 25 augustus. Dat is goed voor je, ja. En als je dat online wil zetten, zet je dat online, weet je. Want ja, ik weet dat jij een jongetje bent die opneemt. Haal je mond dicht, je bent in mijn live. Je bent in mijn live. Ja, gooi je mond te gooien, je bent in mijn love. Je kan hier positief komen, je kan hier leuk praten met ons. Als jij negatief doet, gaan we echt op een hele leuke manier met je omsnappen. Dat is echt allemaal jou. Oké, luister. Ik heb mijn eigen stream gewoon weggegooid. Omdat ik hier niet meer zin in heb. Dus... Ja, maar dat is jouw probleem, man. Ja, maar als je er geen zin in hebt, waarom kom je dan toch? Dat snap ik dan niet. Wel. Heb je wraakgevoelens op mij nog? Maat, kerel, ik heb niet eens aan je gedacht. Zo belangrijk was je niet eens in mijn leven. Snap nee, ik maar gewoon 3 maanden geleden heb je wel een filmpje over mij opgeloot. En toen heb je die verwijderd omdat het een foutje was van jou. Want je dacht dat ja, als jij denkt dat ik heb niks opgeloot. Mensen weten op mijn YouTube-kanaal wat ik upload. Okay. Nee, je moet gewoon die rare. Nee, maar jij zei dat je met mij wil praten, toch? Nee, maar ja, hoe gaat het in welke instelling zit je nu? Ja, ik wist het. Ja, jij wil beef. Jij wil beef. 100% jij wil beef. Nee, we kunnen normaal praten. Hoe is het kijk, verder? Kijk, wees tenminste eerlijk. Zeg, ik wil beef. Maar niet zeggen van, ik wil geen... Ja, yeah, maar je kijk hoe jij hier binnenkomt. Hé, hey, luister. Ja, kijk man, hoe jij hier binnenkomt. Hey, Iranië, denk aan je hart, man. Hi, everybody. Guess what? Luister. I've got hello. His name is Diesel Ducey. He came from the Kroger store in St. Louis. He's a real life train engine, really, really, truly. I've got a real life train engine, his name is Diesel Ducey. What the fuck? A real life train engine, a railroad locomotive. What the fuck okay, is this? Okay, you're very talented. Yeah, you've got a lot of talent. Yeah. Wow. Applausje voor haar mensen, dat was echt talent hier op het kanaal, dat weten we zelf alleen maar. We want more. Zelfs ik kraaide om in mijn stoel, maar goed. Nee, maar Iranië, hoe is het verder? Ben je ja, nog depressief? Ben je nog depressief? Ja, ik ben net zo depressief als je moeder. Ja, dacht ik toch. Hé, oh, hey, dit. Waarom moeders. Word je boos, dat hoerenkind? Jij noemde mij net of ik van klinkt. Dat hoerenkind. Waarom word je boos? Jij zei net, kom je uit kliniek. Mij doet die baard niks, vriend. Ik heb ook een baard, zo wat. Jij zei mijn baard doet jou niks, maar mijn woorden doen jou pijn. Kijk, Dubbeltje, jij zei net, kom je uit kliniek, toch? En ik zeg, ben je nog depressief? En dan scheld je mijn moeder uit, toch? Ik zei alleen, hoe gaat het met je moeder? Ik zei helemaal niks over je moeder. Weet je dat ik jouw moeder kan verkrachten voor jou gewoon en jij gaat niks doen? Hé, hey, Iranië, doe niet zo veel gek. Ja, doe niet zo gek, joh. Vraag alleen hoe het met je moeder ging. Kerel, doe eens normaal, man. Jezus, dobbel vragen, heel normaal. Ik hoor dat toch? Iedereen hoort dat toch? Ja, er is iets mis mee. Ik vroeg gewoon, misschien op het verkeerde moment, maar gewoon. Je weet toch, zo'n moeder was een keer ziek. Ik vroeg gewoon, hoe gaat het met je moeder? Ik wou toch even, Bart, goede avond. Ja. Ook mensen. Ja. Ben je? Mensen, ja, dit? Kijk. Ik ga het mij zo. Je gooit één ruit en ik gooi er 2 in. Als je mij gaat verzieken en op die tour gaat, ga ik ook op die tour. Voor de rest kunnen we het heel gezellig houden verder, toch? Hoe is het, Bart? Ja, goed, man. Met mij uitstekend. Bart, op Bigo wordt gesuggereerd dat jij bij dezelfde kapper komt als bij mijn kapper. Is dat zo? Ga je ook altijd naar de kapper in je douche? Ja. Oké. Okay. Bij Ton. Ja, mijn kapper klaagt nooit. Ton Deuzen. Nee, scheermes. Oké. Oh. Nou, dat heb ik ook een keer gedaan. Toen zaten er allemaal schrammen op mijn hoofd. Leek net of ik met de kat had gevochten.
Dan heb je waarschijnlijk van die goedkope mesjes. Je moet die giletten kopen. Die zijn 20 euro voor 4 mesjes. Oh, je hebt een tering hard. Sabir, hoe is het, Sabir? Goedenavond. Hey, broeder, hoe is het? Gezellig. Leuk dat je bent, man. Dankjewel. Nee, ik had wel een gilet. Mag 3 had ik. Ja, die moet je hebben. Sabir? Dan kan je gewoon goed scheren. Alhamdulillah, goed. Hoe is het met jou? Ja, goed, man. Leuk dat je bent, man. Hoe was je dag? Dankjewel, wat heb je gedaan vandaag? Gezellig. Ik zag de positieve sfeer in de chat en hier. Alhamdulillah, laat het niet verpesten door bepaalde mensen die jouw show willen kapen. Komt goed, Irani. Komt goed, Shabir. Goed gehandeld. Maar Shabir, haal piepstem bij jou. Die piepstem is hier, man. Hij is niet bij mij. Shabir. Oh, is hij hier? Waar? Ja. Blokkade. Hij is op zijn eigen territorium. Hoe heet hij dan? Ik weet niet, maar ik heb niks te maken met die mensen. Ik snap niet waarom je bij nee, mij begint. Nee, maakt verder niet uit. Ja, je moet niet afleiding zorgen. Kijk, ik ken die gast niet. Ik ken hem niet persoonlijk. Jij hebt persoonlijk met hem gesproken. Jij kent hem. Je zoekt hem in de supermarkten zelfs. Oh. Snap je? Dus ga dat niet op mij projecteren, man. Ga niet jouw ruzies op mij ermee mengen, man. Ik heb daar echt met niks mee te maken. Het is bekend wat ik, ervan vind. Ik ben tegen die ruzie. Shabir. Goed zo, Shabir. Oké. Shabir, ik hoor dat je opgewonden raakt. Nee, mensen, wat ik even wil zeggen is, kijk, ik vind het heel leuk dat Sabir hier is, dat we zo wat om kunnen gaan. Nu, zeker wel. We gaan ook mensen, trouwens, die allemaal hier zijn, abonneer ook even op Sabir's kanaal, want hij is hier eerder mee begonnen dan ik, snap je? Dus steun hem ook. En, ja. Wallah, die negatieve spiraal, daar moeten we uit, gewoon positieve sfeer, jullie hebben goede gesprekken, ga vooral zo door. We gaan binnenkort gaan we help Shabir de winter door. Dat lijkt me een hele mooie top. Nee, binnenkort gaan we met z'n allen even ook bij Shabir een keer live, als je dat leuk vindt. Dat is goed, man. Ja, jullie zijn altijd welkom. En ik wens jullie nog verder een goede avond en veel succes. Dank u wel. Ga nou over. Shabir, blijf nog. Ja, waar hebben jullie het over dan? Ja, waar we het over hebben. Kijk, we hebben hier... We hebben hier trouwens Black Mamba. Hij is heel erg gericht naar het geloof. En hij wil heel veel dingen weten. Hij heeft heel veel vragen. Maar wat ik niet echt kan beantwoorden. Jij bent iets meer slimmer in dat. Dus Black Mamba, maar wie was die ene gast gisteren? Had hij een masker op? Of was dat echt? Die christen was geworden. Oh. Dat was het. Hallo, hallo Anneke. Ik dacht al, waar was je? Hey. Hallo. Anneke. Hey, ja. Hier ben ik dan. Hey, maar even serieus zijn, jongens. Wat heb je een heese stem, Anneke? Ja, daarom. Ja. Ik ben ook echt hees, hoor. Samen begraven, maar iedereen ook. Dobbertje, kom hier nieuw. Er kan hier geen ruzies gaan uitlopen, vechten van Jan en Alleman, wat er nog is. Klopt. Jongens, dat is toch zo. Hij begint. Ja. Hij denkt bij zichzelf, ik ga streamen. Hij hoeft inderdaad niet alle ruzies hier uit te vechten, uit te vogelen. Maar even los van alles. Laten we met z'n allen gewoon op een normale voetstuk verder gaan. Ja, ook Iranier, dikke SO, ook naar Iranier. Ook zeg dat ik ken hem. Ja, zeker. Ik ken maar hem. Iranier, en ik weet dat gelijk... hij ook goede dingen bedoelt, hoor. Echt waar. Maar Iranier begon zelf met een AK-47 van dichtbij te vuren. Luister, Big Mouth Billy had eerst wel wat tegen mij. Hij heeft me ermee geholpen. Zeg ik eerlijk tegen jullie, guys. Dat wel. Oké. Okay. Heb het naast me neergelegd en ben met jullie verder gegaan. Maar dat wou ik ook tegen Iranier zeggen. Oké, ik denk, laat maar zitten. Al die strijdpijlen begraven we. We zijn broeders en zusters. We moeten normaal met elkaar verder. Dat is wat ik wilde zeggen. Ja, man, we hoeven niet telkens oude koeien uit de sloot te halen. Mensen beginnen over jaren terug. Precies. We leven nu dat in het nu. Dat hoeft niet. Ja, Dobbertje precies. Is, kijk, moet zijn eigen show hebben. Dobbertje show. Hij heeft ook hele leuke onderwerpen show. Bedacht voor vanavond. Ja, klopt. En daar dat is wat we zouden doen. Dus ja. Ja, ik wil even de eerste vraag. Ik wil even gewoon de eerste vraag beginnen. Die vraag die ik zelf heb, weet je. En daarna een vraag die andere mensen hebben bedacht. Maar hier komt die. Stel, je kon jezelf invriezen. Nou, we gaan Sabir, hè. Stel, je kon jezelf invriezen. Voor 100 jaar. En je zou over 100 jaar gewekt worden. Zou je dat doen? Ja. Wallah, die Ashab al-Kahf, die jongeren van de grot, dat verhaal in de Koran, die gingen 300 jaar slapen. En ze, toen ze wakker werden, was een hele andere tijdperk. Dus aan de ene kant het even omreden. Maar aan de andere kant, stel, over 100 jaar word je wakker en deze wereld bestaat niet meer, want de derde wereldoorlog is geweest, dan heb je niks aan. Dat is waar. Hoezo niet? Ik ben echt bang dat die gaat komen, hè, nu, met Rusland. Is haram. Ja, man.
Je maar, eigenlijk 100 jaar in laten vriezen. Om met een doel van ik kom over 100 jaar weer terug. Is ook haram. Ja. Zo is het leven niet. Is dat haram? Hoezo eigenlijk? Hoezo natuurlijk wel? Omdat jij er slechte intenties bij hebt. Je wordt weer wakker, zeg maar. Maar je wordt niet meer wakker. Ja, okay. Je gaat gewoon dood natuurlijk, hè? Dus ja, oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk speel je met de dood. En dan, ja, ik snap het. Ja, ik vind gewoon niet. Je moet van alle tijden afkeuren. Dat is iets wat alle subhanahu wa ta'ala heeft op deze wereld. Nou, dan... Dat is ook maar één persoon die bepaalt wanneer je gaat. Hallo, hallo. Dus... En niet, niet de vries zelf. Dus IVF is ook haram? Ja, wat? Ik vind van wel. Ik vind van wel eigenlijk. Omdat het ook Allah is die beslist over baby's krijgen. Ook Allah beslist over baby's krijgen. IVF, nee. Ja, IVF. Ja, dat is, ja, kijk, sorry, maar stil, een vrouw kan niet zwanger worden op normale manier. En dat is de enige manier waarop ze kinderen kan krijgen. Maar die zaadcel van de man wordt in haar geplaatst, niet van andere man. Waarom zou het niet mogen? Nou, omdat hij toch ingevroren was. Nee, dat is technologie. Dat... Technologie en Koran gaan niet helemaal lijnrecht samen. Sorry, jongens. Ja, maar Hanneke, hoe wil jij dan als chirurgen ook hartoperaties uitvoeren? Dat mensen het overleven? Oké, dat wel. Dat is wat anders. Ja, want die kennis hebben wij namelijk gekregen van Allah. Maar IVF, er zijn nog meer vrouwen die kinderen kunnen krijgen. Maar er zijn ook... Er zijn uitzonderingen. Kijk, over het algemeen is abortus haram bijvoorbeeld. Abortus mag niet. Ja, okay. Maar stel, een vrouw wordt verkracht en ze wordt zwanger. Er zijn uitzonderingen, toch? Ja. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Met een verkrachting is het ook haram. Ik snap wat jij bedoelt, Shabir, maar het is wel heel moeilijk voor die vrouwen om met een leven te leiden. Maar een kind die wat zijn uit de verkrachting is gekomen. Ja, nee, maar ik zijn het moeilijk. Maar ben het eens met Hanneke. Ik ben het Ja, maar kijk, ze zeggen ook door een verkrachting... Kijk, die bevruchting zelfs is dan, door Allah. Ja, zelfs dan, hè, is het eigenlijk haram, Shabir. Ja, dat dacht ik al, jawel, jawel. Ja. Wij zijn er niet om dat te mogen doen, eigenlijk. We hebben dat mag niet. Die baby heeft niks te doen met die verkrachting, leven. Die baby kan er niks aan doen. Maar stel, je kan op die manier het leven van de moeder redden, bijvoorbeeld door keizersnede of zo'n manier, mag dat dan wel? Door keizersnede te doen. Stel, dan moet je echt bij de vrouwen geleerde zijn, man. Dit is op een bepaalde manier. Keizersnede. Maar, kijk, als jij, je mag alles proberen om die moeder en kind te redden, tuurlijk. Ja. Ja. Hey, jawel, tuurlijk, ook een keizersnee mag, tuurlijk wel. Nee, maar ja, die vrouw is toch zwanger geweest met haar baby, in haar buik. Ja. Dus Sabir, ja, die moet er toch weer uit. En die moeder is niet de bedoeling om alvast al dood te gaan, natuurlijk. Maar wat ik me daarmee wil zeggen, heb je wel een moderne, gewoon een beetje abnormale er dingen nodig? Er zit wel iets in, je hebt gelijk. Maar er zit vroeger niet... bijvoorbeeld, in de tijd van de profeten, reden ze op kamelen. Maar nu hebben we auto's bijvoorbeeld, soms moeten we meegaan met de tijd ook. Ja. Oké, okay, heb je gelijk in. Alleen we moeten onze islam niet willen veranderen, jongens. Oh ja, Shabir, hoeveel bulten heeft een kameel? 3 of zo, toch? Oei. Willy. Hangt er vanaf. Twee, jongen. Weet je wat interessant is? De profeet heeft gezegd dat in einde der tijden, de tijd waarin we leven, vrouwelijke kapsels zullen op de bulten van kamelen lijken. Sommige vrouwelijke kapsels, subhanallah. Maar kijk, weet je wat ik bedoel, Shabir? Kijk, in plaats van IVF kan je ook een kind adopteren. Ja, van een moeder die misschien niet veel geld heeft, met zoveel. Maar dat vind ik eigenlijk wel onzin. Want dat moet dan ook haram zijn. Ik bedoel, het lot van het kind ligt in handen van Allah. Ja. Ja, en dan ga jij een kind adopteren. Dan ga je toch ook tegen de regels in? Nee, natuurlijk niet. Dat kind is al op aarde gezet en dat kind heeft geen ouders. Dus je doet een goede daad. Ja, precies. Als je een wees helpt of adopteert, dat is echt een goede daad. De profeet heeft dat ook gedaan. Hij was zelf ook een wees, snap je? Geen ouders. Ja, heeft Aisha toch ook, weet je? Ik bedoel... Voor de wezen, zij is, die heeft heel veel hasanata, jongens. Zeker. Kijk, een kindje adopteren is gewoon, als dat kindje geen ouders heeft, kindje komt uit oorlogsgebied, et cetera. Mohammed heeft dat heel vaak gedaan. En Sabir, gewoon, dat is Sabir. Gewoon echt voor de islam. Mensen, mag ik wat vragen aan Sabir? Is het ook toegestaan om met een gescheiden vrouw te trouwen? En is dat dan ook een goede daad als je voor de kinderen zorgt? De president heeft dat gedaan. Zijn eerste vrouw, Khadija, was gescheiden. Dat deed Mohammed toch? Ja, precies. Ja. Hij leefde 15 jaar met haar, dus dat is sowieso een goede daad. Ja, zeker. Alleen, weet je wat het is? Het verschil is, die kinderen blijven niet klein, jongens. Die gaan ook uit huis.
Die gaan studeren, HBO doen. Het is niet dat ze altijd bij die moeder in huis blijven zitten. Koetje, koetje, koetje. Zal ik je even melk geven? Een keer de deur uit. Ja, ik wou net zeggen. Dat is goed, eigen leven leiden. Alhamdulillah en mashallah. Eigen kamer. Als je groot huis hebt, ze kunnen eigen kamer hebben, daar hun eigen ding doen. Ja. Dat kan niet lastig. Ja. Ze kunnen ook een kamer huren en ergens studeren, dat ze alles is mogelijk. Ja. Klopt. Oké. Okay, maar wist je dat er sommige gezinnen waren die bewust kiezen voor adoptie, kindje te nemen? Express, ja. Al is het er maar één, dan één kind minder van de vrouw dat zij dan eentje baart. Maar dat er dan een andere in de plek komt die bijsluit bij broers en zusters. En ook als broers en zuster wordt opgevoed. Bij je, hebt ook, je hebt toch ook ouders die kinderen adopteren, zeg maar, en dan... Pleeggezinnen. Ja. 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 Maar ja, hoe, vinden dat, jullie, ja. Hoe vinden jullie dat een lesbische en homofiele stellen dan kind... Ik uitpraten? Oh, dat is een beetje abnormaal. Ja, okay, sorry. Gelijk al concluderen, dat vind ik wel heel bizar. Allah heeft Adam en Eva geschapen, niet Adam en Eva. Ja, klopt. Maar hij probeert te zeggen, wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie van twee ouders die een kind opvoeden? Luister, kijk, het feit is dat het wel gebeurt. Een man wordt vrouw en opeens krijgt die kind op een hele abnormale manier. Dat is ook een beetje gek, toch? Dat kan niet. Klopt. Twee mannen kunnen sowieso eigenlijk geen kind maken. Maar je ziet, hè, je hebt Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Tegenwoordig doen ze geslachtsveranderingsoperaties. Hoe zouden ze dat dan uitleggen? Van, ja, heel raar, man. Heel apart. Dat kunnen de biologie ook niet helemaal doorgeven, lijkt mij. Je speelt met je lichaam. Je bent geboren zoals je bent geboren. Je gaat jezelf niet laten verbouwen. Ja, klopt. Juist. Maar dat is mijn mening, hoor. Shabir is denk ik... Maar in Nederland wordt wel gezegd en gesteld. Dat is wat de islam... Dat is in de islam inderdaad zo. Maar ook de christenen hebben dat, jongens. Niet alleen islam. Over dat je geen jongen mag zijn als je al een meisje bent. Of als jij een meisje bent en een jongen wil zijn. Dat staat ook in de Bijbel. Klopt, jongen en christenen vinden dat ook. Ja, dat is het. Zelfs in het parlement. Hij zei, straks voel je je als een kameel of zo. Je gaat je toch niet ombouwen als een kameel. Dat kan toch niet? Nee, dat is niet natuurlijk. Baudet is er ook op tegen trouwens, heb ik gezien bij de Tweede Kamer. Hij is conservatief. Hij heeft dat ook gezegd. Maar ik heb veel vragen, zoals jullie horen. In de Koran is dat wel toegestaan, botox? Nee, botox? Je mag de schepping van Allah niet veranderen. Al die cosmetische ingrepen zijn eigenlijk niet toegestaan. Zelfs een tatoeage mag niet. Nee, ik heb geen tatoeage, alhamdulillah, en ik zal ook niks doen. Ik ben gewoon zoals ik ben. En alsjeblieft, inderdaad, ik raad alle meiden, alle dames aan, doe dat alsjeblieft niet. Is haram. Nou, ik heb er wel een. Je krijgt spijt. Maar dat is van vroeger, voor je bekering. Dus, ja, voor mijn bekering. Nou, hè? Dus dat is me dat al vergeven. Juist. Ja, shabarat toont. Ja. Als maar het is moeilijk. Bart, ben jij moslim? Ja. Nu weer wel. Okay, mooi man. Soms niet, nu wel. Ik ben weer aan nadenken. Ik ga me er weer mee bezighouden. Shabir, als jij shahada doet en je gaat je verdiepen in de islam, dan is er geen weg terug meer. In die zin, die mensen voelen zich nog steeds, toch, alhamdulillah, mashallah, mogen wij zeggen, een beetje toch die islam in de hart dragen, dan beter dat wij zeggen, ja, alhamdulillah. Ja. Liever beter nog dan meer een volledige kafir, inderdaad, klopt. Juist. Ja. Dan heb ik liever 1000 bartjes, dan mensen die helemaal niet weten waar ze in geloven. Beter moslim en zonde begaan dan helemaal de islam verlaten, klopt. Ja, ook, ja. Ja, je zit goed hoor, Bart. Alleen het is Jazeker. In jezelf blijven in de islam. Geloof in jezelf. Mensen, de chat is goed bekeken. En de East Record heeft nu 432 abonnees, mensen. Abonneer en like. Dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel sowieso. Maar als je niet geabonneerd bent, abonneer even. En like. Ja, gedaan, mensen. Like ik ga weer verder. Ik ga een film kijken op televisie. Het is avond. Wat gezellig, man. Tot de volgende keer. Shabir, chokran. Dankjewel, Shabir. Bedankt. Dikke SO naar jou, Shabir, dat je daar even bent geweest. Ja, ik kan toch even kijken. Kijk, en voor jou oprechte meningen. Iranier is geweest, Shabir is geweest. Ja. Nou ja, goed. Ook dikke SO naar Iranier. Ik hoop gewoon dat Iranier ook beseft. Het is gewoon een doppeltje show. Hier worden geen fitna's of wat dan ook... bestreden. Ja. Dat is niet de bedoeling. Klaar, we praten niet over hun. We praten over Hanneke, onderwerpen. Ewa, Iranier. Hey, hoe is Iranier. Welkom terug. Ewa, broer. Hoe is het? Hanneke, ik ben het met je eens. Goed, alhamdulillah. Ik ben helemaal met je eens. Het is zijn show. Hij bepaalt wat hij doet, snap je? Dat is logisch. Het is niet mijn show. Kijk, mijn show blokkeer ik gewoon mijn mensen die ik niet mag.
Maar Hanneke, kijk, dus ik snap ook dat jij zegt van, hoor je mij? Ja. Hallo? Ja, ik hoor jou. Ik snap je ook. Ik hoor jou. Kijk, ik snap je. Kijk, dat jij een goede begin wil maken, Wallah is echt goed voor jou. Dat jij bijvoorbeeld Esra, want die hebben video's over jou gemaakt en bepaalde mensen wil vergeven. Hebben Esra video's over mij gemaakt? Ja, dat zijn ook twee grote fitnessaaiers. Oh, lekker. Wacht, Bart, laat me even. Ik heb dingen gezien, hoor. Ik heb veel dingen niet gezien. Sorry, Iranië praat. Oké, sorry, Iranië. Dat heb ik toch 3 maanden... Nee, je hoeft niet sorry te zeggen. Sorry is een grote woord. Maar luister, 2 maanden geleden toch hadden ze toch een filmpje gemaakt. Dat weet ik al. Toen was je in mijn live. We hebben die filmpjes samen gezien. Mohem, ik dacht dat je dat al wist. Mohem, waar het om gaat is, je was niet goed met hun beetje. Je hebt het goed gemaakt. Dus ik respecteer dat. Maar kijk. Het enige wat ik vraag, en misschien ben ik onredelijk. Kijk, als Dubbeltje geen fitna wil, zeg maar, hij wil niet bemoeien met ruzies. Dubbeltje. Dan ga jij niet. Dan ga jij, ik weet niet, misschien klink ik niet logisch, maar dan ga jij toch niet iemand moderator maken die alleen maar video's... Waarom noem jij hem Dubbeltje? Hij is meer dan Mamba. Dat. Is goed, Black Mamba. Ik wil even horen wat Iranië zegt. Waarom praat jij doorheen? Even laten we horen. Ja, omdat jij noem... Dubbeltje. Laat Iranië even praten. Laat Iran er even uitleggen. Maar dat is toch niet het argument nu? Wacht, laat hem dan... Kijk, ja, dus Dave, hallo, ik noem jou toch Dave van Dubbeltje. Zo, jij bent echt... Maar die Big Mouth Billy, sowieso, dat weet ik nog. En nee, Esra, kijk, inderdaad, Hanneke, je hebt ook wat gedaan over mij. Je hebt gelijk. Nee, maar Hanneke, kijk, alleen ik ben die... Je hebt wel gelijk, ze hebben wel wat over mij gedaan, omdat ik wel bij Iranier in de show kwam. Dat is wel waar, hij heeft gelijk. Hanneke, dat is niet mijn punt. Kijk, misschien vergeef je hen, dat mag. Waarom moet ik nu komen opsteken, toch? Misschien ben je klaar. Ja, ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon met een schone lijn met iedereen beginnen, eigenlijk. Maar mijn vraag is, Hanneke... Hanneke... Stel je voor, hè? Ik probeer met niemand ruzie te maken en ik maak iemand video's over jouw adres en jouw foto's, over jouw moeder video's. Daar heb ik niks mee te maken. Daar heb waarom niks praat mee je te doorheen? Bamba, waarom praat je doorheen? Wacht even, laat mij even weten. Dat is Bamba, dit ben ik, man. Mag ik even waarom probeer je chaos te veroorzaken? Ik probeer gewoon normaal, maar gewoon eerlijk te praten zonder te schelden, niks. Oké, laten we deze even horen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, laat mij even praten, joh. Gewoon normaal, alsjeblieft. Het was een gesprek. Ja. Kijk, de reden dat jij het gesprek verstoort is omdat jij niet wil dat mensen mij horen. Maar ik vraag alleen, van stel je voor, ik maak iemand moderator die foto's van moeder van Dubbeltje, adres, video's, echt alleen maar video's over Dubbeltje heeft. En ik maak die persoon moderator en dan kom ik live en dan zeg ik, hey mensen, ik wil neutraal zijn. Hanneke, vind jij dat neutraal? Ik heb daar niks mee te... Anoniem? Weet je, ik heb wel gelijk, maar Big Mouth... Want Big Mouth Billy heeft bij mij ook veel geflikt. En daar heb je gelijk maar ik zeg, hij heeft nu honderden video's over mij en hij is daar moderator. Dat is toch niet eerlijk? Gewoon eerlijk. Hoe moet dan ik hier is komen die strijd. Met eigenlijk zou niemand hier moderator moeten zijn die met een van hun allemaal... dat is alles wat ik zeg. Een streamer is. Dat vind ik dan weer wel. Nee, maar kijk, ik vind dat... Kijk, als jij een neutrale show hebt, toch? Ja, dan wel. Dan wel. Neutraal. Maar ik ga niet zo'n ruzietje uitvechten omdat jij hem wilt raken zodat hij hierop van een mond reed. Dat ga je toch niet. Hanneke, wat zou jij... Ik vraag aan jou, wat zou jij vinden als ik een show ben en ik maak iemand moderator die alleen maar video's over jou heeft? Dat is toch raar? En dan zeg ik wil neutraal zijn. Maar waarom hebben ze bijvoorbeeld John geblokkeerd nu? Oh ja, ik wil één keer zien. Kijk, ik ben ook moderator. Als ik zie... Oké, als ik zie dat jij wordt benadeeld, Iranië. Ik blijf het maar zeggen, maar ja goed. Wacht even. Waarom is John geblokkeerd? Iranier, heb jij sterke koffie op of zo? Is John geblokkeerd? John is niet geblokkeerd hoor. Is John geblokkeerd, Bart? John is geblokkeerd. Jawel. Ja, hij maakt reclame voor piepstem. Dus het is geen neutrale show. Rijn is waarom is Rijn Chihuahba. Ja, daar komt de punt. Ja, je bent net een Chihuahba de hele tijd aan mijn scheenbeen zet, joh. Weet je waarom ik doorheen praat? Ik maak punten. Waarom is Rijn geblokkeerd? Je kluiven is Chihuahba. Nee, blijf op mijn scheenbeen. Blijf op mijn scheenbeen af. Volwassen. Jij bent de enige waar ik mee kan praten. Weet je waarom? Ik weet het. Zo was. Onder iemand schooltje uit. Je hebt ze allemaal geblokkeerd toen. Ja. Je hebt ze gezegd dat je niet één keer Ben je nou klaar met blaffen? Ja. Dan hebben jullie met mij te maken. Dat heb je wel gezegd. Spreek gewoon af 12 uur naar schooltijd bij de blauwe poort. Dan vecht het uit. Ga maar weer in je bands. Wat Dubbeltje, alsjeblieft. Nee, Dubbeltje. Nee. Is genoeg. Ik weet genoeg. Nee. Jij is oké, ik weet ook genoeg. Ik heb je gekwetst. Oké, als je dat wil. Dat jij een moederit hebt gemaakt. De reden dat jij moeder heeft gepakt, weg, is man, die kutte. Kerel, wel wat heb je gast? Jongen, gast, je bent gek jij, joh. Hij vindt het niet eerlijk, dat is alles Dubbeltje. Ja, maar ik heb dat niet eens bewust gedaan, ik ken hem voor alle liefde. Het is niet bewust gedaan, dat klopt.
Ik ga niet, Iranië denkt dat hallo, iedereen alles op, bewust doet. 100%. Helaas. Nee, is niet bewust 100%. Gedaan dit. Die Bekmouth wil niet. Iranië, vrede op aarde. Want ook jij bent welkom, Iranier. Jij ook jij was welkom, bent welkom. Ben. Alles. Wallah. Ja. Zelfs al zou je uit Irak komen, je bent gewoon welkom. Ja, ik zou Iranier altijd steunen, ook in de comments. Als ik zie dat iemand slecht over hem praat, ben ik er ook. Dan ben ik er ook. Nee, maar Hanneke, ik vind niet eens erg als mensen slecht over mij praten. Dat zou echt... Jawel, jawel, maar anders reageer je niet. Hé, maar waarom praat je niet over Black Mamba, iedereen vindt dat. Maar hij is toch een streamer. Ik hoop het wel dat jij het was die je voor geeft. Ik wil Black Mamba, alsjeblieft, stop nou. Ik hoop dat jij... Ik ga zo naar Magia. Ik hoop het allemaal dat hij het is. Maar luister, kijk, Hanneke. Het enige wat... Ik probeer dezelfde ding 100 keer te zeggen. Kijk. Bart wil Ryan geblokkeerd hebben, het lukt hem. Omdat hij tegen Ryan is, Ryan heeft video's over hem opgeloaden. Niet over mij, over mijn dode moeder. Wie doet dat? Wie doet dat? Niet doen, mensen. Over mijn dode moeder en over mijn kinderen. Oké. Niet over Bartje, jongens. Niet over Bartje, kom op. Nee, niet over mijn moeder. Dan ga ik weg. Mensen, mag ik wat zeggen? Ik ga weg als het over mijn moeder gaat. Nee, Iranier, je bent gewoon welkom. Weet je, relax. Kom op man, die zandbakgevecht kerel, pak dat. Ik mag Iranier omdat ik hem lang ken. Het is net weet je. Jantje heeft ruzie met Keesje en dan als Peter met Jantje gaat praten, wordt Keesje boos. Maar dat is kleuterklas. Het dubbeltje krijgt de schuld. Dubbeltje heeft niks gedaan. Hoe is het Iranier? Wat doe je de laatste tijd? Ik vraag iets aan jou man, niet zo gekwetst. Maar hij legt toch aan jou uit? Hij legt toch aan jou uit iets? Ik ga niemand, van de moderator afhalen. Ik ben gewoon mijn eigen baas, mijn eigen captain van de stuk. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik wil jou nog terugpakken van vorig jaar. Zeg dat gewoon. Nee. Nee, dat is echt niet de bedoeling. Dat zo naar flitsfluit. Dat was niet de bedoeling, Iranier. Wallah, mij dat was de bedoeling. Hij wil mij terugpakken, maar dan is het goed. Dat is geen probleem. Ik gooi die gesprek waar je mij zit te smeken. Gooi ik online nu. Ik ga jou laten zien wie terugpakt. Oké? Jij wil mij terugpakken. Je kan aan, je kan het gewoon. Mensen, bij maar deze. Als jij mij niet terugpakken, ga je niet expres. Ga nou niet stoer doen. Als jij niet wil mij terugpakken, ga je niet hem moderator maken. Hé, hey, Iranier, wil je moderator worden? Wil je moderator worden? Ga jij niet expres. Jij hebt honderden video's. Je hebt honderden accounts hier die je moderator kan maken. Honderden? Je maakt precies de account wat video's over mij heeft moderator. Ik maak de mensen. Mag ik uitpraten? Hallo, mag ik uitpraten? Zeg gewoon, okay, anders ga ik muten. Laat me uitpraten, Iranier. Je moet zeggen, Iranier, laat me uitpraten, anders ga ik muten. Ik wil dat je dat zegt. Zeg gewoon, Iranier, die dikke moeder, ik wil je hallo, Iranier. Kan je op stil? Ik mag hun allemaal gewoon. Trek even de batterij eruit. Ik kan gewoon niet praten, ik kan er niet doorheen. Big Mouth Billy, iedereen, we moeten elkaar gewoon een nieuwe kans geven, man. Wat is dit? Ik heb gewoon een admin gemaakt. Ik heb een admin gemaakt, omdat hij gewoon heel goed bezig was in de comments. Ben jij iemand die goed is in de comments en ik merk dat je de hele show actief bent, dan is de kans groot dat je gewoon, Dobbeltje, ik wil je maar even waarschuwen. Nu je dit hij zegt, tegen de raad nee, wacht, zijn, Hanneke. Dan Dobbeltje, dit anders. Zegt hij nu. Nu krijg je 100 accounts die dagenlang, wekenlang aardig zoen. Dan maken ze een moderator en daarna gaan ze iedereen blokkeren. Je moet heel erg uitkijken. Oké, okay, maar dan mogen ze dat meer. Doen. Maar mensen, jullie weten, je weet toch. Ik ben geen niet nieuw. Kijk, ik zeg, Dubbeltje, wallah, ik heb Reza, niks zit jij hier voor lol of zo? Spek aan boven, nee. Reza. Nee, Reza zit er genieten. Ik ben er, als jullie hem nodig hebben, ik ben er, hè. Als jullie, ja, dag. Praat jij ook eens even wat met je talenten? Kijk, ben jij gek? Hanneke, stel je voor. Ja. Ik probeer dat alleen even terug. Maar het hoeft niet zo lang, hè? Die gesprekken hoeven niet. Stel je voor, ik maak iemand moderator die alleen maar video's over jou heeft en jouw adres en alles. Vind je mij neutraal? Dat is mijn vraag. Ja, dan zou ik niet bij jou komen, want dan zou ik denken dat diegene mij toch alleen maar gaat vuren en zo. Oké. Zo zou ik dan wel denken. Dat geeft wel een bepaalde iets. Dat wel. Heb ik geen gelijk? Maar alleen is het niet expres gegaan. Dat wel. Nee, oké. Nee, dat snap ik. Anders, zuster, jij hebt gelijk. Ja, Irani, je bent ook een keer boos op mij omdat Big Mouth Billy bij mij reageerde. Maar kijk, ik heb geen ruzie met Big Mouth. Maar Hanneke, jij hebt gelijk. Goeie punt. Misschien heeft hij dat niet expres gedaan. Maar ik kwam binnen heel netjes. Ik niemand kan er wat te doen, Iranië. Dat is jouw gedachte, dat jij denkt dat iedereen het expres doet. Die heeft alleen dat is maar video's een, over een mij. Kindse gedachte. Bart, waarom laat je geen... Kijk, Hanneke, ik ben rustig naar binnen gekomen. Maar Iranier, waarom kom jij dan niet gewoon met ons meepraten over onderwerpen? Goeie maar hoe onderwerpen. Als jij de moderator hebt die mijn adres en alles online heeft gegooid? Als moderator? Hoe? Ja, dat die adres, niet meer. Luister, dat die adres... Ja, maar dat...
Er zijn echte adressen uitgesteld. Hey, beste mensen. Ik ben niet boos. Adressen is wel heel wat. Hij is hem weer gelukt. Deze kleine dwerg, die moderator. Hij wil alles doen om te zorgen dat ik hier niet kom. Dat Just Shabir ook, ze willen niet dat ik hier kom. Ik vind het niet erg, broeders. Je bent hier gewoon welkom. De luisteraars. Ja, ik mag het wel. Ik praat in mijn eigen show. Mijn moderator wordt Ryan. En hij gaat alleen maar video's over Dubbeltje uploaden. En hij krijgt 20 euro per maand via bol.nl. Tot ziens. Prima. Oké, dat is dan mooi. Dat mag je ook gewoon doen. Oké, mag ik even praten, mensen? Er zijn 40 kijkers hier. Abonneer even op mijn YouTube-kanaal. Dat zou echt even top zijn. Dikke SO naar iedereen die aanwezig is ook. En ja, wat ik hierop wil zeggen is, ja, het doet mij niks. Je mag zoveel video's uploaden over mij als je wilt. Want ik heb mezelf op YouTube gezet en ja, ik kan gewoon knippen en plakken. Dat mag je ook gewoon. En ik zie het als reclame. Ik heb een dikke huid. Ja. Dus mij doet het niet veel. En ik zie dat hij gekwetst is. Je bent nog steeds welkom hier, Iranier. En je weet toch. Laten we gewoon een gesprek voortvoeren. Ik snap wel dat hij daar iets tegen heeft. Dat snap ik wel. Dat wil ik wel even zeggen. Snap je, als je jouw adres hebt exposed. Ja, maar kijk, dan moet hij hem op zijn kanaal kan hij hem blokkeren. Maar op andermans kanalen moet hij niet van anderen verwachten. Zo werkt dat niet. Nee, precies. Het ergste is dat er een uitspraak is. Big Mouth Billy heb ik ook zelf iets tegen gehad. Natuurlijk, hij tegen mij. Maar ik heb gezegd, we beginnen met een nieuwe schone lijn. En ja, dat is afgelopen. Maar voor iedereen zou dat moeten zijn. Eigenlijk. Nee, Hanneke. Alleen er is te veel gebeurd. Eén belangrijk iemand. Piepstem krijgt nooit geen genade van niemand meer. Nooit. Hij hoort niet bij de oude garde. Nee, ook dat. Het gaat om een dommetje. Reza, je bent er wel verdacht stil. Hey, Angry. Ja, man. Gezellig Reza, begin maar te praten. Lekker, man. Hey, succes ermee nog, ja. Ja, dankjewel, man. Leuk dat je aan boven kwam. Yo. Succes ermee, man. Dankjewel, man, bro. Angry, wat vind je van de show van Dobbeltje, de nieuwe show? Ja, man, ik denk, het gaat wel een gezellige show worden, denk ik, man. Ja, was je aan het luisteren? Ja, man, ik ging een beetje kijken. Ik ging gewoon 10 minuten kijken, man. Hij is goed, toch? Of niet? Ja, man. Jawel, je was ook gisteren live gegaan, toch, Dobbeltje? Ja. Klopt. Vrijdag kom ik live. Ja. Ja, maar dat boeit niemand, Bart. Dobbeltje. Ja, jawel, want iedereen komt naar mij toe, toch? Ja, sowieso, Bart. Ja, succes ermee. Wat een oorlog hier. Dankjewel, bro, man. Respect. Yo, geen derde wereldoorlog, hè, jongens? Ja, dat is maar, een wereldoorlog, ja. Maar ik blijf nog wel kijken, ja, maar ik ga eruit. Succes, is goed, man. Thanks, bro. Thanks voor de support. Yo. Oh ja, Reza? Ben je ook even bij darmdruk? Reza terugkijkers. Ik ben mensen, deel ook eventjes deze live. Dat zou echt tof zijn. Laten we naar de 100 kijkers gaan. Kijken of dat gaat lukken. Kom op, Reza. Blijven delen, Reza. Waarom is Iranië nu weg dan? Ja, we hebben nog een plekje vrij. Hij vindt gewoon dat het niet eerlijk is naar hem toe. Omdat iemand al een oordeel heeft en die is admin. En dat stukje. Niet eerlijk, heeft die jongen niks anders om zich eigen druk te maken? En, die heeft zijn adres exposed. Dat is wel iets wat eigenlijk wel heel. Ja, maar. Extreem is, alleen het is. Ik snap het. Oekraïne vallen de raketten. Ja. En hij heeft zich eigen druk te maken om zoiets kleins. Ja. En nogmaals, iedereen hemelt het moderatorschap op. Maar iedereen die wordt geblokkeerd, kan de host daarna deblokkeren. Je kan de moderator weer weghalen. Dus weet je, ook al komt er een valse moderator die expres iedereen gaat blokkeren. Dat kan je daarna makkelijk ongedaan maken. Ja. Zolang je maar niet iemand beheerder maakt. Maar wel moderator, maar geen beheerder. Hé, hey man, Dobbeltje. Kijk, Iran hier is altijd zo, hè. Maar hoor ik dan gegalm? Je hebt dus een bloedveten op de hals gehaald nu, hè? Ik heb Dobbeltje al gewaarschuwd, maar ja. Ja. Dit gaat een hele lange staart krijgen. Nee. Dat hoop ik niet. Ik hoop het niet. Nou ja, als het je waar wordt ook niet. Hier moet je gewoon tegen kunnen. Dit hoort er allemaal bij. Allemaal. Dit is iedereen. Ik heb het ook over meegekregen. Maar weet je wat wel is? Dobbeltje weet heel die wereld niet. Van Big Mouth Billy.
van Dobbeltje weet nog niet, nee, het geleden. Maar bij specifieke mensen niet. Hallo. Hij is wel een Haneke. Wie ben jij? Wie ben jij? Esla, ik ben boos. Ben boos. Corona-cijfers die stijgen, wat vinden we daarvan? Ben boos. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik denk dat ergens in december dat het nog wel lockdown kan komen, misschien. Denk je niet? Jot. Ja, dat zou me niet verbazen. Als die spoedwet in zijn broekzak al zit, dan gaat die zeker komen, jongens. Wees nou rustig zitten, laat Winter maar komen. En ga maar kijken wat Mark Rutte van plan is. Ja, hij gaat hem zeker dus eventjes uit zijn broek. Dank jullie, dank jullie. Wie van jullie is gevaccineerd dan? Nee. Niemand. In de chat, laat even in de chat weten wie er gevaccineerd en wie er niet gevaccineerd is. Ik ben gevaccineerd, ik heb alle drie gehad, alle drie vaccinaties. Ja, jij wel, jij stond vooraan, jij. Piet Stem is overleden aan corona, zie ik. Dus tijd voor een feestje. Maar wacht even, wat is de reden dat je gevaccineerd bent? Ik heb alle drie de vaccinaties. Okay. Alleen het laatste was in januari. Krijg je dat weer, Bart. Misschien krijgen we weer, misschien moeten we weer vaccineren. Ik weet niet, wat denken jullie? Nee, er is een nieuw vaccin, heb je dan niet gelezen? Ja. Dit is een vaccin die alles kan bestrijden. De nieuwe. Ja. Maar ja, die kan alles bestrijden, la la la. Maar iedereen heeft toch jou al gehad? Ja. Rimzo, het feit is, als jij zo'n prikje neemt, je valt gewoon onder het model, verdienmodel. Snap je? Zeg hij Hmizu. Je bent gewoon een verdienmodel, meer niet. Ik ben geen Hmizu, hè. Ik ben Zizu. Wat? Ik ben geen Hmizu. Zei ik serieus Hmizu of zo? Hmizu, jij zei Hmizu. Ja, ik hoorde Hmizu. Ik vond echt iets van Hmizu, maar ik ken Hmizu van Bigo. Oh ja, dat is helemaal. Nee, maar Hanneke. Ja, we zijn gewoon, als jij zo'n prikje haalt, weet je wel. Dat is allemaal sterk gefinancierd, joh. En de mensen die het haalt, snap je. Je bent gewoon een verdienmodel, verantwoordelijk. Ja. Meer niet. Het draait allemaal om geld. Het zijn allemaal leugens, man. Tuurlijk is er een virus, maar dat is niet zo lang. Jongens, weet je wat er in de comments staat? Wat dan? De reden waarom niet, waarom ik dat niet heb genomen, dus iemand schrijft erop, omdat de vrouwen eraan is bezweken. Ja, sorry, iedereen kan het even lezen in beeld. Laten we het daarover hebben. Dat is echt erg, hoor. Dat snap ik. Ja. Snap je? Je bent je vrouw kwijt alleen door die kutprik, man. Ja. Sorry, dat hoor. Boys, ik heb een vraagje nog. Nu toch zijn ze bezig ook met iets anders nog. Met de mannenpil. Weet je wat ik bedoel? Stel je eens even voor. Wie ben jij? Ik ben Justice nog. Justice. Oh, ben jij Justice? Oké. Okay. Ja. Ah, Justice. Oké. Ga maar verder. Wat vinden jullie van die mannenpil nog? Prima. Ja, misschien beter. Dan kunnen de mannen ook nou kiezen om geen kinderen te krijgen. Dat is hem. Maar je kan ook een knoop erin doen hoor. Een knoop kan ook nog. Krijg je ook geen kinderen hoor. Nee, maar dat kan je. Kijk, een pil kan je stoppen. Ook, ja. Maar een knoop kan je toch niet terugdraaien? Stel dat je wil nu geen kinderen, maar later wel. Je kan een knoop terugdraaien. 99%. Oh, echt waar? Ja, volgens mij wel. Oh, Dat kan wel. Maar je kan toch ook. Die medicijnen geven veel bijwerkingen en zo, hoor. Die pil en zo. Ook voor vrouwen en zo, die hormonen gaan schommelen, weet je wel. Dat is waar. Daar heb jij een punt. Dan zou ik ook zeggen: van doe daar een knoop in. Beter. Maar vrouwen kunnen ook zo'n elastiekje zetten, hoor. Dan worden ze ook niet zwanger. Ja, maar dat is 100% waterdicht. Ja, juist. Kijk, zowel voor een vrouw inderdaad, heb je andere mogelijkheden dan de pil. En ik zou ook dat aan de vrouw aanraden. Zorg dat je niet... Ja, maar je hebt toch ook een vrouwencondoom, zo'n boterhamzakje. Die moet je inbrengen, zeg maar. Ja, een boterhamzakje. Ja. Moet je inbrengen en dan... Alleen jij bent lekker draad. Droog, man, jij. Ik hoor een hele grote... Het is of je in een boterhamzakje pest, man. Gadverdamme. Ze kraken wel. Dat doet even. Nee, het werkt echt toch. Oh, hij weet het nog ook. Heb toch geprobeerd.
Hé, wat hoor ik voor geluid? Hey, Dobbeltje, ja, de achtergrond van Dobbeltje. Dat Dobbeltje, het geluid komt van Dobbeltje. Oh. Ja, creepy. Dobbeltje. Het is echt creepy dit. Oh, nu is hij weg. Nou is hij weg, hè? Oh, heerlijk. Ja, dat komt helemaal op. Trouwens, we zijn al een uurtje live. We hebben 52 kijkers. Iedereen dikke afzonder. Jullie allemaal deelt nog even. Hé, hey, Dobbeltje, wanneer gaan we die rap battle doen, hoor? Dikke afzonder, ja, dikke, dat comments. Is wel leuk. Justice kan rappen. Ja, Justin, kijk, we hoeven geen battle te doen, maar laat dat van je horen, man. Laat dat horen, man. We zijn hier met genoeg mensen. Maar wil je geen behoefte voor rap battles, hoor? Nee. Ik ben heel slecht in rap battles. Nee, ik ben eerlijk. Ik lig helemaal dubbel. Ja. Oh, zo. Is goed, hoor. Laten we deze weekend een paar lines droppen, hoor. Ja, dat is goed. Dat is goed. We hebben trouwens nog iemand die... Mensen, we hebben nog iemand die heel veel talent heeft. En dat is Black Mamba. Black Mamba, zou jij de cam aan willen zetten en voor ons één nummer op de gitaar willen spelen, alsjeblieft? Wow, dat is een rotstreek. Ik ga me aansluiten bij de Iraniën. Ja, ik snap wel dat hij het zegt dan. Heb je het wel gedaan, Dobbeltje? Nou heb je het gedaan, hè? Ja, maar kijk, Marco, we hebben hier 50 echte kijkers, ja. En ik vind dat jij heel veel talent hebt. Dus zet alsjeblieft talent even... Talent met praten? En ik dacht dat wij nog... Oh, even, we zouden nog over de deo hebben met... Klopt. Nanodeeltjes. Nanodeeltjes, mensen. Ik ben er niet achter gekomen. Na toch wel intensief lezen, zeg maar. Ben ik er toch wel achter gekomen dat er in deodorant, met name met drijfgas, nanodeeltjes zitten. Dat is allemaal, wat is dat? Die gaan door je poriën en uiteindelijk veroorzaken ze lymfklierkanker. You will be fucking kidding me. Yep. Dus je kan beter een roller gebruiken, een deo roller. Ja, zeker. Gewoon op alcoholbasis in plaats van drijfgas. Ga maar googlen. Okay. Dus doe dat niet, man. Ja, zeker. Hey, ik gebruik ook rollers, hoor. Als ik deodorant spray doe, dan ga ik nog misdenken, weet je wel. Ja. Nou ja, jij kan er ook een knoop in leggen. Ik heb het net geprobeerd, maar bij mij lukt het niet. Maar Black Mamba, je kan toch ook gewoon... Black Mamba? Moet je een fles in je broek stoppen, lukt het wel. Oké. Ja, Anneke. Ja, hey, manager, Black Mamba. Ze beginnen al in de comments te zeggen... ze beginnen al één te typen om jouw mooie muziekstuk te horen. Ja, nee. Ja, Dobbeltje, ik heb er één in de wacht staan, hè. Anders doe je het clipje gewoon dobbel. Doe maar, mag wel. Welke clipje? Ja, dat clipje. Give my love away, dat mag wel. Je kunt me aanvragen. Wat? Het gekke is, als je eenmaal gitaar kan spelen, er komt ook een fase in je leven dat je in één keer zoiets hebt. Ik ben er helemaal klaar mee. Dat is raar, hè? Wat jij had met rappen, Dom. Ik vind dat jij de camera aan moet doen en gewoon eventjes een liedje moet spelen. Kom op. Oh, nee. Misschien, wacht even. Ik zeg altijd, we zijn nog 6 biertjes ervan af. Ja, en bij de 30 likes. Maar dat zeg ik meestal tegen mijn vriendin of partner. Zeg ik nog 6 bier. Yo, okay, nou, ik heb nog wijntje. Yo, Tanner. Mensen, Tanner is hier. Welkom, Tanner. Welkom. Tane is. Hallo. Ja, ik ga zo wandelen, dus even in de uitzending en wat kan ik zeggen? Ja, mensen, Tane gaat binnenkort ook streamen en dat komt allemaal wel goed. Ik ga eerst even kennis maken met Tane hier in de uitzending en dan gaan we dat. En wie is hij? Ken ik hem? Kennen wij hem? Ja. Gisteren toch hebben we elkaar gesproken, Christian Prince. Oh, je was er gisteren ook bij. Ja, Bartje Bond. Oké, sorry. Leuk man, welkom. Ken ik je. Nou zie ik je. Ja, ik heb mijn naam een beetje veranderd. Ik heb die titel veranderd. Hoe heet je nou dan? Christian Prince Dutch Turk. Zo. Een hele mond vol. Nederlandse Turk kon ik nog verstaan, maar de rest niet. Liggen nog steeds in bed. Franse Turk. Ja, sowieso. Ja. Sowieso lig ik in bed. Wat denk ik zelf? What the fuck man, jij ligt altijd in bed. Soldaten liggen toch ook, of niet? In een slaapzak, hetzelfde. Ja, okay. Maar sta je wel op om te vechten dan, of niet?
Blijf de hele dag leggen. Nee, ik ga nu naar buiten. Nu is mijn wandeling. Half uur. Word je uitgelaten? Wat? Half uur wandeling. Uitgelaten. Word je uitgelaten? Ja. Ik word onder begeleiding of zo? Ja, ja. Je hebt wel humor, man. Je hebt wel grappig. Ja. En ik ben de dinges, vegetarisch. Vegetarisch geworden, dus dat is... Sorry. Oh, ben jij nu vegetarisch geworden? Sorry. Ja. En geen eieren ook? Geen eieren. Dan ben je vegan, toch? Geen suiker, geen zout. Ja, je bent vegan. Maar als jij inderdaad veganist bent, dan mag jij... Geen zout eet, dat kan ik wel begrijpen. Want je kan niet echt lachen op mijn grapjes. Zoutarm. Vindt ze wel flauw, denk ik, of niet? Ja. Ja, dat was een inkopper. Nee, maar... hoe is het verder? Goed. Hoe is het met jou? Je gaat lopen. Hij gaat lopen, Tane. Kom op. Hij gaat de shawarma halen. Dat is wat hij gaat doen. Mooi, joh. Ik heb ook twee. Doppeltje. Deze is met Fabian. Anders gaan de buren ook denken, die man is gek. Anders wordt hij echt gek morgen. Dan komt hij bij mij in mijn live, wordt hij helemaal para. Fabianski. Als ik Bigo live ga. Janneke, stuur me dat even via de app of zo, dan kan ik dat ook zien. Oké, als ik volgende keer live ga, dan stuur ik jou een... Ik weet niet wat het is, Bigo, maar ik kom wel even kijken. Je moet wel een account. Anneke. Trouwens, je kan ook zonder account binnen. Ja. Anneke. Ja? Zouden wij het over die Russische... Ik zou bijna zeggen Russische kroketten. Dat is misschien wat van na de oorlog. Russische kroketten, ja. Zullen we het over die Russische kroketten hebben? Die vet weer goedkoop is. Die worden afgevuurd. Die worden wel hard afgevuurd daar, hoor, in Oekraïne. Nou, er zijn 5 doden. 5. Ja, maar wacht even. Kijk. De Oekraïne heeft terecht die brug aangevallen, dat is de aandrijflijn, dus dat is een tactische aanval. Maar Rusland gaat nu expres overal raketten op burgerdoelen doen, maar het Westen gaat dadelijk echt reageren en dan gaat het echt escaleren. Omdat? Want Poetin zit echt in het nauw. Waar maakt u druk op? Tader, rustig. Ik heb wel een leuke. Nee, maar eerlijk, dat is omdat die Krimbrug is... zeg maar, is geëxplodeerd. En misschien, het kan ook Amerika zijn, hè, die dat heeft gedaan. Of een ander iemand, hè. Wie zegt dat snap je, Oekraïne is. Maar dit is een vergelding, toch? Hij zegt van, ja, dit is op de actie van wat jullie hebben gedaan. Vuren wij dus, hebben wij op alle doelen gevuurd. En hij zegt, ja, jullie hebben onze infrastructuur ook lopen afvuren. En dat is onze brug. Hun belangrijkste brug. Ja, maar dat is een tactische zet. Mensen, even... Maar, ik denk dat Oekraïne niet heb gedaan, hè? Eerlijk, mensen, jongens. Een vraag doen vanuit de comments. Soms wil ik dat gaan doen. Gewoon een paar vragen uit de comments natuurlijk, want dan worden veel vragen gesteld. Tanne, waar kom je vandaan? Wordt er gevraagd door Rahim. Ik ben geboren in Den Haag, hier in Nederland. En ik kom oorspronkelijk uit Turkije. Turkije. En waar komen je ouders vandaan dan? God is mijn vader, omdat ik een christen ben. De Joden zeggen dat ook. Het is biologisch. Ik kom uit Turkije. Biologisch bloed. Okay. Ja, ja. Ik heb wel contact met hen, hoor. Dat wel. Alleen ik zie ze weinig. Turks. Ik zie ze weinig. Spreek je Turks? Alhamdulillah. Jongens, wie wilt er even wissen? Adressen in de comments. Wis het maar. Ik kan daar even bij. Zien jullie ouders? Hebben jullie vragen? Dan kunnen jullie dat even in de comments zetten. Ja. Hey, ik heb een toepasselijk liedje en dan gaan we verder. Reza? Ja. Ik heb er een voor jou. Wat heb je voor mij? Het is een heel leuk liedje voor het onderwerp wat er nu gaat komen, Rusland. Oh, oké. Oké. Dan moet je iemand schoutje uit, hè? Voordat de bom valt. Voordat de bom valt. Ja. Bartje Bom. Voordat de bom valt. En we zijn met Bartje Bom. Voordat als de bom valt, dan lig ik in mijn bed. Het toilet is niet en mijn checks op zak. Auwie. Eerste vrouwen van de stad naast jou.
Laat mij vallen, want het komt er toch wel van. Ik denk niet aan en welk niveau is nu laagdrempelig? Ja, op YouTube of op Bigo? Wie jij bent, wie jij bent. Begrijp je? Oké. Okay. Anneke, kom jij ook van Bigo dan? Kom jij ook van Bigo? Dat is leuk, hè? Ja. Ja. Nou, eigenlijk kom ik van YouTube eerder, hè, jongens. Ik kom wel van YouTube. Deze mensen kennen mij allemaal. Nee, Anneke, jij komt toch van Facebook? Van Facebook? Ja, ik kom van Facebook. Trouwens, ja. Ik kom van Facebook. Maar de mensen kennen mij ook toen ik bij Team OVUX, zeker wel. En de admin ja, van OVUX. Ja, oké, Zirafosta ging inderdaad op online. YouTube, ja. Juist. Via, en toen was jij in de chat. Ja, klopt. Ja, ja, daarvan ook. Dus zo ben jij uit YouTube gekomen, maar ik ken jou via Zero Fox, maar ik ken je ook van Facebook, ja. Via Karen Bentley ook. Ook, ja, juist, precies. Oh. Ja. Oh, ja, nogmaals, Facebook en YouTube 2017. Leuk man, een reunie. Ja, maar weet je wat het is, Bart? Wie is die Ryan? Die Ryan, die ja, daar moet je niet op ingaan. Blokkeren en negeren. Oh. Ik weet niet wat hij doet daar, maar hij zit allemaal van die rare acties te schrijven. Ja, hij krijgt nu... ja, tuurlijk. Hij is gewoon ziek, man. Die backstage hij heeft gewoon complex. Een complex setting. Zie je iedereen op die backstage comments aankomen? Om elkaar daar te vuren. Maar je hebt nog een comment, hè? Als je met Lovin, kom even naar boven, dobbeltje. Man. Ga? Hey, McLovin, kom even naar boven. McLovin. Kom dan. Er kan ook niemand omhoog, dus... Ja. Er kan nog één iemand. Nou, McLovin, kom dan. Yo, yo, yo. Maar even serieus, Bart. Ja. Facebook en YouTube waren toen samen wel parallel. Ja. Dan gaat het inbreken. Alles wat je deed, deelde je ook op Facebook natuurlijk. Ja. Dat ging alsmaar zo. Nou ja, ik doe het nog steeds. Ik heb nu weer 5000 mensen op Facebook. Maar ik vind YouTube veel leuker. Ja, ik heb ook 5000 mensen op mijn account. Ik kijk daar bijna nooit op. Maar dat is ook minder geworden bij mij. Maar ja, goed, omdat ik alles deelde toen. Altijd van OVUX en zo. Ja. Ook, weet je jullie wel? Maar ja, daarvan bekennen de mensen mij. Hoe gaat het met zijn boek, Hanneke? Want hij, in december zou zijn boek uitkomen. Nou, het is even vooruitgeschoven. En niet omdat hij vastzit. Gevangen zat. Juist, nee, hij zat niet gevangen. Of vastzit, of gevangen zat, of wat dan ook. Dat zat hij niet. Hij zit daar niet. Hij is gewoon met positieve dingen bezig. Hij is money aan het maken, zoals hij het zelf zegt. En hij heeft, zijn boek is nog niet klaar, omdat het nog bezig is zelfs. En ik weet niet hoe hij dat bedoelt, maar dat horen we nog wel. En dan die crypto, daar heeft hij een hoop in verloren, toch? Laat het even over de boek hebben van Zero Fox. Dat weet ik niet hoor, over de crypto, want crypto gaat ook gewoon door, hoor. Of nee, Spooky Shiba of zo. Wat was dat nou? Oh ja, die Spooky Shiba, die ene man. Dat was toch een, hoe heet dat nou, hoe noemen ze zo iemand? Oplichter? Ja, een oplichter, ja. Dat was Bamba. Een oplichter die daar achter zat ook. Kan je wat vertellen? Hij heeft heel snel heel veel geld gemaakt. En heel veel mensen hebben heel veel geld kwijtgeraakt. Ja, maar weet je wat het is? Reza, dat weet je dan ook. Die gaat hem ook nog doen, hoor. Die Ripple. Ripple, die gaat juist omhoog. Ja, dat bedoel ik ook. Even kijken. Daarom geeft hij op, Mamba. Luna Classic gaat ook stijgen. Geef je niet op. Er moet even iemand McLaughlin willen boven. Hold on. Maar goed, okay, ik geef ook niet op. Ik heb helaas wat knaken erin, maar feit is dat het... Ja, McLaughlin, even wachten. Door de grote financiële wereld. Dat kan omhoog komen. Dan moet jij je kan hem ook. Ja, drukken. Institutionele beleggers, toestanden. Dit is iemand van de nieuwe garde, die is welkom bij de oude garde. Deze heeft nog nooit ruzie met niemand gemaakt, is altijd aardig geweest voor iedereen. McLaughlin is welkom. Sabine is er ook, hè? Zie ik net. Mensen, ik wil even wat even aankondigen. Hoe kan je dat zien? Ik wil volgende week, of ja, de zaterdag die er aankomt in ieder geval. Ja. Trouwens, de zondag die eraan komt, daar ben ik jarig. En leuk! Ja, dan wil ik graag een hele leuke live gaan doen, maar dan wil ik, laat maar zeggen, een hamburger eetwedstrijd gaan doen. Dus dan halen we allemaal 10 hamburgers, bij de Mackie bijvoorbeeld. Oh my god. En dan gaan we dus met z'n allen opstapelen, en dan allemaal de tent aan, en dan kijken wie het snelste is.
Ik ben de jury wel. Ik doe mee. Is goed. Ik doe mee. Dat, maar dat gaan we Reza doet ook mee. Nee, Reza durft dat niet. Reza durft nog niet eens zijn vinger te laten zien. Oh ja, dat is waar, ja. Dat was ik even vergeten, Reza. Reza is de slimste van ons allemaal. Reza, meld op bij de balie. Reza. Hey, yo, McLaughlin. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, beste broeder. Alles goed? Wauw. Alles goed met iedereen? Alhamdulillah. Welkom. Hey, maar wie is deze streamer? Op wie is de naam staat deze streamer? Het is Dobbeltje. Dobbeltje. Oh, ik heb wel van je gehoord, Dobbeltje. Ja, via mij. Tijd van Zero Fox. Juist. Daar zijn we. Dobbeltje was de cameraman. Ja, klopt. Dobbeltje was de cameraman. Ook toen Basha hier naar binnen viel? Ja. Ja. Oh, was jij er ook bij? Het staat nu op mijn site. Daar zie je Dobbeltje filmen. Kijk maar op mijn kanaal, Bartje Bom. Daar zie je die video waar je bier, waar Zero Fox binnenkomt. Heb ik gezien. Ja, dat is het. Dobbeltje staat daar te filmen. Want hij was live en dat filmde weer alles aan de andere kant natuurlijk, hè? En maar Hanneke, dat was juist goud. Hij zei, jullie geeft mij free publicity, dit, dat. En in één keer... Jongen, het was zo super dat hij live was. Doet hij binnen ging, ja? Het leuke is, ik heb die video geüpload en hij heeft hem gemeld. Ik heb tegen YouTube gezegd, luister, 100 andere mensen hebben diezelfde video. En ik mag hem laten staan. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, hij gaat zelfs op TikTok, hè? Die video staat op YouTube al meer dan... Ja, hij staat meer dan 100 keer op YouTube, hè, die video. Bij heel veel mensen. Wauw. Dus, Shabir is bekender dan hij eigenlijk wil, denk ik. Ja. Ik snap het. Jot. Wie, ja. met die info. Ja, man. Kan de kanker, Jake! Ah, goeie toch. Komt hier. Klauwgezicht voor te negeren. En kijk, een tip. Reza, zeg even. Kijk, als die terugkomt met een andere foto. Ja. Maar dan zie je wel dezelfde naam. Die moet je meteen kicken uit de studio. Dan kan die ook niet meer terugkomen met andere foto's. Ja, ik ben wel blij dat we hem gelijk door hadden gisteren. Ja, gisteren tuurlijk, hij probeerde nog gisteren erin te komen met heel beleefd en zo, maar ja, jij had hem door, Bart. En we hebben hem gelijk geëxposed, anders was hij hier nog heel lang doorgegaan. Hè? Sinds wanneer is hij weer terug? Ja, sinds wanneer is het lampje in zijn hoofd weer uit is gegaan. Hij was een tijdje weg, toch? Ja, misschien zat hij een tijdje opgesloten of had hij een internetverbod, weet ik veel. Hij zat binnen. Hij is gewoon ziek, man. Maar hey, hij hoort bij John. Dus vandaar dat ik John ook niet toelaat. Dat is de reden. John wil met hem samenwerken. Nou, is prima. Ja, maar je moet, ga je lekker moet met John kan niet tegen kritiek. Helaas, John kan niet tegen kritiek. Ik heb ook iets gezegd over islam en geesten oproepen. En dat werd mij eigenlijk... Hoe zeg je dat? Ja, ik zag niet, het in de chat, Hanneke. Jij was Black Magic. Ja, jij hebt wel gezien, hè? Ja, ik heb het gezien, Ze vielen mij aan. Ik was daar als ze vielen mij aan. Ik zeg één ding. Die John, die geniet van de ruzies. Bart? Ja, dat is mij verteld, klopt. Ben je pret sigaret aan het draaien, of wel? Ja, man. Ja. Lekker. Had ik het ook doen. Ja, het is aanstoot geven. Hij heeft gewoon een aanstoot geven. Ik zou de video melden. Ik heb Nee. Want Blauwe... Hallo. Ik bedoel dat niet zo. Op mijn kanaal... Luister. Op mijn kanaal ook al wel zo'n blootje, toch? Ja, maar dat kan. Maar kijk, mensen, ik wil even zeggen, je kan doen wat je wilt, maar laten we zoveel mogelijk drank en drugs buiten beeld houden. Dus neem even hij is toch niet echt super erg in beeld. Nee. Want we moeten rekening houden met onze kijkers, weet je, heel veel liefde voor de kijkers ook natuurlijk. Ja, ik zat net te komen. Maar een beetje Dobbeltje, in het ergste geval zet YouTube jouw kanaal op 18+, of via die video. Maar kijk, ik heb al diverse keren in mijn live gewoon gebloot. En mensen hebben dat wel gemeld. Want ik krijg iedere keer melding van soorten meldingen. Ja, ik kan het nakijken. Dobbeltje. En ze melden drugsgebruik. Maar YouTube zegt van nee, in Nederland mag het. Hey, Dobbeltje. Ik heb een vraag, man. Ja. Zie je Zero Fox nog wel eens? Heb je contact überhaupt nog met hem? Of iets of wat dan ook? Ik heb wel eens contact gehad met hem. Maar hij is gewoon druk. Okay. Maar je hebt geen ruzie meer toch met hem? Nee. Oh, gelukkig. En waar zit hij op dit... Ik doe allemaal mee, maar op internet wordt alles uitgeblazen, snap je? Ik weet wel, sinds ik bepaalde beelden heb gezien, ik doe tegenwoordig gewoon ook mijn ramen gewoon dicht.
Zo. Hey, maar zit die zit Zero Fox nu vast of zo, hoor ik? Nee joh, nee joh. Hij zit niet vast. Wat denken ze, omdat je niks hoort? Ja. Kijk, wat ik wel weet, Zero Fox, wat heeft hij zelf gezegd, dat is net... Het is, het, kijk, hij gaat altijd eventjes weg, maar als hij terugkomt, dan komt hij ook hard terug met iets van de altijd. Ja, nieuw seizoen aangepakt. Ja, maar hij lult ook veel. Hij zegt eerst en dan moet hij piepstemmen in elkaar veel, staan. Ja. Dat lijkt me echt kicken. Dat hij je met zijn stemmetje hoort, help, help, help! Doet die Zero Fox ook, doet hij ook rappen trouwens, Dobbel? Dat weet ik niet. Nee, dat niet. Maar ik heb wel veel met hem... Ja, veel erover gehad en zo, dat soort dingen. Hij heeft wel achter, als ik bij hem achter stop, snap je? Hij had zijn eigen bandje, toch? Hij had vroeger een eigen band. Serieus? Ja, hij had een bandje. Wat voor band? Ja, muziek, rap en zo, R&B-achtig beetje. Ja. Zo lachen. Ja, ik en Dobbel willen ook iets gaan doen. Ik ben zelf al een tijdje gitarist, zeg maar. En ja, we willen samen wat gaan maken binnenkort. Interessant. Ja, zeker wel. Hou je van jazz? Hou je van jazz, Black Mamba? Ja, zeker wel. Ik ben daar verslaafd aan, man. Nou, weet je wat het is? Bij jazz kan je echt een goed boek lezen. Klinkt raar als je jazz op de achtergrond hebt. Je slaat alles direct op. Ja, je hebt alle soorten jazz, hè? Miles Davis, Kitty? Ja, Miles Davis ken ik, ja. Ja. Goeie trompetist. Ja. De beste. Wow, ja, zeker. Ja. Maar wat vinden jullie nou van die oorlog dan? Want jullie zeggen wel, oké, raketten zijn er gevuurd. Ja, het is vandaag echt heel erg geëscaleerd. Kijk, ik zeg het eerlijk, elke oorlog is gewoon te betreuren natuurlijk. Of het nou de Houthis en de Tutsis zijn of weet ik veel wat, weet je wel. Het zijn al, we praten over mensen en dat is erg. Ja, dat snap ik, want burgers. Waarom hebben mensen dan niet over Palestina? Want daar is ook oorlog en er worden ook kinderen vermoord en zo. Ja, maar weet je, dat is Hanneke, dat is meer een ver van mijn bed show en dit komt heel erg dichtbij. Het is hypocriet, ik weet het, maar zo werkt het nu eenmaal. Maar je snapt wel wat ik bedoel, hè? Ja, tuurlijk, ik ben helemaal niet eens. Iedereen snapt wat je bedoelt. Ik vind dat de mensen uit Syrië ook geen verblijfstatus moeten krijgen, maar die moeten gewoon in één keer een paspoort krijgen en ook hier kunnen werken. Ik heb laatst... Waarom moet Oekraïners wel... En de mensen uit Syrië niet. Laat. Dat vind ik echt niet eerlijk. Ja, ik heb laatst een nieuwe collega gekregen. Een Oekraïner. Ja. Maar die heeft gewoon... Die is te pas. Een huisje. Hij mag werken. Hij heeft alles al. Ja, joh. Huh? Ik zie... Heb je het ook gemerkt om je heen? Overal waar ik kom worden dingen vertaald in het Oekraïens. Als je bij de apotheek komt. Ja, bij gemeente ook. Staat gemeente er een keer zo'n panel van Oekraïne. Nou, luister, in het gemeentehuis in Capelle is er zelfs een Oekraïense tolk. Ja, bij ons ook, wij ook. Ja. En ze werken al, hè, ook in de zorg zelfs. Ja, ze hebben hun eigen taal en ze werken zelfs in de zorg. Want er is een tekort in de zorg. Alhamdulillah, zij kunnen gewoon helpen. Hanneke, zo zijn ook in de jaren 50, 60 zijn ook heel veel Marokkanen en Turken naar Nederland gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog hadden de Nederlanders geen zin om alles weer op te bouwen. En toen hadden ze allemaal Turken en Marokkanen. Nu... Weet je, hun hebben dit land opgebouwd na de oorlog. Snap je? Dat is wat Wilders jullie niet vertelt. Maar een land heeft altijd behoefte aan immigranten. Want die mensen die nu uit Oekraïne komen, dat zijn allemaal mensen. Daar heeft Nederland niet in geïnvesteerd. Hè? Dus die verplegers en die hoogopgeleiden. Dat is allemaal, daar heeft Oekraïne in geïnvesteerd. En wij krijgen die gratis. En zij vullen al die banen die hier nog leven. Ik vind dat de mensen die eruit gaan, bijvoorbeeld uit Nederland wonen. Dat kunnen zien als bijvoorbeeld zoveel kunnen er dan in. Zoiets. Want ja, Duitsland en zo ook. Laten we het daar ook over hebben. Hun kunnen toch ook, hun zeggen toch ook allemaal nee en zo. Nu, tegen immigranten. Nou, het is niet overal immigratie. Maar dat is hypocriet. Ja, maar Duitsland profiteert van Syrië. Al die hoogopgeleide Syriërs. Kijk, want weet je wat ze hebben gedaan, hè? Ze hebben dus, die Syriërs gingen eerst naar Turkije en naar die kampen toe, hè? En die wilden dus naar Europa. Toen zijn ze gestopt. Hebben ze een contact met Erdogan gestuurd en gesloten. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben dus aan de poort geselecteerd. En Duitsland heeft alle hoogopgeleide Syriërs gekregen. En alle laagopgeleide Syriërs die bleven in Turkije en Libanon en Jordanië daar in kampen en zo. Maar alle hoogopgeleide Syriërs zitten allemaal in Duitsland. Artsen, laboranten, ingenieurs en zo. Die zitten allemaal in Duitsland nu. Echt waar. Een land profiteert van migratie en immigratie. Weet je hoeveel westerlingen er
Midden-Oosten werken. In Saoedi-Arabië, die hele zorgindustrie daar, is allemaal Engelsen. Allemaal Engelsen werken daar. Omdat zij zelf de expertise niet hebben. Ze hebben mensen nodig. Kijk, wij hebben hier in Nederland, kijk, met werkeloosheid is het zo. Je hebt wel heel veel banen die... Natuurlijk heb je heel veel mensen die werkeloos zijn. Maar je hebt ook heel veel banen die gespecialiseerde mensen nodig hebben. Maar als je die gespecialiseerde mensen niet hebt, en je kent iets ergens anders vandaan krijgen, uit Oekraïne bijvoorbeeld, dan is de keuze makkelijk. Weet je. Nederland profiteert gewoon. Dat is mooi meegenomen. Ja, Nederland profiteert van die Oekraïne. Laat het maar weer zo zeggen. De wapenindustrie, dat is gewoon ook weer een feit. En er wordt heel veel geld wereldwijd aan verdiend. Klaar. Daar gaat het meeste geld in om. Oorlog, de wapenindustrie, is de rijkste industrie. Ja, maar precies. En oorlog voeren is gewoon weer een verdienmodel. Het is gewoon allemaal geld verdienen. That's it. Ja, ze doen business. Klaar. Zelfs met die mondkapjes, toch? Weet je nog? Die mondkapjesaffaire. Ja. Ze slaan overal een slaatje uit. Iedereen. Ja. Zelfs aan de top van de politiek, hè, werd er ook, wat was er, verduisterd? 4 miljoen, weet ik veel, joh. Ja. Zijn maar een paar nulletjes extra. Bij mij staat niet op mijn rekening, hoor. Nee. Ja, nee, dus schunnig. De wereld brengt zelf naar de kloot. En weet je wat ook nog raar is? Als je erover nadenkt, hè? Rusland heeft vandaag dus heel veel lange afstandsraketten in heel Oekraïne hebben ze gebombardeerd. Klopt, je moet je bedenken, iedere raket kost... Zelfs in de hoofdstad, hè? Wat zelfs kost één raket, Reza? Ook Kiev, ja. Ja, Kiev ook. Wat kost één goede raket? Die HIMARS-raketten die kosten 100.000 euro per stuk, hè? Oké, hij heeft er vandaag 20 afgevuurd. Het duurt niet lang en ze gaan failliet, want iedereen boycott Rusland op financieel gebied, toch? Ja, maar ze hebben gas en olie. Ze maken ze niet druk. Nee, die raketten van Rusland die zijn heel goedkoop. Hè? Die zijn niet zo, dat zijn geen precisiewapens. Hè? Daar moet je Die kunnen wel heel ver. Ja, maar daar moet je 700 van afvuren. 700 stuks van afvuren. Om dezelfde precisie te bereiken als 6 HIMARS-raketten bijvoorbeeld. Die HIMARS-raketten die kunnen ze afschieten. En die komen zo door je schoorsteen naar binnen. Hè? Zo precies zijn ze. Ze werken gewoon met het GPS-systeem. Ja. Tot echt centimeter nauwkeurig zijn ze. Ja, maar ik vind dat ze kijk, als ze een oorlog vechten, dan moet je wel de nieuwe wapens gebruiken en niet wapens uit 1980. Ja, maar die heeft Komt hij niet met? Ja, maar hij heeft toch ook kernwapens? Zal hij dat? Weet je wat Poetin heeft gedaan? Poetin heeft zijn zakken lopen. Ja, hij gaat kleintjes inzetten. Poetin heeft zijn zakken lopen vullen, jongen. Hij heeft niks aan defensie gedaan. Hij heeft niks aan het land gedaan. Hij heeft alleen zijn zakken. Hij heeft lekker genoten van zijn leven. Dat klopt. Reza, zeg jij even. Je weet wat hij allemaal wel niet heeft. En hoeveel heeft het KGB? Aan mensen? 2,5 miljoen. Ja, jij zei tegen mij toch, KGB heeft meer mensen dan het leger. De KGB, de FSB nu, heeft bijna 4 keer zoveel mensen als het hele Russische defensieapparaat. Maar dat is door Poetin. Hè? Die heeft hij is zelf een FSB'er, KGB'er. En hij heeft die geheime dienst opgebouwd. En die houden nu het leger in bedwang, zeg maar. Dus dan moeten ze vechten. Als de FSB er niet was, met die 2,5 miljoen man, had het leger zich tegen Poetin gekeerd. Hè. Dan waren ze in plaats van naar Oekraïne te marcheren, waren ze richting Moskou gegaan om hem een nekschot in zijn nek te geven, weet je. Dat is ze houden zelfs die gezinnen van die generaals gegijzeld, hè. Van jullie doen wat wij zeggen, of we maken jullie gezinnen af. Ja, dat is wat de FSB... Het conflict ligt echt in Moskou. Rusland heeft als je op de kaart kijkt, Rusland heeft geen nieuw grond nodig erbij. Het is al zo groot. Ze zijn veel te nemen, daar gaat het toch niet om? Ja, maar ze willen... De Krim, het gaat om de Krim ook. Nee, de Krim is de Krim toch in Oekraïne? Ja, oké. Okay. Maar hij is niet blij met alleen de Krim. Hij wil nog wat stukjes bij, zegt hij, ja? Ja, dat bedoel ik. Hij wil landjepik doen. En dat heeft hij heel slim gedaan. Hij heeft het nu geïndexeerd. En nu gaat hij zeggen, ik ga Rusland bevrijden en ik kan kernwapens gebruiken. Dat gaat er dadelijk gebeuren. Hij heeft op het papier laten zetten dat het al van hem is nu, hè? Maar denken jullie dan de kernwapens... Alle middelen die ik heb, ga ik inzetten. Ja. Dat heeft hij gezegd vandaag. Ja, hij zegt dat hij Rusland bevrijdt nu. En dan gaan we hier ruzie maken om moderatorschap. Hij is gek. Maar, ja, inderdaad. Hey, maar hoor eens, denk je dat Europa zeer betrokken gaat raken bij het feit als de kernwapens in het spel komen? Ja. Ja, tuurlijk.
NAVO. Ja. De NAVO staat nu al klaar. De hele wereld staat op zijn achterste poten. NAVO die is nu al bezig, hè? Vergis je niet. Die zijn alsmaar bezig, dus die zullen zeker wel bezig zijn. Ja. Kijk, Poetin, hè, die wil geen democratische landen aan zijn grens hebben. Dat doet dus in Wit-Rusland, in Kazachstan. Precies. Hun zeggen dat Oekraïne meer van Amerika is. Amerika die heeft daar een bepaalde aandeel in. Ook, weet je waar Oekraïne in deze oorlog. Weet je waar Oekraïne naartoe op weg was na 2014 en zo? Toen ze na die Maidan-revolutie. Het werd een democratie. Rijkdom. De economie groeide enorm. Heel veel Russen gingen. Goede grond. Heel veel Oekraïners gingen werken in Oekraïne. En ze keren terug naar Rusland. Wat krijg je dan als dictator? Je krijgt problemen in je eigen land. Jouw burgers gaan over de grens werken in Oekraïne. Ze maken kennis met democratie, met vrijheden. En dan komen ze terug en dan gaan ze zich afvragen, waarom hebben wij dat in eigen land niet? En dan heb je als dictator zoals Poetin, heb je gewoon een probleem. Dat is waarom hij al die landen die aan hem grenzen aan Rusland, die wil hij het liefst allemaal dictatorieel houden. Zeg maar dat ze... Bij hem horen, ja. Het liefst dicht bij hem houden dan bij Europa. Want als het in Europa zijn handen is, is het ook Amerikaanse dingen. Dan kan Amerika er ook makkelijk bij. Ja. Omdat Europa en Amerika samen goed zijn. Ja, gelukkig wel. Kijk, dat zei ze ook met Reza. Het leger van Amerika kan Amerika is ook gemeen, hoor. Is ja, weet ik, maar het leger van Amerika is toch 10 keer sterker dan het Russische leger. Ja, en veel moderner. Ja, ik denk wel 1000 keer sterker. Maar en China? Noord-Korea? Noord-Korea moeten ze ook aanpakken. Die hebben vandaag weer raketten afgevuurd. Ze gingen oefenen, toch? Zo gezegd. Ja, oefenen, ja. Wat gaat er jaarlijks naar de Amerikaanse defensie? Hey. 800 miljard? In de comments staat de Fluitfluit of zo. Maar die geeft wel mooi commentaar trouwens. Dat Fluitfluit is grappig. Die moet je echt goed lezen, inderdaad. Zet hem even bovenaan, die opmerken van die Fluitfluipers. Oh, die heb je al gemaakt. Vind ik zeker een hele zuivere. Ja. Pas bij hoge schulden, inflaties, maar kernwapens zouden hele gebieden. Ja, Fluitfluit, dat klopt. Absoluut. Ja, daar hebben wij straks een probleem met radiologische shitstoffen. Je kan nog steeds niet wonen in Chernobyl. Dus... Nee, daarom. En hoe lang is dat geleden? 40 jaar? Je kan er niet wonen inderdaad. Het schijnt zelfs dat je daar een klavertje 8 hebt in plaats van 4. Ja, en een kind met 20 tenen. Ja. Oh nee, ja. Nu weet ik waar Piepstem vandaan komt. Hij is daar geboren. Ah. Dat zou je niet meer doen, zei je. Zo zijn die zwijnen ook besmet geraakt, hè? Die zwijnen. Die zijn dan ook zo besmet geraakt. Want zwijnen zijn ook. Als vlees eet, wordt toch ook ziek? Ze zijn ook radioactief, hè? Die beesten. Ja, en die komen helemaal naar Nederland toe, hè? Die zwijnen. Ja, ja klopt. Ja. Dus laatste, wat bedoel je? Vanuit Chernobyl? Ja, vanuit Chernobyl. Ja, zwijnen. Naar Nederland. Zo dan. Naar Nederland. Ja, hoe reizen ze af? Wordt er niet gecontroleerd, Wallah? Weet je, daar wordt geen. Geen, hun worden niet als illegale neergezet. Ja, Christopher Columbus, hè, de ontdekking van Amerika, die nam op zijn boten erheen. Weet je, nam hij een keer 7 varkens mee. Hè, en die zijn daar ontsnapt in Florida. En die hebben nu iets van 400 miljoen nakomelingen. 400 die miljoen. Nou huishouden. Ja, dat is echt alle nakomelingen daar. Dat komt allemaal van die zeven varkens. In Australië ook hetzelfde verhaal. Waarom hebben ze Australië heel veel schapen? Er was een keer een Turkse sultan. Australië had helemaal geen schapenindustrie of wolindustrie, maar een Turkse sultan die besloot wat schapen van die merino schapen cadeau te doen aan Australië. Maar hij wilde zijn eigen wolindustrie niet kwijtraken. Dus hij had ze wel, zeg maar, onklaar gemaakt, zodat ze geen kinderen konden krijgen. Dus hij stuurde ze cadeau, maar eentje was die, zeg maar, het steriliseren was niet goed gegaan. Dus die bleek nakomelingen te kunnen krijgen, een paar. En je ziet hoeveel schapen nu Australië heeft. Die komen allemaal, die zijn allemaal nakomelingen van die paar schapen die een Turkse sultan naar Australië stuurt. Echt, dat gaat goed. Maar het is wel geinig hoe jij dat zegt. Dan is Pablo waarschijnlijk de heefstand. Ja, klopt. Maar de nijlpaarden. Geïntroduceerd. Ja, klopt. Want je hebt geen nijlpaarden in Zuid-Amerika. Dat komt allemaal. Ja, klopt. Dankzij Pablo. En dat is heel kort geleden, want als je dat over honderden jaren gaat doen, ja, dan heb je echt miljoenen nijlpaarden. Pablo Escobar.
Pablo Escobar, ja, jaren 80. Ja, die was gek op tropische dieren. Die had een dierentuin in zijn achtertuin. Die wordt er niet afgeschoten, hè? Die wordt er niet afgeschoten. Ja, klopt. Ja. Ja, de populatie wordt, in de gaten gehouden. Weet je, dat ze niet, iemand huis gaat deblokkeren? Ja. Met die zwijnen, die zwijnen uit Tsjernobyl. Waarom raken die besmet? Omdat die zwijnen die graven altijd in de grond en dan gaan ze wortels eten en dat is allemaal besmet. Truffels. Zwijnen zijn heel zwarte truffelzoek. En aardappelen en dat soort dingen, dat graven ze allemaal in ieder geval onder de grond, ja. Ze vroeten onder de grond. Maar in Duitsland, die jagers in Duitsland, die hebben allemaal testen, van die testen bij zich, van die geigertellers, om te kijken of die zwijnen zitten die ze schieten, of ze wel besmet zijn of niet. Weet. Anders mag je ze niet aanraken, dan mag je ze niet eten. Ja, klopt. Dan moet je ze gewoon ter plekke begraven en zo. Sowieso zou ik daar niks van willen eten, man. God. Ja, maar dat is ook haram, hoor, zwijnen. In de islam. Tuurlijk, loef. Ze worden wel gegeten, snap je? Ze worden wel gegeten. Houd toch eens op, man. Weet je wat ik heb gehoord? Die Afrikanen. Die Afrikanen jagen erop. Nee, Marokkanen ook. Moslims niet, hoor. Marokkanen ook. Ik heb even... Dan zijn het kerkelijke Marokkanen, bedoel je, of wat? Ja, die eten het ook. Die eten het echt. Hè? Dat is echt zo. De Masihin. Je hebt daar zelfs de kerk, hè, in Marokko. Nee, ze doen het stiekem, hè. Ze doen het stiekem. Weet je wel, ik was zelfs met jagers in Marokko. En die gaan de bergen in jagen en die schieten een paar everzwijnen. En die gaan ze dan grillen en dan gaan ze eten. Ja. Ik vind dat niet kunnen. Echt zo. Dat doen ze echt. En jij zat mee te eten. Je bent echt erg, jij, hoor. Hoe durf je, hè, Reza? Dat kan niet, hè? Ja, Reza had honger. Nou heb ik toch een vraagje, hoor. Zijn jullie... Kijk, moslim in het algemeen, hè, eten, tuurlijk, absoluut geen varken. Klaar. Nee, maar is er wel eens in je opgekomen dat je er nieuwsgierig naar bent, naar het feit, hoe zou het... Nee, maar het is wel heel vies van de Zionisten. Varkensvlees is in andere producten te verwerken voor ons. Ja, maar maar dan is mijn tweede vraag aan jou is dan, ten eerste gewoon in het algemeen. Paling zijn lijkenvreters. Mogen jullie dat wel eten? Nee, dat is de enige uitzondering. Ook van die... Dat is de enigste uitzondering. Van de vis. Paling mag je niet eten, toch? Paling mag... Paling, iedereen... Kijk, dus ze zeggen alles uit water en de zee is halal. Maar paling zijn aaseters. Die eten dood vlees. Ja, garnalen. Garnalen worden helemaal schoongemaakt. Paling, weet je hoe lekker dat... Ik vind gerookte paling, dat is zo lekker. Oké, dat is wel heel lekker, maar... Je mag wel paling, zelf gekweekte paling eten die niks... Ja, als je geen aas eet, dat klopt. Dat klopt. Dat bedoel ik. Ja, zoiets. Kweekpaling. Nou, ik mag even wat zeggen, niet trouwens. Met menselijke bloed of zo. Je weet toch? Ja, maar zeehonden zijn ook in de zee. Zijn zeehonden hallo? Nee. Zeehonden, zeeleeuw, zeekoeien. Nee. Ja, voor jou wel, hè, Esra. Esra, zeg ik. Reza. Esra, hoe kom ik aan Esra? Reza, ja, was net in de show, toch? Reza en Esra. Ja, Esra was net in de show, dat is waar. Ja, nee, denk zo naar Esra. Maar mensen, mag ik even wat zeggen? Ja. Ik zie in de chat inderdaad, kijk, ik heb een aantal mensen had ik geblokkeerd. En ik had die Esra for Justice meteen in het begin geblokkeerd van de live. Maar kijk, ze zijn net in de live geweest en ik wil ze deblokkeren, maar ik kan er nu niet meer bij. En mensen zeggen nu, waarom heb je Esra geblokkeerd? Sorry, kijk, Esra kan net in de live en hij doet nu normaal. Kijk, dan krijgt hij nog een kans, weet je, dan geen probleem. Maar ik kan hem nu niet deblokkeren, dus Dobbeltje, kun jij dadelijk even in je blokkadelijst kijken... En dan Esra for Justice deblokkeren. Oké. Mijn excuses. Ik ga nu niemand meer blokkeren. Multiboy en anderen. Ik vertrouw iedereen krijgt een nieuwe. Iedereen heeft een nieuwe kans. Daarom dat zeiden wij alleen, ook. Alleen geen opmerking over mijn kinderen. Ik zag net twee accounts op de foto van mijn vrouw. Weet je? Oh. Let daarop. Huh? Oh. Ja, foto van mijn vrouw. Ik zie ze in de chat. Ja, nee, je hebt respect voor mensen die niet eens op mensen YouTube zeggen, zitten, ja, Bart blokkeert. Ja, logisch. Zij wil dat niet eens. Ik zie de foto van mijn vrouw. Ja, ik snap dat niet. Ik vind dat ze haar met rust moeten laten. Ja, maar dat is piepstem. Zij hebben hier niks mee te maken. Dat is allemaal piepstem. Hanneke, jij zegt toch, Bart, zeg het nou niet, hè. Net zoals met Jen. Luister, ja, want anders beginnen ze weer. Ik snap niet waarom je dat doet.
Ja. Heb je die interview gezien van Sean Boga? Ik hoop dat Allah hem nog niet. Ik hoop dat Allah hem zal leiden. Ik heb een stukje te kijken, maar ik vind de beeldkwaliteit, geluidskwaliteit vind ik wel slecht hoor. Ik denk, maar de vragen, hoe waren de vragen? Ja, ik heb een paar vragen gehoord. Ik heb niet echt van die simpele vragen. Altijd... Geen goede vragen. Gewoon die simpele vragen. Gewoon die vragen. Van ABC. Oké. Okay. Ja. Nou, dat bewijst maar. Kijk, hij gebruikt nu alles voor inhoud. Maar met alle respect. Hij was nerveus, hè? Hij was heel nerveus, hè? Met tuurlijk. En dat straalde ook over op die Salima en zo. Zij werd ook nerveus van hem en zo. Ja. Hij zat constant aan zijn borst te krabben en raar te kijken. Natte plekken onder zijn armen. Nee, maar even serieus, iedereen heeft haar gegoogeld en ziet dat zij allemaal op plekken heeft gestaan. Monumenten en zo, bij Pim Fortuyn dagen en weet ik allemaal wat. Ja. Dus, ja. Ze heeft zelfs een interview gehad met Jules Jouali en met Shabir. Ja, dat weet ik. En dat is de reden dat John ermee komt. Nee, gewoon puur in de hoop van abonnees. Zij heeft gezegd dat er gisteren de geest van... Wat was er nou, Theo van Gogh, in haar zat? Oh. Zo was hem. Ja, maar dat was met Shabir. Ja, dat was met Shabir, dus... En ik vind eigenlijk, Shabir had haar die podium niet moeten geven, want het is haram. Maar goed, dat is mijn mening. Hanneke, achteraf. Een vrouwelijke imam bestaat toch niet? Nee, dat is okay. Inderdaad. Ik dacht wel, ik werd toch niet gek? Bestaat niet, dat bestaat niet. Maar dat stel zij weet net zoveel als een imam. Je kan niet islam moderniseren. En stel, ze weet gewoon meer dan een echte imam. Kan ze dan ook geen imam worden? Nee, want de positie van de vrouw is niet hetzelfde als de positie van de man, jongens. Nee, en ze wordt ongesteld ook natuurlijk. Ja, daarom. Snap je? Dan mogen wij daar niet. Ja. Wij mogen daar niet staan. Nee. Wel staan dat heb ik om te bidden. Oké, wacht, sorry. Wel staan om te bidden, maar zodra wij onze onreine dagen zouden hebben, mag jij niet gaan bidden en Ramadan doen. Nee, maar je mag, ook is, als jij als vrouwelijke imam voor mannen staat, dan zijn er 100 mannen naar je aan het kijken. Dat mag ook niet. Nee, maar je mag toch ook geen eten koken als vrouw zijnde, als moslima? Ja, wel. Tuurlijk wel. Oké, bij de zigeuners niet, hè? Luister, bij de zigeuners niet, oké? Ja, die moeten ook als mannen gezet. Die vrouwen worden afgezonderd. Heel zielig. Wat? Opgesloten ik weet daar verder niks van. Waarom ja, zeg ik heb het wel eens gelezen hoor. Ik heb het wel eens gelezen en het is echt waar. Dat er ergens op de wereld wel eens van die vrouwen. Wat hij zegt van zigeuners. Een beetje van die kanten. Multiboy, dikke SO. Die worden opgesloten. Op het moment. Dat ze onrein zijn. En als ze dan klaar zijn. Dan mogen ze wel weer terug. Maar zeg maar een hele week. Zit jij in een hutje. En mag jij niet bij hun thuis zitten. Ja. In een hutje. Ja, een hutje of zo. Maar niet bij hun in huis. Je mag niet in huis bij hun. Bij hun is dat in de stam of wat dan ook niet goed. Ja. Maar wij mogen gewoon koken, hoor. Oké, stop maar. Ik wist niet dat je kwaad werd. Ja, ik wist niet dat je kwaad werd, hè. Oude snoepet. Oude snoepet. Die weten wel, hè. Inderdaad. Ja, wist niet dat je kwaad werd. Die kreeg je terug van vanmiddag. Hey, dat is goed. Ik wil even iets zeggen. Die multiboy die in de chat zit, hè, die jij dobbeltje moderator hebt gemaakt, dat is Ryan, hè? Dat is gewoon Ryan, kreeg ik net te horen. Nee, dat is niet Ryan. Jawel, dat is Ryan. Dat is Ryan. Ik ga kijken hoe lang het kanaal bestaat. Wacht. Nee, Ryan. Dat is echt niet Ryan. Dat is Ryan. Wacht. Huh? Wow. Maar dat is toch ook de moderator van Shabir? Jongen, dit is niet multiboy. Dit is Ryan. Dit is iemand anders. Dit is Ryan. Oké, doe maar weg. Op 3 september 2022. Nee, dat klopt niet. Ja, dat klopt. Multiboy heeft een echte account. Wat de fuck, man? Kijk, dobbeltje, ik zei het toch. Maak geen moderators meer, dobbeltje. Allemaal erop. Nee, dat moet jij doen. Jij moet ik kan dat niet doen. Jij hebt een moderator gemaakt. Je moet hem weer weghalen als moderator. En dan hoe doe ik dat dan? Oh ja, oké, wacht. Multiboy, YouTube. Dobbeltje, bij deze, luister echt, die waarschuwing die vanmiddag gaf, was niet voor niks. Je ziet het nu. Ja. Weet je, maak niemand meer moderator. Ja. Niemand. Big Mouth Billy en ik, en wie was er nog meer? Ja, de echte multiboy,
De echte Multiboy die zit hier onder Multiboy. Ik ben ook moderator, ja, geloof ik. Oh, wacht, maar de echte Multiboy wordt nu geblokkeerd door de nep Multiboy. Ja. Want de nep Multiboy heeft net namelijk een andere Multiboy geblokkeerd. Ja, de echte, wat net geblokkeerd is, dat is de echte Multiboy. Maar die gast die doet zich voor als Multiboy, maar hij is gewoon Ryan. Bizar. En hij is aan het klooien hier en dingen te doen. Ja, ik heb Dobbertje Dobbertje, ik ga je morgen bellen. Oké. Okay. en geloof me niet, dat is niet zijn backup kanaal of zo. Hij liegt. Nee. Gewoon Ryan, dat is Ryan gewoon. Noem zijn naam niet. Noem hem gewoon Chernobyl piepstem, ja? Ja, ik ga Hanneke, snap je me nu een beetje? Ja. Oh, Hanneke is weg. Maar waar komt al die haat vandaan? Is dat... Geen idee. Ik ken dat mannetje niet. Ik ken hem niet. Nee, maar gewoon zo, hè? Social media, ja, nou, op YouTube, op Bigo. Ik mag niet te veel zeggen, maar de politie heeft hem al in het vizier. Kijk, hij heeft e-mails gestuurd naar kinderdagverblijven, dat ik met mijn hand in mijn broek sta, me af te rukken bij kinderen. Hij doet echt dingen. Daarom zeg ik, kijk, als hij alleen maar een video over mij had gemaakt, oké, maar hij exposed mijn dode moeder... Mijn dochter mijn moeder boven het toilet. En hij stuurt gewoon brieven naar kinderdagverblijven in mijn buurt. Ja. Maar dus zo de politie heeft nu eindelijk aangifte opgenomen. En de gemeente, de stadsmarinier en het kinderdagverblijf willen weten wie die is. Dus het is een kwestie van tijd. Ja, ik bedoel maar te zeggen, kijk, als Dobbel zoiets zou overkomen... Dit is al een jaar aan de gang. Zoek gewoon die lullen op, man. Geef hem een paar dikkeheid. Dat probeer ik dus. Maar weet je wat het is? Hij werkt samen met die John, weet je? John geeft mij iedere keer het adres. Hij zegt, Bart, dit is echt het adres van Piepstem. Reza, leg uit. Wat gebeurde er toen? Yes, Dobbeltje. Wat gebeurde er toen, Reza? Wat bedoel je? Wat gebeurde? John zegt tegen mij, Bart, ik zweer je, ik neem het niet in de maling. Dit is het adres van Piepstem. Toen heb ik een brief op de bus gedaan naar zijn buren, toch? Ja. En John heeft dat expres gedaan. Heeft hij in samenwerking met Piepstem gedaan. In mijn laatste live zegt hij, Bart, mag ik iets zeggen? Iemand appt wat. En ik had een voorgevoel. En hoor, het ging over die persoon. Ja, dingen is Ryan. Nee. Ryan werkt nu voor John, hè? Ze werken samen nu. Ja, tuurlijk. Okay. Daarom zeg ik, JB blokkeren en Ryan. Voor de rest kan iedereen nog een kans krijgen. Kijk, ze doen zich allemaal voor als anderen. Kijk, ze komen niet onder een andere naam. Bijvoorbeeld, ik ga het Dobbertje morgen wel uitleggen, Reza. Ja, komt dat goed. Mensen die een goede naam hebben, die gebruiken ze hun naam, want jij bent je kanaal pas begonnen. En heel veel van die mensen die zitten hier nog niet in. En dan denken ze, die zit hier niet, ik ga zijn naam gebruiken, kom ik hier. Denken mensen van, ik ben degene met een goede naam ergens anders. Terwijl het gewoon die piepstem is, weet je. Zo werkt het hier een beetje. Maar dan ga je achterkomen later een beetje. Weet niemand waar die piepstem woont dan? Jongen, als ik het wist, ik ga het nu niet zeggen. Ik hoop dat de politie hem eerder vindt dan ik. Als we het wisten... Ik kan me voorstellen, wat je net zei. Dat is knap. Als we dat wisten, dan hadden we hem gevierendeeld. Middelstraat. Hij belt mijn vader, hè? Ja, hij belt zelfs de hockeyclub van mijn vader om te zeggen dat mijn vader een PD is. Die gozer belt mijn dochter. Die is echt ziek. Die moet opgepakt worden en bij Dutroux. Laat hij lekker met Dutroux daar plezier hebben. Van die 100 miljoen zaadcellen komt dat er doorheen. Als ik die ouders was, had ik zelfmoord gepleegd. Of abortus. Nog voordat ik hier op YouTube kwam, samen ten eerste een Dobbel mij uitnodigde, werd er al direct na de eerste uitzending direct op Bigo tegen mij geroddeld. Dit, dat. Ik heb alles terzijde gelegd en ik trek geen conclusie, weet je wel. Nee. Wordt direct al geouwehoerd over mensen van ja, kijk, waarom zou je mij waarschuwen? Ik bedoel, ondervinden, dat is de wijze les, toch? Zelf. Ja, dat wel, maar soms is het beter voorkomen dan te genezen. Je kan beter... Ja, maar mensen zijn eigenwijs, dat weet jij ook. Je bedoelt nu, als het kalf verdronken is, dan pas ga je de sloot dempen. Maar je moet eerst die sloot, dan kan het kalf ook niet verdrinken. Dus je moet de mensen in de chat gewoon doorhebben. Dus dan moet je gewaarschuwd worden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En wat je ook kan doen, hè, is je moet nooit mensen moderator maken. Als je met die mensen geen WhatsApp-contact hebt. Precies. Dan moet je ze nooit moderator maken. Je moet ze eerst kennen. Je moet weten wie ze zijn. Dan moet je ze moderator maken. En dan kun je dingen met ze bespreken en al dat soort dingen. Maar ja, want nu komen ze willen allemaal
Eigenlijk heb je twee of drie moderators nodig. Maximaal drie, weet je. Dat is, dan kun je gewoon... Ja, waar het om gaat eigenlijk, is dat, dat er wel minimaal in elke live een moderator bij moet zijn om dus dingen te kunnen onderscheppen met adressen en dat soort dingen. Hey, hey. Bart, wil je lachen? Wat? Ik wil je lachen. Jij legt net toch uit over, ja, als kalf verdronken is, dempt men de put. Ja, weet je dat ik hem altijd... Je hebt hem netjes uitgelegd, hè? Mm-hmm. Ik heb hem altijd verkeerd begrepen dan, joh. Net andersom, weet je. Een soort van. Leg uit. Ja, heel vaag. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik dacht altijd van, ja, als het kalf verdronken is, dan wordt dat kalf begraven, want dan dempt men de put. Oh, zo bedoel je? Ja. Nee. Het is een spreekwoord. En ze bedoelen echt van, als het kalf verdronken is, dus eigenlijk als het ongeluk gebeurd is, of wat ik tegen de politie zeg. Ja, ik begrijp hem. Daarom zeg ik als iemand voor de deur staat en ik steek hem in zijn strot, hè, dan is het al gebeurd. Maar ze moeten van tevoren ingrijpen, zodat het niet kan gebeuren. Klopt. Ja, ik had er nooit over nagedacht. Maar je hebt een keer daadwerkelijk bij stilgestaan, of iemand heb jou dat heel goed uitgelegd. Of las je het op Google? Nee. Dat is levenservaring, jongen. Levenservaring. Ja, hallo. Ja, ik ben 48. Hoe oud ben je dan? 48. Oh, nou, ik ben een jaar ouder. Maar geloof me. Ik denk dat ik... Ja, dan heb je een jaar meer levenservaring. Nou, laten we het maar houden op één jaar meer. Ja, oké, is goed. Ja, voor de rest niet praten over mijn levenservaring. Reza, bek houden. Nou, je hebt wel levenservaring. Ja, is goed. Ja. Hé, hey, de echte multiboy. Is dat de echte multiboy? Wat weet ik. Die multiboy 3. Bastien Adriaan is piepstem. Denk dus. Ik. Nee, niet. Hij is... Oh, oké. Multiboy 3. Nee, kijk, je moet ook niet gaan op die opmerkingen. Want volgens mij is die multiboy 3. Ik ga even naar het kanaal. Wacht even. Dat is ook een... Dat is multiboy 3. Wacht even. Reza. Hé, maar Bart, is dit ook een Nederlands uitspraak? Deze Multiboy 3 is van 14 februari, dus het zou kunnen. Nee, Multiboy 2. Multiboy 2? Nee. Is de echte Multiboy, maar de Multiboy en de Multiboy 3, dat zijn volgens mij allebei Ryan, hè? Want hij zit niet allemaal onzin te zeggen en te... Ik weet niet. Lees maar even. De Multiboy 3 is vanaf 14 februari. Ja. Bart, jij zegt net achteraf, toch? Hey Multiboy, neem even contact met Bart op, ja? Je hebt zijn nummer, neem even contact met een bewijsje, ja? Dan kunnen we je erin laten, zeggen wie je bent en zo. We gaan nu even alle Multiboys eruit halen, weet je? Want die Ryan is daarmee bezig en zo. Weet je? Ja, hij zegt ik ben de echte, maar goed, dat zegt iedereen. Ze hebben jouw nummer toch? Ze kunnen gewoon via WhatsApp kunnen ze gewoon bewijzen, door met je te praten, dan weet je wie het is. En ja, ik dacht gewoon, Multiboy zegt van ja, JB, je kan me unmotten. Nou, ik geloof niet dat de echte Multiboy dat zou zeggen. Eigenlijk nu Multiboy 3 zegt, ik heb zijn nummer niet. Maar iedereen heeft jouw nummer, Bart. Jouw nummer staat gewoon, weet je. Ja. Dat is bullshit, weet je. Jouw nummer staat gewoon op jouw kanaal, weet je. Nou, dan moet Multiboy iets zeggen wat alleen hij en ik weten. Ja, maar ik denk dat hij weet vast wel iets. Maar dan nog. Hij wordt geen moderator. Dus het maakt niet uit. Gelukkig is het dan niet achteraf. Black Mamba. Ja. Ik had gelezen dat ze bij de gemeentes allemaal verschillende energiecompensaties uitdelen. Oké. Ja. Weet jij daar iets van? Of? Ja, jawel. Kijk, het feit is dat elke gemeente handelt anders. Zeg maar, eigenlijk heel simpel. Een minimum inkomen, een laag inkomen, 120%, die krijgen gewoon die 1300 euro. Maar die worden vaak in fases betaald, namelijk twee fases. Maar er worden wel deadlines gesteld, want ze krijgen die overheidsgeld, maar die moet verwerkt zijn. Na de show regel ik het met Dobbeltje Multiboy. Ze hebben die deadlines, weet je wel. En uiteindelijk volgt uitbetaling bij iedereen die in een bijstandsnorm
Lagere inkomens. En volgend jaar, goed nieuws, volgend jaar, iedereen met een laag inkomen. Dat staat in de... Tot 120% jongens. Dat is de minimum, hè, loon. Klopt. 120%. Dan krijgen we allemaal deze maand €300 van de overheid. Nee, 500. In totaal €1300 dat per jaar. Wanneer krijgen we dat dan? Als ik het nou hoor. Of niet? Wanneer? Maar nee, luister, dat was dit jaar. Je kon het indienen tot 1 oktober. Ik geloof dat het wel... Je moest het indienen? Ja, je moet wel indienen bij de gemeente. Kut. Je moet een bijzondere bijstand aanvragen via de gemeente. Als ik heel even mijn zin af mag maken. Belangrijk wel om te weten, degene die nu de boot hebben misgelopen. Volgend jaar doet de overheid weer 1300 uitkeren. Ja, maar is goed, al maar, bekend. Kijk, ik heb meer dan €4000 netto te besteden per maand. Dus ik weet niet. Ah, dan heb jij... Nee, natuurlijk niet. We hebben het ook over de minima's, hè? De minimum inkomen. Die 1300 was toch die 800 plus... Die 800 plus 400 en nog... Je kreeg het in twee gedeeltes, dacht ik. Maar... aanvraag met DigiD, kijk. 8 en 5 is 13. Nee, ja, klopt, in twee delen. Oké. Met DigiD. Ik heb er geen recht op, dus. Heb geen nut. Ook zo spoedig mogelijk uitkeren in plaats van... Weet je wat het is? Ieder gemeente... heeft zijn eigen werkwijze. De ene gemeente doet het in één keer misschien. Terwijl een andere gemeente, Black Mamba net uit had gelegd, in fases met een deadline. Ja. Juist. En deadlines. Ik wil één ding nog eraan knopen. Dan zijn we met dat onderwerp zeker glad. Feit is wel dat op het moment jij die aanvraag hebt gedaan. Hoe zeggen ze dat? Kijk, het is op inkomen gebaseerd, toch? Ja. Maar weet je wat ik zo raar vind? Dat de mensen met een heel klein pensioentje, AOW'tje... Zal ook buiten de boot, ja. Buiten de boot. Dat vind ik zo zielig, mensen. Vind ik ook zielig, omdat we... Nou laten we letterlijk de oudere mensen in de kou staan. Ja. Die hebben al bijna nooit hun gas en waterlicht licht aan. En ik lever liever mijn regeling, bijvoorbeeld als ik hem krijg. Ik krijg hem, jullie mogen het van mij weten. Ik lever hem graag in naar de oudere mensen. Sterker nog, dan heb je hart in je donder. Maar dit kan niet, hè? Dat je iets te boven zit met een pensioentje van 5 euro. Dat vind ik wel heel ziek. Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Mag ik even reageren? Iemand in de chat zegt, Bart, 4000 euro, dat klopt niet inderdaad. Nee. Mijn uitkering is 1850 netto en mijn vrouw verdient hetzelfde. Dus het is €3700 exact. Ja. Ga verder. Weet je wat er gebeurd is? Hè? Die piepstem, hè? Die is binnengekomen als multiboy. En die heeft de echte multiboy geblokkeerd. En nog multiboy 2 ook geblokkeerd. Dat zijn de echte kanalen. En nu, weet je, dat heeft hij dus als moderator gedaan, want hij is, dat had nooit moeten gebeuren, hij had nooit moderator gemaakt moeten worden. Want, vanaf nu geen moderators meer. Maar heeft Toppeltje hem gedeblokkeerd nu, zeg maar? Nee, dat kan niet, dan moet hij de live beëindigen en dan moet hij later in Creator doen. Ja, je moet naar Creator Studio. En dan ga je naar community en daar zie je de geblokkeerde mensen en dan kan je hem daar deblokkeren. Maar Toppeltje, ik ga je morgen alles uitleggen. Hey, de echte multiboy is multiboy 2. Dus multiboy 2, dat is de echte multiboy. Ik denk multiboy 3 ook hoor. Maar... Nee. Dat okay. DSA in de comments. DSA inderdaad. Hele goeie. Ja, dat klopt. Dat is de energiebelastingen waarschijnlijk. Wat? Ja, mooi. Die gaan ook omlaag. De energiebelastingen. Okay. Heffingen die daarover gaan. Die gaan sowieso omlaag en daar ga je het dan terugzien aan je stroom. Wat je per maand. Sommige mensen krijgen gewoon, iedereen krijgt het dus. Maar de anderen krijgen iets minder dan. Als je inkomen lager is, dan hebben ze daar recht op. Precies. Maar ik zie iemand in de comments, en dat is een hele goeie. Juist. Ik heb een energiecontract afgesloten voor €180 per maand. En dat loopt pas af in 2023 in december. Ja. Dus ik betaal nu nog gewoon 180. Ja.
Ik heb ook geen variabele tarief. Ik woon nu in een nieuw huis en geloof me, als het zonnetje 5 minuten schijnt, is binnen 10 minuten de temperatuur in mijn kamer 10 graden warmer. Ja, dat heb ik ook, Bart. Ja, ja, lekker. Ik heb zonnepanelen. En vloerverwarming. Ja, dat ook, krijg ik heb geen gas. Ik heb helemaal geen gas. Bart, jij gaat warmte. Nee, mijn warmte binnen via bodemwarmte wordt opgepompt. Hey Bart, je gaat een koude vloer krijgen. Ja. Mag ik even wat inschatten? Dan wou je niet in een goedkoop huurwoningje. Nee, absoluut niet. Klopt. Nee, dat dacht en, ik begrijp jouw insteek. Waarom ik, daarom zeg ik ook, ik krijg inderdaad wel mijn toeslag. Ja. Ja, maar ja, bij jou is het inkomensafhankelijk. Jij krijgt een toeslag door je eigen apparatuur die je hebt aangeschaft, toch? Dan krijg je het terug. Ik heb de woning ingegaan. Ik kook ook nog op gas. Ja, Big Mouth Billy, die heeft ook ik mis het eigenlijk wel, ik heb ook hoor. Nog gas, ik heb ook nog gas van huis. Ik nog wel, hoor. Maar ik heb wel zonnepanelen. Kijk, wil je na en helaas het enige nadeel dat je... Dan heb je ook een luxe huurwoning, Hanneke. Ja. Hanneke, ik kook zeg maar elektrisch. Het enige wat ik mis van op gas koken is dat ik niet meer geen wokbrander meer heb. Dus ik kan niet meer echt wokken, want dat kan niet elektrisch. Want dan moet je een brandertje erbij nemen. Dat als jij inductieplaat hebt, inductie hebt... Echt wokken doe je met de vlam in de wok te laten slaan. Daarom heb je... Snap je? Dan brand je die olie een beetje in de fik. Ik heb 10 jaar keukens verkocht, of 15 jaar. En mensen waren inderdaad inductie. Maar echte liefhebbers van koken zei ik altijd... Neem een grote wokbrander naast de inductieplaat. Want Je bevestigt en je geeft een goede tip. Toppie. Dat is hem. Kijk, jij weet waar je het over hebt. Dan hebben we dat toch ook wel. En ik mis dat nu wel, maar aan de ene kant denk ik van joh, ik haal net zoals met tiramisu. Tiramisu. Tiramisu is een toetje, maar je hebt ook een toetje, dan doe je een suikerlaagje. En dan ga je met een brandertje eroverheen. Ja, hoe heet het ook? Crème brûlée. Crème brûlée, ja. Ja, die wou ik. Zo'n brander. Oké, dank je dat je me uit laat praten, want het zal wel heel lullig zijn als tiramisu een inductieplaat zal zijn, toch? Hey gozer, wat is jouw naam? Ja. Marco. Marco. Ja. Doe mij even appen. Jij hebt echt droge humor, man. Jij bent echt grappig. Dankjewel. Dat is de bedoeling. Heb je moet ook tussen alle ellende door moet ook gelachen kunnen worden. Ja, toch? Ja, maar Mark, zeker weten. Abonneer op Bartje Bom. En heb je een pen? 06? Ik heb je op de app. Dobbel heb mij ook toegevoegd. Dus ik ga je toevoegen. Maar ik denk, dat vraag ik je nog wel. Jottem, goed jongen. Jij hebt echt humor. Nou, dankjewel. We gaan er wat leuk van maken. Levenservaring. Misschien kunnen we wel van elkaar leren, jongen. Zeker. Misschien zit er wel een vriendschap in. Hé, Reza. Jij weet mijn leeftijd. Voor je het weet komen ze door mijn raam. Naar binnen. Nee, grapje. Jij bent onrecht aangedaan. Mijn kinderen. Ja, nooit meer het doen. Echt, jongen, dat was echt goud, hè? Die video ging viraal. En echt waar, ja, ik heb hem daarna gesproken. Echt geweldig. Heb je ook die video gezien van Zero Fox tegen Younes Jouali? Ja. Ja, toch? Nou, dat is toch gouden content? Heftig hoor, heftig. Dikke SO naar Zero Fox. En hij heeft mij ook bedreigd. Ook nog. Ja, Jesus. Man. Iemand kwam aan mijn deur. En die zei, Zero Fox komt je opzoeken. En ik was dronken. Dus ik ging naar buiten en ik schold hem helemaal. Ik wou naar beneden komen en hij fietste snel weg. En dat hebben ze op YouTube gezet. Oké, dat is ook een item. Lachen toch, joh. Ja, ik toch. Bedoel, maar helaas, ik heb de video zelf niet meer. Ach. Mooi, hè? Ja, joh. Ja, joh. Hey, maar ik ga jou ook een keer politie voor mijn deur.
Heb ik ook een video, moet je maar op mijn kanaal kijken. Staat de politie, ik kwam thuis, ik was dronken, ik was gefrustreerd en ik gooi een koelkast over het balkon naar beneden. Ja, ik hoorde al zoiets. Ik denk, ja. Jezus man, dat is toch zonde? Dus de politie stond daar met al... honden en al. Dat heb ik allemaal gefilmd. Dus kijk ja. Op mijn kanaal man, dat is echt grappig. Ja, ga ik zeker doen. Ik ga daar een bezoek brengen. Ik ga ook oude video's van vroeger uploaden weer, want echt waar. Ik heb nog allemaal politievideo's jongens, echt waar. Kijk Bartje Bom, echt. Zal ik jullie eens een verhaal vertellen? Ik maakte iets van 8 jaar geleden in mijn oud woning maakte ik er wat mee. Ik zat in Skype groepen. Ja. En ik had daar ook mijn eigen groep en er kwamen echt mega veel mensen. Maar goed, uiteindelijk ook veel vrouwen. En ik ging af en toe, even daten, weet je. Ik ben vrijgezel, waarom niet? Dus op een gegeven ogenblik zeg een meid zo van 23. Ik denk, wow. Ik zei, kom op, hé. Tuurlijk. Nee, gewoon een bakje doen. Oké, prima, joh, weet je wel. En die twee vriendjes, die waren al maanden bezig met haar. Van, ja, dit en dat, je moet niet praten met die kale, weet je, met mij. Nou, ben ook lang verhaal, ja, lang verhaal, korte maken. Jongen, wij gaan elkaar een hand geven in het echte leven, beloofd. Is goed, gozer, Bart. Absoluut. Nee, komt-ie. Nou komt de climax. Komt-ie, dan. Ja, ik dacht van mij ook een climax. Althans, zij hadden gewoon happy seks, ending. Maar we lagen op bed. Wat denk je wat er gebeurt? Happy ending? Ze hadden uitgezocht dat ik een stichting had en zo. En, dus die stichting stond op mijn huisadres, man. Stonden er eigenlijk twee van die mannetjes beneden. En toen ik met die meid naar dat raam toe. We waren allebei naakt. Oh, jullie zijn naakt. Ik zeg, oh, wat een zonde. Adam en Eva. Ik zeg, Eva even naar achteren, want het mag niet van hun. Weet je, zo deden we dat. Dus die gasten werden nog 40. Dat waren twee ex-vriendjes van de. Ja. Maar ze deed het met iedereen. Ze was nymphomaan en ga zo maar door. Maar dat maakt niet uit. Ja, geef niet. Kan, als je vrijgezel bent, als je naar andere... Ja, weet je wat ik het hypocriete vind? Als mannen veel exen hebben, zijn ze stoer. Als vrouwen veel exen hebben, zijn ze sletten. Dat vind ik ook niet eerlijk. Ja, klopt, ben ik mee eens. Maar een verhaal af te maken, wat denk je wat er gebeurt? Toen had ik eigenlijk dit hero op YouTube moeten zitten. Had ik het ook gefilmd. Want ik zat op Skype en hun hebben het wel gefilmd. Die filmpjes zijn daar nog. Ik kom uit het raam, uit zijn moeder naar beneden kom ik ze luisteren. Als ik klaar ben gekomen, dan kom ik naar beneden. Ja, dat zei ik ook tegen de politie. En ik ben gewoon met haar gaan wippen tegen het raam aan. Want ze waren zo jaloers, gasten. Ik zeg, hier, kijk maar mee. Maar ik was dronken, hè. Ja, excuus. Dus, uiteindelijk, die gast, die belt de politie, weet je wat hij zegt? Ja, hangt met een vuurwapen uit het raam. Sinds wanneer is mijn mamba een vuurwapen? Gek gezegd. Nou komt-ie, de climax. Hey, arrestatieteam. Ik werd uit mijn woning gesleept, man. Ik heb een nacht vastgezeten en ik kwam gewoon weer thuis. En niks aan de hand. Gozer, maar ik was geschokkeerd. Mag ik wat zeggen? Ja, tuurlijk. Ik was live op YouTube. Ja. Ik was voor de deur. Want die Zero Fox daagde me uit, weet je wel. Ik roep dat ik een 9 mm heb. Dat zet ik op YouTube. Iranier was toen de tijd boos op mij. Iranier belt de politie, die maakt een melding van meneer Smeding heeft een 9 mm. En op een gegeven moment was het vrijdagavond. En ik zat mijn eerste joint op te steken in mijn oude huis. En in één keer had ik een paar halen op en in één keer hoorde ik een keihard kabaal beneden. En ik dacht, what the fuck? En binnen... Jongen. Ja, doei. Ach jee. Maar weet je wat er gebeurt? Ik hoor lawaai, ik kijk op, ik denk, nou, ik ben zeker stoned. En binnen 10 seconden, 5 agenten met schilden en 5 pistolen op me gericht. Ja, ik ken en het. Ik zeg, what the fuck, man? Hij zegt, ja, handen op je hoofd. Maar ik was net de jonk aan het opsteken. Dus ze bleven maar staan met die pistool op mij gericht. Was zei, helemaal gek. Ja, en dan de tweede waarschuwing is. En nu neerleggen wat je in je handen op of gaan schieten. Laat me uitpraten dan. Het wordt nog veel leuker. Het wordt nog veel leuker. Ai. Let op. Ze staan met die pistool op mij gericht. In mijn woonkamer.
En ik had die joint op mijn hoofd. Ik moest mijn hand op mijn hoofd doen en ik had die joint in mijn hand. En ze bleven maar staan met die pistool op mij gericht. En ze zeiden niks. Ik denk, ja, what the fuck? Dus ik ga een haaltje nemen van mijn jonkel. Nou, toen ging in één keer die pistolen naar me gericht, weer, of kwamen ze naar me toe. Ik werd op een stoel gezet en ik mocht niet meer bewegen. Oké. Gaan ze de hele huis doorzoeken naar een wapen. Luister, ik zat op die kankerstoel. En ik zat alles te bekijken. Ze keken in mijn vriezer. Oh, die dekentjes. Juist. Wacht nou even. Ja, ga je gang. Op een gegeven moment was die agent klaar. De hoofdagent, of degene die dat leidt, komt naar binnen. Hij zegt, alles veilig? Ja, hier is alles veilig. En ik zat op de stoel. En ik was melig, ik was stoned. Ik zeg, hey, luister. Ik zeg, die dekenkist, ja. Ik heb die dekenkist hier, hè. Moet je me zien, die dekenkist? Ja, waarom niet? Altijd. Ja, laat het zien. Maar in ieder geval, ik zeg, gozer. Ik zeg, jij zegt, woonkamer veilig. Hey, Bart val weg. Bartje. Ja, ze inzetten. Bart. Wow. Ik denk gestruikeld over de dekenkist. Oh mijn god. Ja, kijk. Ja, nee, ik had hem al eerder gehoord van hem, maar hij zal zo verder gaan. En het is een indrukwekkende vrouw. Of trouwens, ik weet niet of het Bart is. Dat is Iranier. Hé, hey, Dubbeltje, ben je nog depressief zoals je moeder? Kijk. Want ik heb het gesprek net gehoord. Je zegt, ik ben kankerdepressief. Waarom ben je depressief? Iranier, ik kan niks aan doen. Ja. Dat je in een instelling zit. Verslaafd bent aan de cocaïne. Dat je geen leven hebt. Oké, laat mij gewoon rustig mijn live voeren hier. Ik heb nog 31 mensen die graag willen kijken. Ja, is die verslaafd? Zeg dat Bartje dan. Bom, we gaan Bartje Bom erin laten. Dat sowieso. Kijken. De bloedzweten begint, hè? Yo, sorry. Kuttelefoon. Ja, luister. Ik zat dus op die kankerstoel. En wat gebeurt er? Geen komt binnen. En zegt, alles veilig? Alles veilig. Ik zeg tegen die agent, hey, luister. Ik zeg, hier kan een AK-47 in leggen. Die agent werd kwaad. Ik kreeg een blinddoek op, een kap over mijn hoofd. Ja, maar, dankzij Iranië. Dus dankjewel. Maar kijk, dit is die kist. Oh ja, ik wil hem zien. Dubbeltje. Ik kan hier zitten, hè? Omega T. Oh, wow. Klaplucht. Ga door, ga door. Ja, Omega TV. Wat kan hierin zitten? Omega TV, daar is die dubbeltje. Op zoek naar een vrouw, omdat die kanker lelijk is. Hé, hey, maar hoe is het met je moeder? Iranië, kan je niet wat vrede brengen op de wereld? Iranië, breng het een beetje gezellig, man. Vraag aan dubbeltje hoe je dat ontgrendt. Vraag aan dubbeltje. D-O-B-B-E-L-T-E. Dubbeltje. Iranië, het was net zo gezellig, man. Ja, man, ik krijg hartkloppingen van die man. Je weet niet eens hoe je... Ga naar piepstem dan. Ga weg. Je bent zwak begaafd. Je weet niet eens hoe je een klok moet ontgrendelen. Hé, Shabir is live. Ga naar Shabir. Ga Shabir lastigvallen. Even serieus. Echt, het is gewoon een zwak begaafd iemand. Ja, man. Ik snap het echt niet, man. Hij komt terug en meteen ruzie, man. Hou op. Het ging net wel zo gezellig. Ja, het is ook een zwak begaafd iemand. Ik kan er niks aan doen. Echt? Laten we het daarop houden. We hadden, de lamp was omgevallen van de dekenkist. Want ik ben een beetje autistisch. Ja. Dus ik wil altijd de chronologische volgorde aanhouden. Ja, nou, in ieder geval. Denk ik. Weet je wat het leuke was? Okay. Daarna moesten ze me naar het psychiatrisch centrum brengen, want ze moesten mij namelijk beoordelen. Nee. Dus ik ben bij de psychiater en ik was niet dronken. Ik had nog niet gedronken, dus ik zei gewoon van, ja, nee, niks aan de hand. En ik ben gewoon normaal. En ze hebben me gewoon naar huis gestuurd. En de politie heeft mijn deur vergoed. Ja. En ze hebben me ook een keer gearresteerd dat ik de koers naar beneden gooide. En ze hebben me gearresteerd met honden en alles. En tasers. Alles en... is geseponeerd. Klopt, vertelde je. Ja, ze hebben me de volgende ochtend hebben ze gewoon als taxi naar huis gebracht, als bitches. Ik heb het gefilmd. Die video ga ik morgen op mijn kanaal zetten. De politie brengt mij naar huis na een onterechte arrestatie. Dit is Alex Soze, man. Alex Soze niveau. Oké, nee. Dus je wilt er niet meer kijken, dan heb ik jouw tipste vandaag. Anneke. Ik dacht dat je haar ging halen. En het... Anneke. Anneke. Yo. Tegen wie praat je, meisje? Je bent te horen, meid. Ja, nu niet meer. Ah, oké, goed zo.
Nee, maar ja, dat is bizar. Dat zijn kleine tegemoetkomingen van hun kant. En ja. Ze weten dat ze fout zitten. Vaak Tuurlijk. Wordt er ook... Weet je, ze hebben hele geheime dingetjes eigenlijk. Je moet de wet kennen hoor. Komt-ie. Ja, ik ken de wet nu ondertussen op mijn duimpje. Nee, ze kunnen op twee manieren. Moet je horen. Je hebt een bevel tot binnentreden als agent. Ja, hadden ze. Maar je hebt, luister, maar je hebt geen bevel tot huiszoeking. Dus ze doen het heel slim. Ze gaan je imponeren. Ja, oh? We hebben een bevel tot binnentreden. Met andere woorden, we hebben ook een bevel tot huiszoeking. En dan zeggen ze, vindt het goed dat we even de woning doorzoeken. Op het moment jij ja zegt, heb je toestemming gegeven. Meen je niet? Je kan het gewoon nee kunnen zeggen. En nou ga ik je wat anders zeggen. Kan ik nu een schadevergoeding vragen? Ja? Luister, ik heb strafrecht gedaan op dit vlak. En nou komt het, ze doen het ook vaak zo. Ze hebben een bevel tot huiszoeking, maar niet een bevel tot binnentreden. Wat is het verschil dan? Hoe kan je een huis doorzoeken zonder binnentreden dan? Tuurlijk, dus ze gaan je overbluffen, wederom manipuleren. Ja, we hebben een bevel tot huiszoeking. Geeft de toestemming dat wij binnen mogen komen, met nadruk zeggen ze dat, om vervolgens ons huiszoeking te doen. Ja, nee, maar dat kan toch niet? Ja, dit zijn die vieze trucjes van de overheid. Ik zweer het je op alles. Maar luister, dan is alles wat ze vinden is niet rechtmatig verkregen. Jawel, want je hebt toestemming gegeven. Je hebt toestemming gegeven, anders snap je. Ik snap één ding niet. Hoe kan je in godsnaam een huis doorzoeken zonder binnen te treden? Hoe ga je dat doen? Ja, maar dat is... wij als burger kennen de... Wij als burger... De rechter zeggen, je mag het huis doorzoeken, maar je mag niet naar binnen. Wat moeten ze dan doen? Drones naar binnen zetten. Nee, want die rechter zegt ook... Hoe dan? Of de officier zegt dat, niet de rechter... De officier zegt dan ook van ja, maar je mag binnentreden met toestemming van de bewoner en ik geef je wel een bevel tot huiszoeking. Dat is het. Dus als ik had gezegd, je mag niet binnenkomen? Precies. Maar luister, ik had die kans niet, hè? Ze hadden de deur ingetrapt en er stonden 5 pistolen op me gericht. Dus ja, er was geen bevel tot huiszoeking. Ze stormden gewoon die deur binnen. Dus het was geen huiszoekingsbevel. Het was een bevel tot inval om een pistool te zoeken. Het is de maar hoe lang is het geleden? Hoe lang is het geleden? 2021. Nou, dan kun je er nog wel wat mee. Je moet contact nemen met een advocaat. Je kan ook juridisch loket bellen. Ja, nee, dus juridisch loket, ga weg man. Ik heb een goede advocaat. Bewijzen van, voor je informatie. Ja. Van, heb ik hier een zaak in handen? Kunnen we hier wat mee? Absoluut. Een advocaat moet jou dat kunnen vertellen. Ik ga dat niet doen. Nee, ja, dat klopt. Ik kan heus een antwoord geven. Ik heb al een advocaat, heb ik al 20 jaar. En ik heb me nu ingeschakeld voor die aangifte tegen die piepstem. Want ik heb echt aangifte gedaan. Hè. De gemeente is naar me op zoek. Het kinderdagverblijf. Weet je, ik bedoel... Die gozer is echt een gevaar. Voor zichzelf en voor de samenleving. Maar ik heb mijn vraag aan jou. Hoe kunnen dit soort psychosomatische mensen... aan jouw adres komen? Hoe dan? Nou, heel simpel. Hij was heel slim. Kijk, ik ging verhuizen. Iedereen kende mijn adres. En weet je, heel eerlijk. Ik durf best met mijn gezicht op YouTube en met mijn stem. Maar het is natuurlijk niet leuk. Net zoals die Esther for Justice. Kijk, nu zijn we goed. Maar ze zijn door mijn straat gereden. En ze hebben dat op YouTube gezet. Met de oproep van, hey, kale KK-junk. Wil je ruzie? Weet je, dan... En dat zetten ze op YouTube. Maar dat is intimidatie. Dat is strafbaar. Maar, is ook lastig, hè? Vergeet dat niet. Ja, maar ik ben verhuisd, maar die piepstem, kijk, hij is misschien slecht en een psychopaat, maar één ding, hij is fucking slim. Daarom is iedereen zo bang. Hij heeft gewoon gekeken bij kapellen, bij huurwoningen, laatst huurwoningen gegeven, en zo zag hij een foto van mij in huis met een foto naar de buitenkant. Op de achtergrond zag je de toren van een kerk. Ai, en die Ryan is erachter gekomen. Gouden Regenstraat 12. Echo hoor ik. Echo. En sindsdien staat mijn adres overal erop. Met oproep om brieven te sturen naar mijn buren. Dat ik pedo ben. Hoor jij die echo ook? Om mijn ramen in te gooien. Hey, goedenavond. Het is echt ziek. Yo. Bart, goedenavond. Hoor jij de echo? Ja, ik hoor de echo ook. Dat is iemand anders. Dat komt er waarschijnlijk door mij, want ik kom net boven. Waarschijnlijk. Ja, doe even je geluid aan. Doe even je... App op de achtergrond sluiten. Hey, ik heb nieuws, hè? Ik heb nieuws.
Oh? Gefeliciteerd, Dobbeltje. De eerste video is al over jou gemaakt. De eerste oorlog. Het startschot is al afgeschoten. Reza, ik hoef de naam niet te noemen, maar klopt het wat ik denk? Ja, en... Oké. Punisher is back. Dankjewel, politie. Gepromoot door John Bogaert net op zijn kanaal. Ja, tuurlijk. Slangenkuil. Ik kreeg er net door van mensen. Punisher is terug met zijn kanaal. En hij heeft de aanval ingezet nu. Wauw. Wow. Ja, hij gaat video's maken. Spannend, man. Ja, man. Ja. Dit hoort er allemaal bij. Deze gekte hoort er allemaal bij. Ik zal even mijn profielfoto veranderen. Ik kom zo terug. Je staat altijd gasten zoals die Ryan, die piepstemmetje. Die komen altijd binnen om te schelden en weer weg te gaan. En je gaat mensen video's over je maken. Dit hoort er allemaal bij. Het is ook met ons allemaal gebeurd. Met Bart en Shabir en alle andere. Dit hoort er allemaal bij. En op een gegeven moment dan gaat het ook weer een beetje weg. Dan worden ze ook moe en zo. Maar diezelfde figuren, die zijn weer bezig. Ze hebben weer een nieuw slachtoffer. En dat is nu Dobbeltje geworden. Maar dat gaat jou alleen nog meer leden opleveren. Zo moet je het zien. Waar. Ja. Maar Irania, die was dus een tijdje weg. Maar hij is dus nu terug. En dat was net een aankondiging bij John Bogaert's kanaal. Want die probeert hem nu te promoten. Want ja, allemaal... Zo leuk al. Ja, dit hoort er allemaal... Ik had echt niet zo... Ik dacht dat het nooit zo snel zou gaan, weet je. Ik dacht, het gaat nog een tijdje duren. Maar zo snel aan, op de tweede show al? Oh, man. Ja, tweede show en we hebben al volle aandacht, mensen. Hoe is dat? Dat is wel gewoon... Het is echt dezelfde woord, hè? Het gaat wel goed. Kijk naar mijn avatar, mensen. Nice. Avatar, hè? Wat? Ja, precies. En Bart zegt altijd ook indexeren, maar het is annexeren. Indexeren. Oh ja, sorry Reza, ja. indexeren is ook wel een Nederlands woord, hè? Ja, maar dat betekent iets anders dan annexeren. Wat ja, tuurlijk. Indexeren, dat is gewoon iets heel anders, weet je. Ja. Maar, ja. Er worden allemaal adressen geüpload hier. Ik weet niet van wie ze zijn allemaal. Ja, het is gewoon ziek, man. Het is gewoon ziek. Ja, nee, maar het betekent dat het show, de Dobbeltje Show, toch wel een succes is. Ja, zeker. Hey, continu 40, 50 kijkers, jongen. En je hebt inmiddels meer abonnees dan... Je hebt echt al 30 meer abonnees of 40. Dus, gozer, als we dit doorzetten, krijgt Reza dadelijk 500 abonnees. Dobbeltje, jij krijgt 1000 abonnees. Ik krijg er misschien ook 1000. Ik bedoel, laten we gewoon zo positief doorgaan. En ja, nogmaals, ik ga je morgen alles uitleggen, Dobbeltje. Maar er zijn een aantal mensen. Ik ga je ervoor waarschuwen en neem het van mij en Reza aan. Ja, sowieso dikke SO naar alle kijkers, weet je. Ja, dat zeker, is, man. Ja, het is gewoon maandagavond. Hè? De meeste mensen moeten morgen gewoon werken. Hey, maar hoor eens. Wij doen dit ook met name. Ik... Persoonlijk doet dit gewoon echt om waarschuwingen uit te geven aan mensen. Wakker te schudden, weet je wel? Ja, en dan is deze live wakker. Uitermate geschikt om mensen te waarschuwen voor cyberpesten. Precies. Onder andere, weet je wel. Ja, er zijn zo of koelkasten naar beneden gooien. Doet het niet. Ja, maar dat is wel leuk. Of daten op internet. Jongen, doe het kijk niet. Als op twee ik ga alle video's dadelijk uploaden. Ja. Nee, ik wil het wel zien. Ik vind het altijd wel mooi. Zeker. Hey, ik heb binnenkort een heel mooi item voor hier vanuit de rechtbank. Reza Matori. Oh. Ja. Kun jij misschien die video hier in de wacht zetten? Dan kunnen we die video met z'n allen kijken als de eerste ja, video. Reza. Welke video? Ja, er is er al een video over mij. Ja. Oh, die, ja, even kijken. Oh. Ik zat hem even in de wacht. Dan kunnen we dat kijken met alle kijkers. Karin, hey, ik ben niet dronken hoor, al een paar maanden niet. Maar weet je wat gaat gebeuren dan, hè? Dan gaat die persoon jou een strijk geven. Dan gaat hij bij YouTube zitten zeiken dat jij zijn materiaal gebruikt in jouw show, begrijp je? En dan wordt jouw hip ook weggehaald. Juist, oké. Okay. Ja. Ja, maar luister, dit is de eerste of tweede live, hè? We moeten nog een heleboel leren. En luister, we leren van onze fouten, ja? Komt goed. Nou ja, ik vind wel dat ik in een bepaalde verhouding in deze live heb ik al gevonden dat er sprake is van ervaringsdeskundigheid. En absoluut. Dat willen wij openbrengen. Ja, tuurlijk. Kijk, beter, we hebben allemaal levenservaring, nou is het inderdaad, we hebben allemaal onze dingen. Nee, die put waar jij het over had, Bart, die hebben wij nou gedempt en de koetjes kunnen eroverheen. Ja. De kalf. Ja. Ja, toch? Jij bent echt een gave gozer, man.
Ik mag jou, echt. Proost, ouwe, ik neem er ook lul. Maar tegen mij mag je altijd zeggen. Er zijn altijd mensen, als jij een nieuwe StreamYard kanaal opent, er zijn altijd mensen die dat niet willen, die jou willen stoppen. En er zijn altijd mensen die jouw kanaal weer als een middel zien om hun, hun treiterij door te zetten, weet je, naar andere mensen, zoals die Diepstil en zo. En dus iedereen denkt er het andere over, weet je. Ik sta altijd open voor nieuwe kanalen. Hoe meer kanalen, hoe meer, hoe beter. Ja, toch? Ja, Reza, jij bent toch geen alcoholist, maar een streamyardist. Streamyardist. Ja, toch? Ja, maar het is nog niet geabonneerd. Abonneren is streamyardist. Dat is Reza Matori. Reza Wikipedia. Yes. Nee, alsjeblieft, Bart, noem me niet zo. Ja? I love you, Reza. Bart, ik ga hem opnemen in het dikke vandalen. Ja, Reza Wikipedia is goud. Nee, alsjeblieft niet, Bart. Oh ja, nee, nee. Bamba. Reza, twee componenten. Heb je een stemming om te spelen? Weet je, laat ik het zo zeggen. Dit is iets wat ik echt meen. Ik speel 33 jaar gitaar. Ja, komt het. Ik ken Red Hot Chili Peppers spelen, bla bla. Even wachten. Pit, Shabir is heel wat anders dan piepstem. Kijk, ik ga je vertellen. Je hebt talent. Ja, oké, heb ik talent? Nee. Kan ik goed gitaar spelen? Ja, maar waarom heb je dan geen talent? Omdat ik het heb moeten leren. Duidelijke taal toch? Ja, mijn talent, en dat zullen jullie allemaal merken, dat talent is gewoon praten. Leer je niet, dat heb je. Praten, praten, praten. Ja, precies, dat is mijn talent. Bij mij ook. Weet je wel, je kan ook mooi zingen hoor, trouwens. Dat zeggen ze. Welkom, welkom. Echt ook. Dat zijn er. Ja. Yeah. Zijn er. Nee, Echo is weg. Echo. Waar is die Echo? Waar ben je? Echo, waar ben je? Hallo? Hallo? Test, test. Hé, hey, Pip. Laat de eerste de laatste zijn. Ja. Nee, maar snap je. Talent is iets wat je niet... Je hoeft dat niet te leren. Ik heb gezien op YouTube dat de kinderen zijn van 4 jaar. Die spelen gewoon Led Zeppelin. Alsof het niks is. 4 jaar, man. Schij uit, ik speel 32 jaar. Hoezo demotivatie? Flikker op met die wonderkinderen. Heb je die film Amadeus gezien over Mozart? Oh, gezien, ja, klopt, man. Ja, Amadeus, hij was eigenlijk doof, hè? Ja? Beethoven, ja, ja, klopt. Amadeus was doof. Klopt, klopt, klopt. Beethoven was Beethoven. Dat is nog het meest bizarre van alles. Ja. Ik dacht dat Beethoven doof was. Mozart toch niet? Beethoven. Nee, ik denk dat jij bent in de war met Rembrandt van Rijn. Die wou ook doof zijn, die sneed zijn oor eraf. Ja, die sneed zijn oor eraf, ja. die wou ook doof zijn. Nou? Dat was een vis het van Gogh. Vis het van Gogh. Oh ja! Dat is vis het van Gogh, eikel. Ja, ik zeg al niks. What the fuck? Ik vergis me. Rembrandt heeft zijn oor afgesneden. Hey, Mike Tyson heeft zijn oor afgebeten. Vincent van Gogh, ja. Oh. Ja, joh. Afgebeten? Niet Rembrandt. Nee. Je kan je eigen oor niet afbijten. Nee, maar Thijs deed het toch bij een ander. Hoe heet hij ook alweer, die tegenstander? Evander Holyfield. Juist, Evander Holyfield. Juist. Maar achteraf zijn het de beste vrienden geworden. Ja. Dat was wel een apart gevecht, hè. Die Tyson is echt zo'n valse chihuahua zoals de Iraniër van vanavond. Ja, maar het verschil met Iraniër en die Mike Tyson. Kijk, Mike Tyson kan echt schade aanrichten. Iraniër doet alleen maar schade aanrichten. Ja, die bijten je hier wel als een chihuahua. Nee, maar zonder gekkigheid. Je hebt gelijk, hè, Bart. Ja, toch? Luister, ik ben toch veel leuker nuchter nu. Ja, toch? Heeft iemand Sabber eruit gegooid? Nee, toch? Nee. Oké, okay, ja, die is zelf eruit gegaan. Ja, hij is er wel uitgegaan ineens meteen. Ja, maar misschien de verbindingen. Maar mensen, hoe bevalt de nuchtere Bart? Goed toch? Ik heb die dronken nooit meegemaakt. Nuchter bedoel je nuchter? Wees blij. En Google anders maar Bartje Bom, dan kom je genoeg video's even tegen. Ah, weet je wat het is? Ja, nuchter kan je ook gewoon zijn als je gedronken hebt, zeg maar. Klinkt misschien heel raar. Ik ben ook gestoord als ik nuchter ben. Maar je hebt daarom. Nee, toch niet. Dat bedoel ik. Heb je net geen blow gehad, of wel? Ja, Reza. Daar ben je toch niet nuchter, Bart, als je blow hebt gehad?
Ja, oké, maar ik ben niet... ik weet toch wat ik zeg, Reza, dat bedoel ik. Je bent alcoholnuchter, bedoel je? Ja. Maar Bart, jij kon toch het requiem van Mozart uit je hoofd, of niet? ja, nee, ik ken, niet helemaal. Ik ken voor Elise kan ik spelen op de gitaar. Ja, voor Elise, ja. Zal ik hem nu even afspelen? Ja, maar kan die niet zachtjes op de achtergrond? Zou wel heel mooi zijn. Of ja, een lekker jazz ondertoontje. Ja, muziekje op de achtergrond is altijd lekker. Iranië is jazz. Maar dan niet te hard, hè? Nee, metal of zo, nee. Metal? Nee, ja, dat is hard. Nee, gewoon jazz. Marco, klassiek. Jij bent prettig gestoord en echt waar, wij gaan echt de beste vrienden worden. Ja, ik denk dat wij zeker wel matties kunnen worden. En dat, dan gaan wel, we gaan het gewoon heel leuk maken hier op... daar sta ik achter. Je speelt zelf. Nee, god nee. Kon ik dat maar. Ja, maar dit is niet zo moeilijk, man. Hans Steeuwert, rook een parodie op. Bart. Ja, wacht. Ja. Bart, Hans Steeuwen, heb je hier een parodie op bedacht? Moet je destijds zijn in zijn show. Oké, okay. Waar kan ik die vinden? Doe maar gewoon. Opzij. We hebben een ongelofelijke haast. Wat is dat? Younes! Jezus Christus. Mijn god. I love it. Is dat die Iranier die je zo raar doet? Nee, ja. Jawel, ik heb direct al een beeld erbij. Ik ben wel niet van de oude garde, maar toch. Kijk, die Iranier, die gaat bijten in zijn benen. Hij deed het toen al. Oh shit. Nou zeg. Maar Hans. Wat wou je nou net op YouTube zetten? Ja, zeg maar Hans Steeuwer en dan Paradis op View Release. Hans Even Steeuwer. Kijken. Dan... Hij is toch wel. Ja, dat is lachen. Nou, nah, weet je. Dat, ik ben niet Hans Steeuwer. Hij is wel grappig. Hij is wel grappig. Verwant aan zijn humor, maar niet aan zijn uitlatingen. Parodie, hè? Nee. Ja, precies. Weet je, cabaret is cabaret. En daar, dat is met Bigo ook, maar je mag niet racistisch zijn. Nee. Komt-ie? Dat geeft eerlijk. Oh ja, komt-ie. Parodie. ja, maar het gaat gewoon puur om dit stuk. Ja. Het inslagmoment, paradie, zeg maar. Jalla. De krater is pas later. Komt-ie, hè? Wachten. Ja. Ja, dat is muziek. Dit zijn dan de toetsen. Dit is bijvoorbeeld de C. C. Dit is de D. Hoor je? Is net anders. D. Ja, en dan kan je dus muziek maken. Bijvoorbeeld Bach. I love him. Of Beethoven. Mozart. Hij heeft wel talent hoor, die gozer. Ja, echt. Net als Arjen Lubach. Bijzonder. Ja. Ja, ze lachen. Zullen we zo een stukje uit Raw afspelen met Eddie Murphy? Oh ja, die is ook wel gaaf, hè? Ja, man. Ja, you don't owe me, Mr. Fufu, Mr. Fuku, man. Wacht even. Met Fufu. Die vrouw die op een zebra, die had leren kennen op een zebra en ze reed in Afrika. Ja, of Najib Amali? Najib is ook wel absoluut goed.
Nou, wat zeiden we net nou? Maar dan vind ik van Jeep eigenlijk het meest... Ja, zeg maar dat stukje dat hij een escortbureau ging bellen, vind ik hartstikke leuk. Nee. Eigenlijk het meest bekendste escortbureau naar Jeep Amali, geloof ik. Ja, 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 maar we hadden het net over een andere. Wat was die eerste nou? Die komt zo. Kijk hoor, we hebben al een steeuwen. Ja, die hebben we net gehad. Maar je zei daarna iets. Hoe heet die nou ook alweer? Nee, dat zei jij, Eddie Murphy, toch? Oh ja, yeah. Raw. Juist. Eddie Murphy. Ja, dat die... is echt lachen, hè? Maar alleen, ja, dan moet je hem voor misschien voor deze groep, deze live, even met beelden en zo. Is dat mogelijk? Ja, ik weet niet, ik kan het wel doen, dan zegt de camera. Wacht even hoor. Of zullen we gewoon een... gaan we met cabaret verder? Ja, het is gewoon, gewoon een leuk stukje, toch? Ja, zeker. Welke ga je opzetten? Oh ja, wat is dat geluid? Wat de cabaret van jij wilde. Ja, ja, ja. Dankjewel, Bart. Maar wij kunnen dan niet groot zien, hè? Nou, dat werkt niet echt, hè? Nee, maar nee, Bart. Wij kunnen dan niet groot zien, denk ik. We kunnen niet meekijken, echt. Nee, ja, je kan wel inzoomen, maar je ziet het bijna niet. Maar iets, ja, luister wel, maar echt meekijken niet, hè? Maar Bart, ik zie je ook dat je nu... Je kan inzoomen. Je kan hem een beetje groter maken. Dan zie je ja, Bart, weet ik. Ja, dat wel. Hé, wat Bart, nou zie ik jou, hè? Ja, ik ben de enige met mijn bek op YouTube. Ja, dat is waar. Bart, je lijkt op mij, mother. Unbelievable. Hij lijkt echt op jou, hè? Jullie zijn echt tegen de fuck. Bart, je lijkt echt op mij. Het lijkt je broer wel. Die één jaar ouder is. Het viel mij in één keer op. Mijn hoofd lijkt op een penis, zeggen ze. Jullie hebben allebei dezelfde kapper, toch? Werd er, ja, onze kapper heet Gillette. Ik ben je broer, Bart. Ik zal ook een bril op doen. Mm. Ja, ja, man. Ja, ja. Maar wacht, ik ken nog wat leukers. Wacht even. Nu zie je mijn echte kant. Ik heb namelijk een kopie laten maken van het gezicht van Piepstem. Oké. Okay. Is het geen compositietekening van opsporing verzocht? Oh. Komt hij zo altijd? Ik schrok wel een beetje. Ik denk, what the fuck? Komt hij zo in beeld? Zoiets wil je toch s'nachts echt niet tegenkomen, weet je wel. Ja. Nee. Je kan zo schrik bij Fright Night. Top. Je kan zo Fright Night meedoen. Zeker. Ik vind het masker van Scream vind ik mooi. Oh, ik heb nu, kijk, het voordeel is, ik heb nu wel witte tanden. Oké. Okay. Wat is dat? Ja, ik maak even een grapje over mijn gele kanarietanden. Kijk, dat moet ik niet zeggen. Bleek. Ik ben sportief. Jij deed toch bleken? Je tanden. Ja, Hanneke, kijk, mensen maken commentaar over mijn gele tanden. Maar ik heb één antwoord, hè. Ik kan het laten bleken bij de tandarts. Het kost misschien wat geld, maar je rotte karakter... Die kan je nooit laten bleken, ja? Nee. Mijn tanden kan ik laten oplossen. Jawel, dan moet je een doos make-up, inslikken. Wat? Een doos make-up. Je weet wel, make-up. Ja, ik... Nou, dan word je innerlijke schoonheid krijgen daarvan. Oh, zo... Jij bent echt droog. Ja. Kijk, dit bedoel ik. Marco, als wij samen door de stad gaan lopen en we gaan vloggen... hebben wij binnen een jaar... hebben wij 1 miljoen abonnees, man. Gaan we het doen. Ja, zeker. Dat is wel leuk. Zeker. Ja, inshallah. Hij is gaaf, man. Inshallah. Inshallah, ja, ook goed. Ja, dat is echt leuk, inshallah. Ja, ik vind het ook mooi dat jij... ja, niet praktiserend bent, maar wel moslim. En soms laat je het even... Zo dan! En soms laat je het vallen en dan pak je het weer op. Klopt.
Ja, mooi, hè? Ja, maar ik vind, Bart heeft ook veel meegemaakt en het heeft hem gemaakt tot wie hij nu is. Ja, absoluut. Masha'Allah. En hij zegt zelf, hij heeft het nog steeds in zich. Dus alleen door mensen een beetje... En dat vind ik mooi, want ik zeg je eerlijk, los van het geloof vind ik Arabisch is al sowieso een wereldtaal. Vind ik een van de allermooiste talen ter wereld. Ja, ze hebben Frans gewoon die mooie klanken, weet je. Hanneke, zeg jij mooie klanken? Habibi. Ja, Hanneke het doen. Luister, als Hanneke het zegt, nee, ik doe geloof het naar Hanneke. Habibi. Hanneke ja, zegt tegen mij Habibi. Habibi. Hoor, Habibi. Habibi? Habibi. Oh ja, wij zeggen Habibi. Ja. Hé, hey, Hanneke. Ja. Wil jij, gewoon een stukje met die accenten praten? Nee, wil je een stukje maar, Koran? Mag ook. El Fetiha, El Fetiha. Ja, wil je een vers uit de Koran zingen? Het heeft een Eens naam. Zingen. Ik weet niet hoe. Ja, dat kan. Ja, reciteren. Haar uitspraak is heel mooi. Of gewoon, ja, maar zoals ook van Allahu Akbar, weet je wel? Ja, ja, ja. Dat dus, hè? Maar dan zij. Ja, dat kan zo goed. Mooi, wat ik... Hoe heet dat? Alsjeblieft, help me op gang. Ik luister het soms op YouTube. Ja, haar broer. Juist, die. Luister dan. Oké, ik zal nog een keer zeggen. Wa ashhadu la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kijk, hoor je die mooie klank? Die klank van... Nou, dat kan ik dus niet. Ja, dat ik kan het echt niet. El Fetiha ken ik niet, hè? Want mijn naam is ook... Het begint ook met Henneke, is het eigenlijk. Ja, laat het zo zeggen. Henneke. Een soort keelontsteking. Ja, dat is het wel, hè. Ja, dat is moeilijk, hoor. Dat zijn moeilijke klanken, maar dat kan je ook oefenen, hè. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, melek yonidim. Oefenen jullie dit klinkt? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, melek yonidim. Voor de rest ken ik niet. Maar hoe vinden jullie dat ik het dan? Niet onderbreken, niet onderbreken, niet onderbreken. Amin. Prachtig, Hanneke. Okay. Maar denk jullie niet dat... Wat is de zin van het leven eigenlijk, hè? Hey Reza. Ja. Geloof ik krijg allemaal appjes van mensen die kijken en die zeggen, Bart, jij hebt het talent, jij moet showleider worden of zo. Presentator. Ik zit even te kijken hoe die man uit... Ik ben namelijk geen JB, hè? Ik praat mee. maar ik merk dat ik meestal de aandacht naar mij toe trek. Sorry. Zo ben ik, sorry. Ja, maar ben je... ik zie geen namen bij de profielen. Hoe kan dat nou? Omdat als er een comment staat, dan kan je de namen niet zien. Dan moet die comment moet je uit de zichtbaarheid halen en dan zie je de namen van de mensen in de chat. Dus die comment van de East Records, love naar alle kijkers. Als je die weghaalt, zie je de namen. Reza, jij kent Srinja beter dan ik. Leg het hem even uit, Reza. Reza. Oh ja, dat is waar. Die is weggereisd. Als je hem weghaalt, dan zie je het wel. Juist, nu zie je het wel namelijk. Je ziet ook dobbeltje 2:37 live is. Ja, ja maar door betreffen heel zijn band maak niet ik ook weer reclame voor deze live. Yo, ik ben er gewoon. Yo, oké. Okay. Ik ben thuis. Is dat het enige waar je van? Dobbel, het is jouw live. Ja, jij zal jullie zijn zo leuk aan het praten. En ik ben gewoon aan het luisteren. Dobbel is stoned. Nee, dat niet. Dobbel, ik wou alleen zeggen, ik hou van je broeder. Hoe ik moeilijk hou van ons allemaal. Love is in the air. Love is everywhere. Ik ben gewoon aan het luisteren naar Bart en Black Mamba vooral. Ja, het is wel zeker. Ja. Liefde is in de lucht, mensen. Het is lente op YouTube. Taner is ook een broer van mij uit respect. Mensen wie? Die mij met respect... Taner. Taner heb ik leren kennen op Bigo. Dat is echt een doodgoeie gozer. Maar is hij, alleen is hij begrijpt mij af en toe verkeerd. Dat wou ik wel vertellen.
Ja, maar kijk, luister. Internet is leuk afstandelijk. Maar als je elkaar... Ik heb nu inmiddels 6 mensen ontmoet van internet. En op dat moment hebben we gewoon goed contact, weet je. Het is gewoon leuk. Ja. Maar je moet niet te snel dat doen. Nee joh, ik zei een keer tegen een vrouw... Oh, dat zei ik tegen jou, Hanneke. Ik zeg, ik wil met je trouwen. Ik zeg, maar ik trek een paar jaar vooruit. Dan kan ik sparen voor 100.000 euro. Toch? Ja, zo, daar had hij het met mij over gehad, ja. Oké. Okay. Ja, ik onthoud alles, hè. Ja. Want dat is juist de band die we hebben. Schrijf maar aan. Reza vindt Hanneke ook leuk, hè? Dat bedoel ik. Schrijf maar aan in de rij. Ja, maar Hanneke, of Reza, kijk, één ding. Jij gaat racen op het moment ik met Hanneke heb. Sorry voor je. Dus koop maar een goede racefiets. Lopende Wikipedia's, dat weer wel een beetje zo. Nee, Reza of... Dat ben ik trouwens. Je hebt het over jou twee mensen door elkaar. Nou, nee, Reza is een lopende Wikipedia en jij bent echt zo'n verslaggever en zo. Je weet toch? Oh, joh. Ja, je hebt onderzoek gedaan naar deodorant. Dus jij bent... Ja, nee, ja. In deodorant zitten ook metaaldeeltjes, hè? Aluminium, zout en kijk, zo. Deze gaat, nanodeeltjes. Dat zijn die nanodeeltjes. Die zijn trouwens negatief geladen, zodat jij overal tumoren krijgt. Maar ik kan daar niet te veel... Met name lymfeklierkanker, want die zitten in je oksels. Ja, maar dat is dodelijk, hè? Zit er toch in zonnebrand zitten? Dan ben je klaar. Dan ben je klaar. Hé, wat leuk! Mensen, welkom poeplapje! Hij komt poeplappen. Er is genoeg stront op YouTube, poeplapje. Ga maar vegen. Hé, poeplapje. Zit er een poeplapje in? Ja, die is echt grappig, man. Die is echt grappig. In tegenstelling tot die gozer waar jij ruzie mee hebt. Deze kan je zo... Dat is gewoon een hoop stront. Maar dit is poeplapje. Nee, maar weet je hoe je poeplapje kan vinden? Weet je hoe je hem kan vinden? Of die ook stront? Nou, vertel. Gewoon de strontvliegen volgen. Wat? Maar waarom kontlapje? Strontvliegen gaan volgen. Ah, ja. Maar die zijn er al zoveel. Met een drone, dan kom je me in één keer tegen. Waarom kontlapje? Gadverdamme, ja, dat is wel een grappige naam. Man. Mensen vroegen continu, Bart, maak een wc-vlog. Hey, weet je wat ik ook zo tering... Hey, weet je wat ik echt vies vind? Je koopt een stuk vlees, koop je in de winkel, ja, een stuk. Ja. En leg er gewoon, en je haalt hem uit zijn verpakking, leg er gewoon een maandverband onder het bloed. Is dit nou een grapje of? Ja. Nee. Oh. Nou, ik noem dat dan maandverband, maar zo ziet het eruit. Jij bedoelt dat witte papiertje. Ja, man, echt wel. Jij bent echt grappig, man. Klopt. Dus mensen luister, ik weet nu exact. Je haalt inderdaad dat vlees eruit en je ziet inderdaad wit papier met bloed. Een maandverband. Ja, man. Je hebt gelijk. Godverdamme. En daarom zeggen sommige gasten... Hey, heb je gisteren rosbief leggen likken? Denk, jezus man, hou eens even op. Dat is toch geen straattaal meer? Dit is gewoon schunnig wat je zegt. Zei ik, hè? Worden ze boos. Ze zeggen, oh, laat me zitten. Ik ga biefstukken eten vanavond. Echt, die gasten zijn zo ziek, die ik ken. Daarom zit ik eigenlijk gewoon toch maar online, weet je wel. Hier valt het wel mee. Op Bivo. Ja, dat is veilig. Ja. Gestoorde de Mogol. Ik ga je morgen echt bellen, man. Is goed, gozer. Wij gaan zeker bellen. Juist niet laagdrempelig, jongens. Wil ik jullie zeggen. Want dan moet je ook je eigen talenten gebruiken daar, toch? Dus ja, dat is ook wat persoonlijker. Dus je hebt echte kritiek daar of discussies. Maar er zijn ook echt Senza-groepen. Ja. En als je daar binnenkomt, je kan ook geheim binnenkomen bij iemand. Dan kan je dat zien. Zeg maar. En dan zien ze alleen maar over moeders schelden en zo. Je moeder dit, je moeder dat, je vader dit, je kinderen dat. Kanker dit, kanker dat. Ja, het gaat er heel heftig aan. Poeplapje zus, poeplapje zo. Dat is echt die Senza-groep. Krijgt niet allemaal cadeau. Nou, poeplapje is altijd netjes gebleven. Je hebt normale groepen. Waar je ook... Nee, het rijmde gewoon. Poeplapje zus, poeplapje zo. Ja, ik weet. We praten daar niet over poeplapjes, hoor. Nee, natuurlijk niet. Net nog over maandverband die onder je biefstuk legt.
Ja. Tuurlijk, ik begrijp het. Soms ga ik... Nou, waarop, jongen? Die bedoel ik. Ja. Doe er wat champignonnen bij een pepersaus. Je hebt het perfect. Wij vrouwen kunnen daar niks aan doen. Zo ik heb, ja, ik heb het over de verpakking van Albert Heijn. Ik heb het over de verpakking. Ja, dat weet ze wel, jongen. Oké, ik wil niet meer buigend over vrouwen doen. Denk je dat ik een echtzoenen dingetje noem? Biefstuk. Zou ik eerder een rosbief noemen? Jongen, jongen, echt niet. Kijk, mijn bijnaam is Lassie. Ja, ik hou meer van Nassie. Ja, precies. Hé, Dobbeltje. Hé, Dobbeltje, ben je er nog? Ja, zeker. Hey, Dobbeltje, wanneer is... Ik heb nog StreamYard uren. Aanstaand weekend. Even nu concreet, want ik ga zo slapen. Maar vrijdag, zaterdag, welke dag komen we live bij mij? Zeg jij in de comments. Wat heb je liever, vrijdag of zaterdag? Ik ben voor jullie beschikbaar. Dus aan mij hoef je het niet te vragen. Ik heb een uitdaging. Ja. Nou, als we rekening houden met McLaughlin, dan is het nog vrijdag. Oké, okay, ik wil wel graag één afspraak. Delen jullie tot de WhatsApp groep dat iemand live gaat van de streamers? Want dan komen wij gewoon, dan kunnen wij het ook allemaal, kunnen wij besluiten om ook bij jou te komen. Ja, tuurlijk. Nee, maar daar is die groep voor. En mensen, join gewoon, Dobbeltje, nodig even de mensen uit die nu hier zijn, zeg maar. Die je vertrouwt, nodig die uit in de groep. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer op ja, mijn kanaal. Hanneke Zizel. Wie weet, ik word ook bij mij ook, ik ben super beroemd. Maar die paar, dat mag wel. Ik ga ook een kanaal beginnen. Nou Marco, jij bent bij mij nu al beroemd. Ja. Je stream is erbij, dat is hartstikke gezellig. Nee, ik blijf lekker bij jullie. Ik ga mijn eigen lijf niet opstarten. Heel verstandig. Ik zei het ook tegen Dob. Abonneer op Bartje Bom ook dan. Ja. Wat zei je, Dobbertje? Komt helemaal goed, Bart. Dan kom ik ook bij jou, Marco. Ja, tuurlijk, dat weet ik. Op YouTube. Dat weet ik, tuurlijk. Daarom abonneer op mijn kanaal, je weet het nooit. Maar sowieso, ik kom gewoon bij iedereen op bezoek. Nee, Hanneke. Heet je kanaal letterlijk Hanneke Zizou, toch? Hanneke? Wanneer... Ja. Hey, ik heb een heel leuke... Hallo, mag ik even? Hanneke, jij gaat gewoon deze week... Nou, vooruit. Wanneer ga je beginnen? Wat? Ik weet niet, man. Ik zit nog te twijfelen, maar... Ja, ik heb ook niet genoeg abonnees. Ik heb er maar 21, hè? Nou en? Dan gaan we nu allemaal massaal abonneren. Bij 50 abonnees kan je live. Oh, echt? Dus massaal abonneren op Hanneke Zizou, toch? Zet het even in de chat, Hanneke. Zet je naam even in de chat. Ja, het is gewoon... Hé, maar Dobbel, ik had gekeken. Ik heb iets van 500 abonnees, hè? Ja, dan kan je makkelijk live, jongen. Marco, ik ga morgen Dobbeltje alles uitleggen. En Marco, ik ga je morgen ook alles uitleggen. Komt goed. Is goed. Zeker. Horen. Dat gaan we... zeker. We gaan dit met z'n vieren mooi bespreken. Echt wel. Dit wordt echt kicken. Maar Marco... Marco, als je echt net zo gek bent als ik en wij gaan samen vloggen, dan weet ik zeker, jongen. Ik heb een heel mooi item, trouwens. Ja. Ik wil namelijk, weet je wat ik wil doen als eerste vlog? Ik heb in het verleden de Brinoordbrug beklommen, omdat ik mijn kinderen niet zag. Ik was in een zorgpak, ik ben in het hart van Nederland gekomen. Maar ik wilde dus eigenlijk dat? Voor me. Ja, dat was ik. Maar in ieder geval, dat was in 2006, hè. Maar klopt, in ieder geval, want in Amerika doen ze tot de Empire State Building. Klopt. Fathers for Justice. I know. Zorro. Maar in ieder geval, mijn eerste vlog ik heb je gezien. Op dat kanaal ik wordt dus de Brinoordklug. Jij en ik gaan de Brinoord beklimmen, ja? Nou, luister, ik heb hoogtevrees, maar goed. Maakt niet uit, ik geef je alcohol, wat dan ook, komt goed. Oh, dat scheelt een hoop. Schijt aan de wereld. Maar dan wou ik eerst één met jou ook doen. Ik wil onze eerste rijles. Jij moet mij een eerste rijles gaan filmen. Terwijl ik al iets van 35 jaar mijn rijbewijs heb. Niks bijzonders. Waarom ga je een rijles nemen? Nou, om te filmen. Want als hij zegt, hij gaat uitleggen hoe je moet schakelen. Dan zegt hij, doe maar eens één. Dat heb je net geleerd. Pleur hem in zijn achteruit. Weet je wel? Dat soort gemene dingetjes. En dan aan het einde van de video... rij ik in één keer als een volgeleerde, zoals ik het geleerd heb en mijn ervaring. Helemaal goed kijk naar zijn ogen. Je moet constant zijn ogen filmen en zijn gezichtsmimiek. Oké. Jongen, dat is een gouden idee, man. Dat wordt een YouTube-knaller.
Oké, okay, voor de rest niks doen. Zeggen, ja? Anders krijg je copyright. Je hebt een heel mooi praten. Concept. Wij gaan morgen praten. Bek houden, verder. Ja. Bek houden. Spannend. Gouden idee. Bek houden. Ja, geweldig. Oké, okay, gaan we doen. Jot. Jot. Hij staat bij mij op de bucketlijst. Ik wil over de uitleg morgen ook aan. Staat bij mij ook nu. Via WhatsApp, audio. Hey Marco. Hoor ik ook alles. Yo. Durf je ook parasieten springen? Nee, en daarom ga ik het juist doen. Juist, dankjewel. Oh, nee. Komt goed. Ik heb het al 30 keer gedaan, maar absoluut. Ik ga nog een keer en ik ga met jou. Maar Bart, okay, je hebt het toch aan je hart. Dan kan je dat toch niet gaan doen zo. Ja, Hanneke. Nee, luister, meisje. Ik kan gewoon trainen. Ik kan alles doen. Ik heb 5 hartinfarcten gehad. Ik heb 3 stents. Binnenkort krijg ik weer een stent. Maar ik kan gewoon alles doen. Mijn hart is gewoon gezond. Ik heb een sportershart. Maar, dus ik kan tegen stress. Dus je hebt een vergroot hart. Waardoor je ik heb een sporthart, ja. Klopt. Daardoor raken je hartkleppen ontwricht. Klopt, ja. Klopt. Okay, dus je hebt ook een pacemaker? Nee, nog niet, goddank. Nee, dus ik heb 5 hartafvallen gehad. Je hebt geen hart- en ritmestoornis. Mijn eerste was in 2006. En in 2018, 2019, 2020, 2021 nog 4 hartaanvallen. Wow. 3 stents nu. Onder de zware medicatie, racen weten. Je hebt bloedvernauwingen. Ik heb ook een beetje stimulatie. Je hebt bloedvaatvernauwingen ook, hoor ik. Ja, maar ik kan het niet uitstaan, weet je. Ik ben gestopt met roken nu. Ik doe gezond. Ik probeer gezond te eten. En weet je, maar mijn moeder is overleden op 58 jaar geleefd in een hartstilstand. Dus ze zit in de familie. Ja, en daarnaast moet je ook niet vergeten dat een kleine herstel kun je verwachten van bloedvaten. Ja, bij stoppen met maar roken. Niet volledig. Nee, datzelfde als met hersenen, maar die komen ook niet meer terug. Dat merk je weer bij maar mij. Maar gozer, Marco, ik zal je vertellen, ik heb in 2020 een TIA gehad ook. Een beroerte in mijn hersenen. Damn it. Dus ik heb een TIA gehad. Trouwens, ik heb nog een plekje op mijn longen, wat nog onderzocht wordt. Die is nu een centimeter groot. Je gaat echt niet in je parachute springen dan, hè, Sahbi? Ja, echt wel. Dat gaat niet zo, hè? Hanneke, er staat op mijn bucketlist, meisje. Als ik dood ga, wil ik dat nog gedaan hebben. Wat vind je vrouw ervan? Mijn vrouw vindt het niet goed, maar daar heb ik schijt aan. Oké. Nee, het is mijn leven, toch? Maar oké, maar hou wel rekening. Alsjeblieft. Ja, doe ik wel. Ik heb een testament gemaakt. Mijn hele spaartegoed gaat naar haar. Alles gaat naar haar. Als ik dood ga, mag ze alles hebben. Maar ik denk dat ze thuis, ik bedoel, als persoon zal missen. Dat bedoel ik. Niet jouw geld. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Okay. Nou, geloof me. Ze heeft ook wel rust, denk ik. Ja, nou, heel eerlijk. Ze heeft wel dat rust. Nee. Nou, hey, Bart. Ja. Ja. Dat, wat jij zegt, dan heeft ze rust. Jij zegt het met een lach. Maar gisteren, toen moest ik even wennen aan jou. Toen zei ik hier letterlijk in mijn eigen huis zo. En er stond een microfoon uit van tering. Nou, ik heb een vriendin. Nou, die zal het onderhand er ook aan het hart krijgen. Zo zei ik dat in mezelf, hier ook. En niet als humor, hè. Nee, dat ik, iedereen praat toch wel eens in zichzelf, of ben ik dat? Nou hoor. Ja. Jot, we zijn niet gek, we zijn een vliegtuig, ja? Precies. Ja, de hele wereld is gek, behalve wij. Ja. Iedereen is gek, behalve ik. Oh ja, weet je trouwens dat de aarde hol is, of de maan bedoel ik, en het is een observatiecentrum van aliens. Je hebt de dark side of the moon, er is nog nooit een mens geweest en nooit iemand heeft die duistere kant kunnen zien. Snap je? Zelfs niet... Hanneke zegt dat ik dit op Beagle heb lopen lullen. Huh? Dit heb je al Beagle lopen lullen, zegt Hanneke. Ja, dat maakt er niet uit. Ik bedoel, ik race. Maar is de maan is hol? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat las ik op internet. Echt heel bizar. Ja, ja. Dat, er was een maanlancering met geluidssensoren, waardoor je met zo'n grote klok, weet je wel, van een kerk, zo'n boink hoort. Ik moet nog toen die landen. Wat? Dan schrikken jullie dat uit. Een of de boink, weet je wel, boink, boink. Huh? Dat dus. Maanlanding, geluidssensoren, en daardoor kan je horen dat de maan, zeg maar, hol is. Ja, dat is heel bizar.
Ja, ik heb het ook maar gelezen. Ik las het ook maar. Het is wel een ding, een bepaalde iets in de maan, dat dat kapot maakt of zo, dat het wat een beetje kapot is. Waar heb jij het nou over dan? Geen idee. Ja, onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, die... Oh, de observatiecentrum van de aliens zit daar zo. Over de maan. Bart, jij weet dat toch wel? Nee. En Reza? Reza weet dat. Reza. Hebben jullie die NASA-beelden gezien op YouTube? Kun je zien dat er hele basissen zijn gebouwd. Hè? Er is meer op de maan dan jij denkt, hoor. Er wordt gewoon gebouwd en zo. Let maar op, over 100 jaar heb je de gevangenis niet meer hier op aarde en de TBS-kliniek. Dat wordt op de maan. Dus, geloof. Hey, gozer, dan wordt het dus letterlijk loop naar de maan. Ja, ja, ik weet het niet. Loop naar de maan. Ja, precies. Ja, ja, ja. Loop naar de maan, joh. Dat is een duurder gaat zijn. Dat is een duurder grap om dat te realiseren. Dus ik denk niet dat ze dat gaan doen. Jawel, met drukke penis moet je werken. Nee, ja, ze kunnen ze ook in de Sahara-woestijn neerpleuren, toch? Juist. Ja, precies. Ja, dat is goedkoper als op de maan. Laten maar wetenschappers naar de maan gaan. Dat is beter, denk ik. Ja. De gevangenen moeten gewoon op aarde wegrotten. Stel je voor, Pieter rotte maan. Nee, man. Mooi gevonden. Loop maar naar de maan. Ja, ja, loop naar de maan dan. Ik ga er een liedje over schrijven. Zou je dat leuk vinden? Doe dat. Ik ben heel adrem. Oh, ik Marco, kan hem jij zelfs en ik kunnen het echt goed vinden. Doen. Ik kan niet naar de maan lopen, jongen. Ik kan hem zelfs nu doen voor je. Loop maar naar de maan. Ja, doe dat. Marco, jij en ik worden een gouden loop duo. Beloofd. Ja, loop naar de maan. Loop naar de maan. Kijk, hoor. Marco, denk aan maar, Marco. Hanneke, rustig. Hoor je de gitaar? Jazeker. Oké, dus wat rijdt er op? Maan, baan, zwaan, laan, kraan. Doe de camera aan. Nee, doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Ik zie alleen even te rijmen, kijken wat er allemaal op rijmt. Vergaan. Jullie zijn Rio, no fucking deal. Iran. Nee, Iran, je gaat eraan. Oké, komt-ie. Iran, loop maar naar de maan. Pak maar daar maar aan staan. Jij, Iran, voordat je dobbel aanvalt. Met je vader woorden dat hij iets zou hebben misdaan. Iran, ga maar en loop maar naar de maan. Marco, I love you! Nou, dat was alleen even een voorbeeld. Ja, niet over mij. Jongen, wordt vervolgd. Ja, hè? Over de oorlog. Zeg maar over de oorlog. Hey, Dobbeltje, ik heb een video in de wacht gezet. Hey Marco. Yo. Jij, wij zijn allebei 48, 49. Vind jij het erg om ouder te worden, of niet? Ja, zeker wel. Okay. Ik verras. Ik vind wel, je steekt wel heel erg je hoofd in zand, meisje. Je vader heeft het net allemaal gezegd. Nee, vertel ik daar zo over. Hier is het geen zand, hier is het geen zand. Oh, die. Dan kan ik het ook niet doen. Ik zal maar een beetje inbinden als ik jou... Kan je wel kijken met je rare ogen? Nee. Want? Heb jij een reden om zo tekeer te gaan? Ik vertel je nou iets, ik confronteer jou met iets wat jij gedaan hebt en wat gevolgen heeft voor de rest van de wereld. Iranier! Ja, precies. Nou, en jij loop doet maar iets, naar de maan, Iran. Dan moet je niet klagen dat je hier zit, want dat is een gevolg van wat jij hebt gedaan. Iran, de kust. Mensen, ik heb gehoord dat dit zusje was van Iran, man. Wat? Ja, maar ik ken dit, maar dat is zwaar irritant. Kind. Ja, dat was het zusje van Iran. Autistische kinderen kunnen heel erg tegen draad zijn. Maar deze gaan wel heel ver, hoor. Klopt. Reza, kom eens met een goede video. Even kijken. Hey, maar Marco, ik wou wat vragen. Hoe oud voel jij je geestelijk? Ik ben 16. Tering, je lijkt mij wel. Ik ben 28. Ja, nou, we hoeven niet verder hier te praten, ja? Ik ben dus wel ouder dan jou, in mijn verbeelding. Ja, ik ben 28 en dat hoor je ook, want iedereen zegt,
Jouw stem die klinkt echt als een jonge god. Ja, man. Die klinkt echt als een jonge Don Juan. Ja! Jazeker. Hey, en weet je, kaal, vrouwen zijn gek op kale mannen. Klopt, ja. Want dat, weet je waarom? Ik weet ook waarom, hè. Psychologie daarachter is, ik zweer het je, iedereen hangt op mijn lip. We lijken op een baby. Maar goed, toch, we zijn zo hey, schattig. Kussie, en kussie. Toch neuken we hun hersens eruit. Jij bent schattig, maar ondertussen I fuck your brains out, bitch. Ja. Ga maar deep throat, hè. Deep nee, throat, hoor. Bitch. Ga maar lekker. Ah, hij moest hem zakken. Ja, ik kon hem niet laten. Ik kon hem niet laten. Die, dat is een bigo, hè. Ja. Nee, die was een Canton heet hij. Hij staat Duivelse Turk of zo. Heet hij? Hey, nee, het is een bezeten Turk. Bezeten Turk, zet maar op. Maar je moet wel een sterke maag hebben, want soms valt er wat uit zijn neus. Zet hem maar op, bezeten Turk. Ik heb veel geld, dan kan het toch niet worden. Ik moet me inhouden, anders gooit mijn vrouw het internet eruit. Dus, Ai. Dat is goed, man. Ik ga ook zo afsluiten. Ik had een keer een vriendin in Zeeland en ze werd altijd boos omdat ik liedjes van Bluff omdraaide. Maar zij kwam uit Zeeland. Speelde ik te dit, moet je horen. Even kijken. Ik zo in het refrein. Even kijken. Hier aan de kust. De Zeeuwse kust. Met je schaamhaar op je dijken. Laat het echt maar niet bezwijken. Als het kort is en gedaan, dan heb ik nog maar iets te zeggen. Zoiets, weet je wel. Dan werd ze kwaad. Marco, jij moet gaan optreden. Jij bent echt goed, man. Jij hebt potenties die je niet benut. Ik ga je morgen alles leren. Oh, jongen, gaan we dat goud, doen? Nou, goud, is goed. Je bent goud. Ah, maar, ja, maar dit zijn maar een paar simpele akkoorden, hoor. Ja, doe nog eens een simpele dan. Ik geniet er met volle teugen van. Ja, hey Bartje, blijf nog even, joh. Blijf nog even een uurtje. Ik wel, hoor. Ja, toch. Bart heeft het echt naar zijn zin en heeft zijn mattie wel gevonden, hoor. Black Mamba. Eigen nummer is dit. Maar ik weet niet of je het hoort, want het is een heel rustig nummer. Ja, wel te horen. Met maakt niet uit, komt goed, ik hoor het goed. Nou, ik ga hem iets harder spelen. There's something I want to tell you. Wow. Something I really want to say. Zo dan. Somebody else stole your love. What the fuck? Now I'm going away. Wow, man. Don't you cry, my dear. I'm afraid that I am disappearing. Afraid that I'm going away. Give my love away. Give my love away. Is it something that I can I'm
Wauw. Nog eentje. Wauw, man. Jongen, jij hebt echt ontzettend veel talent, hè? Nee, joh. Marco, doe er even nog in, alsjeblieft. Ja, man. Nee, weet je wat het is? Marco, even niet praten, even nog eentje doen. De kijkcijfers. Doe maar eentje erachteraan. Doe maar eentje erachteraan. Ja, de kijkcijfers zijn nu bij over de 50. Dat is veel te weinig. Dat doe ik niet. Ja, moet verdubbeld worden. Ja, en de likes ook, en de abonnees ook. Precies. Liken, delen, abonneren, subscriben. En geef positieve comments. Hè, Sjabouter? Marco, kom op. Even denken. Hey, ken je ook iets van Metallica spelen? Paradise City. Zou ik je eerlijk zeggen? Ja. Ik was... Paradise City. Ja. Heet dat nou? Take me down to the Paradise City where the girls are pretty and the girls is green. Ja. Even kijken, hoe ging die nou ook weer? Moet ik hem even een klein stukje draaien voor je? Hey Marco, jij kon ook eerst de ene. Ah, jij kon ook eerst de andere liedje, man. Ook een soort rocknummer, man. Oh ja, maar... Kom, ik had... Even kijken, hoor. Hoe ging dat nummer ook weer? Wacht. Ja? Wachten. Ik help je even. Twee tellen. Take me down. She's green and the girls are pretty. Please take me home. Nou Bart, ik zal je vertellen. Weet je wat ik doe? Red Hot Chili Peppers. Oké, nu kan je spelen, toch? Nee, luister. Het is één van mijn favoriete nummers van Guns N' Roses, sowieso. Absoluut. Met het nummer Patience, vind ik ook heel mooi. Ja, hij heeft gewoon hele mooie nummers. Knocking on Heaven's Door ken ik wel spelen. Ik heb me nooit gericht helemaal erop. Ik kan het wel spelen, hoor, daar niet van. Maar ik ben meer van de Red Hot Chili Peppers. Ja, die zijn ook goed. Hey, dubbeltje trouwens. Ja? Jij kan ook meedoen met mij en Marco, hè? Als het echt klikt en we kunnen leuke dingen doen. Jij kan toch ook mee? Tuurlijk. Er staat toch ook voor open? Dobbel zit automatisch bij mij en bij ja, jou. Ja, toch? Dobbeltje, dus jij moet mee, hè? Sowieso, man. Oké, dan. Abonneren, ja. Abonneer op Resumatory, Bartje Bom en Dobbeltje. Niet Dubbeltje.
Weet je, ik hou meer van elektrisch spelen, maar dat kan ik nu nou niet doen, joh. Het is al een beetje laat. Een beetje. Maar dan. Ja, nou zijn we helemaal discussie af. Jij bent gewoon nog een lekkere junko aan het draaien, zie ik. Ja, ik ook. Ja, juist. Laatste, en dan ga ik slapen. Ja, ik doe er ook nog een dan. Ja, toch? Hé, hey, maar ik wil best wel een keer de Red Hot Chili Peppers spelen. Of de Verve. Ik weet niet of je dat kent. Nou, doe nu. Ken je muziek van de Verve? De Verve. Laat eens wat horen. Nee. Ik uit mijn hoofd niet. Hey, Dries Record. Dobbeltje. Ja? Je hebt nu 440 abonnees. Oh, dat is wel lekker, man. Hey, iedereen die geabonneerd is, dank je wel. Mensen die welkom iedereen. Welkom, ja. Welkom. Ik ga een liedje voor alle abonnees doen, ja? Gewoon ja, zo doe uit. Dat. Doe maar welkom. Ja. Oké. Okay. Ik doe gewoon iets doen, hè? Ik verzin maar wat. Ja, logisch. Gaan we gewoon in Nederland. Beetje duister ondertoontje. Alle abonnees hier in ons lijf, laat het gaan of laat het komen. Laat het gaan, men overkomt als je mee discussieert. Dan zal ik staan aan jouw kant, want je bent een abonnee en we weten het wel. Kom, laat het gaan. Laten we gaan. Laat het gelijk aan onze kant maar staan. Laten we zingen. Laten we huilen. Over bergen heen vliegen. Mijn leven is jouw leven. Want jij bent een abonnee. En sommigen zeggen, lik me snee. Ja, toch? Ja, toch. Holy Mac, man. Vind ik altijd leuk, hè? Jij moet meedoen, man. Met Holla God's Talent. Nee, joh. Gewoon lekker. Ja, joh. Lekker hier. Ja, ook met goed. Met een glaasje bier. Nou, lekker hier, maar dan wel dadelijk met 10.000 abonnees. Ja? Juist. Dat is ons streven. En we zullen iedereen een hart onder de riem brengen. En we zullen iedereen adviseren. En we zullen iedereen waarschuwen. Van datgene kennis dat wij hebben. Mensen, laat de likes toenemen. Ja, mensen, vergeet niet te liken. Kost niks. Wij entertainen jullie 3 uur lang. Yes. Op zijn minst, geef een like. En abonneren. En geloof voor de vrouwen, voor de decadente vrouwen onder ons. Je krijgt ook, nu gaan we het krijgen. Je krijgt geen eelt op je wijsvinger. Oh my god, ik wist dat zoiets zou komen. Jot. Jij bent echt gestoord. Beetje. Ja, beetje. Maar dat kun je beter wel zijn in deze wereld, hoor. Wat echt. Ja, toch? Zo, man, ik heb nog nooit iemand zien lachen met een beertje in zijn handen, meer niet. Ja, precies. Ja. Je hebt mensen die niet verstandig zijn, dus zeg maar Down syndroom, die kunnen heel gelukkig zijn gewoon met kleine dingen. Weet je wat het is? Die mensen kunnen niet verder doordenken. Die mensen zijn altijd blij. Het zijn de gelukkigste mensen. Klopt. Ja, en daarom, echt waar. Wat dat betreft. Was ik maar dom. Ja. Ik begrijp. Had ik geen probleem, hoor. Zeker, ik begrijp het. Jot. Deel deze live, Smee Ari. Je hebt helemaal gelijk. Je hoort wat Smee Ari zegt. Deel deze live, mensen. Zou echt tof zijn. Ja. Deel het op Facebook, Telegram, Abonneer. Instagram.
Abonneer op Hanneke Zizou, Reze Motori, Dobbeltje, Bartje Bom. Ezra for Justice, nou, weet ik nog niet, maar als ze zo door blijven gaan, ook goed. Ik heb een video in de wacht gezet voor jullie. Een video, mooi. Oh, god. Yo! Gerrit. Ja, wie is het? Wat is dat al, Reza? Nee, dat is dat die binnenkwam, was dat, hè? Maar dat was niet meer. Oh, wie is dat dan? Dat weet ik niet. Ze maakt van mij, man. Oh. Wie? De manager van mijn kanaal, man. Van mijn kanaal. Welk kanaal? Ja, man. Ben je wel hier in live aan het zijn? Ja, man, je bent er. Gezellig, man. Ja, en dan de hele avond jullie aan promoten. Ja, hey, leuk Geert Willem. Ik zit even die comments te kijken, want die mensen, ja, niet iedereen kan er boven komen. Nee. Feit is wel, tuurlijk, lijkt mij toch wel, jongens, gewoon als mensen met hun talenten naar boven willen komen, dan moet kunnen. Ja. Maar Dobbeltje, misschien heb jij toegang tot, heb jij een creditcard? Ja, ik ga deze week ga ik het wel even doen, man. Ga ik, kijk, upgraden. Het is niet duur. Het is €20, weet je. Dan kunnen we de kosten gewoon delen. Maar ik kan met bewindvoering geen creditcard aanvragen. Ja, en mijn vrouw wil het niet doen. En terecht. Mijn vrouw zegt, ik ga voor jou geen creditcard aanvragen. Dan kunnen er 10 mensen in, toch? Dan kunnen er 12 mensen in. Oké. Okay. Ja. Maar als je bij JB kijkt, dan kijk, als je meer dan 10 mensen hebt en je krijgt inderdaad discussies zoals in het begin, dan praat iedereen door elkaar heen en heb je totaal geen overzicht en dan eindigt de live in een ruzie. En misschien heb ik nog wel eigenlijk een tussenoplossing wat niks kost. Maar ik weet niet of dat klopt wat ik nu ga zeggen. Is het feit, stel ik maak ook even een account aan dit en dat en ik geef jullie de logins of weet ik veel wat. Hebben we er sowieso weer een gratis? Nee. Dat kan niet. Je kan. Reza, jij weet dat beter. Kan je met StreamYard gewoon live op een kanaal waar je 30 abonnees hebt? Ja, kan. Oké. Nou, dan kan het wel. Oké. Dan is dat een middenweg. De gulden middenweg. Ja, de middenweg is ook in Rotterdam. Leuk. Mooi is dat, hè? Heb jij er ook in verdiend wat de gulden middenweg letterlijk gaat betekenen? Fibonacci retracement, weet je wel? Nee, ik ben bekeerd in de middenweg. Ik ben er zelfs op tv geweest. Ik ben op tv geweest. Dit mag geen toeval meer hebben, dat ik hier zo op... Vind ik. Nee. Maar absoluut. Nice. Je bedoelt niet de gulden middenweg, maar de gulden snede bedoel je? De gulden snede is letterlijk van Leonardo Pisano uit 1286, geloof ik. Jij zegt gulden middenweg. Ja, hetzelfde. Het heeft beide dezelfde betekenis. Zowel de gulden snede als de gulden middenweg. Alleen de gulden middenweg is in de volksmond. De gulden middenweg is iets heel anders, hoor. Gulden middenweg is in de volksmond. Gulden middenweg is de volksmond. Ga je gang. Ik luister even. Gulden middenweg is als je, zeg maar, dat is niet. Dat is zeg maar dat je, je weet wel. Dat hetzelfde heb je als de gulden snede, vriend. Ik heb daar heel erg op ingelezen. Ik ben overtuigd van. Jullie hallo zeggen tegen mijn kindje? Ga maar googlen. Dit is de eerste keer dat ik de gulden middenweg en de gulden snede met elkaar... Beide hetzelfde is. Ga maar googlen. En het is uitgevonden door Leonardo Pisano. Ja, Pisano is een wiskundige. Ja. Wetenschap. Wiskundig. De gulden snede komt van Euclides. Weet je nog? Fibonacci retracement. Fibonacci, dat is de rij van Fibonacci. Dat is van Leonardo van Pisa. Maar dat is anders. Euclides, die kwam er als eerste mee in de wiskunde, was dat. Toch? Nice. En maar gulden snede, gulden middenweg. Gulden middenweg is bijvoorbeeld dat je dus, je komt elkaar niet overeen over iets. En dan kies je zeg maar de gulden middenweg. Ja,
dat je het samen wel eens wordt. Absoluut. Klopt. Ja, 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 absoluut. 100% wat je zegt. Klopt. Zie je? Als je heel erg Google verslaafd bent en leergierig, dat je twee fragmenten door elkaar kan halen. En dit is ook mans genoeg. Ik maak een fout. Ja, maar... Ik maak een goddamn motherfucking fout. Maar, whatever. Ik wou me er nog in verweren. Ik denk, misschien kan ik je een beetje buigen, maar dat lukte me niet. Ben ik eerlijk in? Ik wilde je ombuigen naar mijn waarheid op dat moment. Ik denk, wow, joh, dat moet ik niet hebben. Maar ik had het al gezegd. Dus ja, dan kan je... terug. Kijk, je hebt de gulden middenweg, de gulden snede. Klopt, en de gulden, klopt. En de gulden regel. Ken je de gulden regel? Dat is ook zoiets, hè? De gulden regel is in religie, komt dat voor en zo. Oké. Maar de gulden middenweg en de gulden snede, die zijn wel beide hetzelfde. Alleen de gulden snede. Nee. Gulden middenweg. Echt waar, ik las dat wel op internet. Ik zweer het je. Echt een gulden alleen snede. Het is niet van Leonardo Pisano, dat niet. Het is van Euclides, de gulden snede. Het is echt een wiskundige... Het is van de meetkunde, komt dat. De gulden snede. Ja, ik ga er nog even op nagoogelen, hoor. Volgens mij zit ik er nog niet eens zo naast, joh. Ja. Niet iedereen... Is het nou van Leonardo Pisano, eerlijk zeggen? Nee, Leonardo... Dat is... Dat is Fibonacci, hè? Nee, dat is... De gulden snede komt altijd voor in de natuur en zo. Weet je? En die rij van Fibonacci, die heeft er iets mee te maken, maar niet... Ja, die berekeningen, klopt. Wat je ook met wiskunde krijgt en met IQ-testen, krijg je toch ook die getallenreeksen. Wacht even, en altijd komt die op hetzelfde terug, op momentje 9, min 6 doet geloof ik, weet ik veel. Krijg je weer hetzelfde getal, weet je wel. Ja, het is een... Net wat je zegt, architectuur is daarop gebouwd. Het komt overal in terug. Ja. Maar zover heb ik me niet ingelezen, hoor. Dat zeg ik eerlijk. Ja, het is zo. Wel leuk dat jij het weet. Ja, jij dacht dat iedereen een idioot was hier. Je dacht, ik ga ze even allemaal onderhandelen. Met lagere schoolgasten. Nee. Iets wijs maken. Nee, dat niet. Want hier op YouTube kun je alles verwachten. Ja, precies. Nee, er zitten hier ook mensen die... Zo. En graag, hè. Want je kunt... Het is juist goed om een discussie te hebben waar je niet altijd gelijk in hebt. Dank u. Ik was net even iets aan het eten, weet je. Ik ben even goed even hoezen. Nootjes ben je aan het eten. Tinda's. Nee, pizza. 26 euro voor een vakje pizza, man. Heb ik net betaald. Ongelooflijk, man. Ja, maar gek, man. Ja, maar dat was in vroegere tijd, in de gulden tijdperk, was het gewoon 52 gulden, man. Daar kon je gewoon je hele week boodschappen voor doen, man. Ik heb wel spijt dat ik die pizza besteld heb. Echt. Hoezo? Je kan toch een stukje bewaren vanmorgen? Is die toch goedkoper geworden? Nee, Reze eet alles op. Ja, hij is al op. Ik hou niet van koude pizza die je nog moet opwarmen. Weet je wat het is met die kaas? Als je de volgende dag hebt en je gaat het nog opwarmen. Ja, klopt. Als je hem twee keer opwarmt, is het vies. Dan wordt het een soort plastic. Ja, dan wordt kaas het taai. Wordt, ja, het wordt echt taai. Ja, niet vreten worden. Het voordeel is wel dat je echt... als je één keer zo'n pizza hebt gegeten, dan heb je gelijk een maand geen behoefte aan pizza en zo. Klopt. Klopt. Ja, ik denk ik doe vandaag ook eens gek, joh. Ik lekker spaghetti bolognese maken. Ik ben kok eigenlijk van beroep. Ja, weet ik veel dat in één keer de biljonblokjes een stukje groter zijn. Oh. Dus ik ben gewend op 1 liter 1 blokje biljon, weet je wel. Ik gooi hem erin. Denk, ja, volgens mij was die best wel groot. Was al gesmolten. Zout, jongen. Ik kreeg hoge bloeddruk, wil je niet weten. Hé, hey, Dobbeltje, ik heb een video in de wacht gezet over Sabir in zijn vroegere carrière toen hij nog slank was. Oh ja, ja. Ik pas een beetje op met video's van andere mensen, man. Ja, deze, kijk uit. Is voor mij, deze. Hoezo? Is... Word je bedreigd? Nee, maar dan kun je wel niet gevallen worden en zo. Dit is een hele oude, hier zit er een copyright op. Dit is een hele oude, de jaren 90 is deze. Er zit overal, zit hier een beetje, zo'n beetje. Oké, dat kan toch.
Oh ja, ja, dat kan geen kwaad. De jonge Shabir. Ja, die kan ook zo doorlopen naar de GGZ. Tering. Gaat daar niet goed. Welke drugs hebben ze daar? Afghaanse shisha. Lekker hoor. Lijkt wel de baspartij van Larry Graham. Kennen jullie die van de jazz bassist? Dat is ook mooi, hè? Dat is een basinstrument. Wat zei je? Ik hoorde je niet. Ik hoorde je net niet. Ik zeg die basgitaar op de achtergrond. Oh. Want, ik ken een jazzmuzikant, die heet Larry Graham. Oh, ja, die zegt... Ja. Is ook een gitarist, toch? Ja, maar dan basgitarist. Ja, en hij zingt ook nog, toch? Of zo, dacht ik. Klopt. Ik heb, zal ik nog een video afspelen? Of, oh nee, wacht even. Eine Matz Tiro. Oh ja, ja. Eine Matz Tiro. Oh, ja, ja. Wat heb je in je hand? Ja. Ik heb een video voor je. Ik een vogel. Die heeft Dobbeltje volgens mij al gehoord, maar... Leuk, ik heb een man. Heel mooi liedje. Een heel mooi stukje... Ach, bonus. Een stukje muziek. Ja. Een stukje muziek van een artiest die jij misschien kent, Black Mamba. En ik wil ben benieuwd. Ik wil jouw mening over hem horen. Ja, ja, dat is goed. Eine Matz Tiro. Wacht even. Oh, dat is wel jammer, hè, van YouTube. Je kan mensen niet toevoegen. Ja, dan... Nee, dat kan helemaal niet. Hij staat in de wachtdobbeltje. Maar Reza, jij zit dus ook al... Jij bent van de oude garde. Ik heb een fietspun met een dubbelbom. Daar rij ik mee door het ganse land. Van de berg dat... Nee, dat is niet het juiste liedje, Reza. Dubbele wijde banden heb ik om mijn fiets. Oh, die buitenbanden zijn... Hij komt uit Rotterdam. Ja, daarom uit mijn vader kent hem. Dubbele wijde banden zijn op de bom. En ik wil jou leren iets... De grande, dubbele wijde banden is een nipotem, allen deus onder hem. Toen ben ik weer naar huis gegaan, de banden van mijn fiets gegaan. Ik wil je echt mijn mening aan. Dat dit me niet, dubbele wijde banden heb ik om mijn fiets. Oh, die buitenbanden zijn niet meer voorhanden, zet ze daar om uit de zon. Maar mag het uitzetten. Ik vind het echt niks. Ja, je moet die andere draaien. Eine Matz Tiro. Het is toch een goeie liedje. Ik ben ook gek op muziek. En ik nee, maar je moet die Eine Matz Tiro draaien. Huh? Ik weet niet, maar ik vind die ene jongen op de Jos die band met de triangel beter. Ja? Oké, okay, Eine Matz Tiro. Laat. Jullie menen dit, maar ja, smaken verschillen. Sorry voor de belediging. Ain't no party like alcoholic party. Hij staat in de wachtdobbeltje. Ja, dat vind ik wel leuk. Hey Marco, we gaan samen zuipen een keer. Ja, doen we man. Dat wordt. Wij gaan het echt doen. Maar dan gaan we echt over de top. Aanstaand weekend, jongen. Aanstaand weekend. Oh, is goed. Alsjeblieft, hebben jullie daar wat van gehoord? Dat sommige mensen kunnen echt een hersensbloeding krijgen van een hele slechte muziek. Ja. Ik vind dit zo... Ja, Hans Steeuwen zou zeggen... Het gaat om de humor. Klopt. Ongeïnspireerde bagger. Oh, ja, net zoals, hoe heet die eikel?
on-on geïnspireerde bagger. Zo moest ik het zeggen. Uit Volendam. Uit Volendam? Jantje Kots. Jantje Kots. Ja joh, precies. Ja, daar wil ik nog niet eens over praten, man. Ik krijg gelijk een brok in mijn keel. Ik dacht dat hij dood was. Ja, leeft hij nog? Ja. Hij heeft het hemeltje overleefd. Nee, maar dat is geen humor, hè? Oh, het hemeltje is die, dat is dat café waar iedereen... Dat was er ook. Verschrikkelijk, hè? Gewoon op een mooie dag even het jaar inluiden en dan breek gewoon door kerstversiering de brand uit. Mensen ben ik die nou stoned of veranderen die kleuren? Ja, die kleuren veranderen. Maar je gaat toch niet... Oh, ik ben niet stoned. Het plafond ga je toch niet versieren met echte... Ja. Takken. Klopt. Van, moet je nooit doen. Die kleuren, houd de kleuren even hetzelfde alsjeblieft. Ik wil helemaal para, man. En zal het ook... Je moet dat echt neerreed dat. Tegen brand, weet je. Heb je wel eens een kerstboom gesproken, hoe snel dat gaat? Ja, man. Ik heb echt te doen. Ik heb hele documentaire gevolgd van die mensen die wel overleefd hebben en zwaar verminkt zijn. Nou, het viel me wel op. Hun zijn wel weer in één keer heel gewaardeerd naar het leven toe. Ze hebben wel zoiets van, ik heb een tweede kans. En dat zeggen ze ook letterlijk in hun documentaire. En die mensen hebben het zo zwaar gehad. En geloof me, brandwonden. Ik brand wel eens mijn vinger aan de oven. Het is verschrikkelijk. Maar weet je wat het ook is aan ergste aan brandwonden? Ik heb ook niet dat documentaire. Mensen in de chat, alsjeblieft, man. Als je nog maak video's over mij, ik verdien het niet. Doe niet zo raar, man. Als je nog jong bent en je moet nog groeien, zeg maar, in je lichaam, in je huid en zo. Hè? Kijk, iemand die volwassen is, die brandwonden krijgt. Ja, die groeit niet meer. Hè. Je bent al volgroeid, zeg maar. Uitgegroeid, hè? Ja. Sorry, maar iemand van 12, 13, 14, waren echt hele jonge mensen daar. Ik weet niet of het 12 was, maar het was nieuwjaar. Schrikkelijk. Die groeien, die moeten steeds een operatie, steeds weer een operatie, weer een operatie. Je huid die groeit, maar een verbrand huid en litteken aan litteken krijgen. Verschrikkelijk. En die pijn die ze daar mee moeten doorstaan, dat is... En hel op aarde gewoon. Die mensen die vervloeken alles gewoon op dat moment. Ja. Die huid die wil groeien, maar dat kan niet, dat gaat niet mee. Maar jij groeit. En die pijn die je daarbij hebt, naast het feit, gelegen feit, dat je pijngrens al hebt verlegd ten tijde van de brand. Ja, maar ze mogen wel van geluk spreken dat het in Nederland is gebeurd. Het gebeurt wel eens in derde wereldlanden. Ja, daar hebben ze geen brandwondencentrum. Dan heb je een heel groot probleem. Een heel groot probleem. Hier hebben ze tenminste... Toen zag ik ook het belang van het brandwondencentrum. Hè? Dat eigenlijk, Nederland heeft er eentje. Ik weet niet hoeveel landen nog meer zoiets hebben. Nou, je hebt drie gradaties trouwens. Hè? Als je verbrandt opruit. Ja. Ledenuit en bindweefsel. Ja. Meen ik zo uit mijn hoofd. Klopt. Mensen in de chat, ik hou alles in de gaten. Ja? Eerste graad, tweede graad, derde graad. Derde graad is echt dodelijk. Want je gaat uitdrogen, hè? Je verlies je vocht. Ja. Ja. Oh, brand echt. Maar je moet veel water drinken. Je mag niet zout eten dan. Huh? Ja, dat als je zout eet, onttrekt vocht. Je mag geen chips eten en dat soort dingen dan. Dus in Volendam konden ze geen zoute haring eten. Ik was een keer op het strand, ja, in de Middellandse Zee. En was met een paar vrienden van mij. Maar we lagen allemaal op het strand en zo. En de meeste van ons lagen allemaal op handdoeken en zo. Maar hij lag gewoon op het zand, zeg maar. Op het zand. Ja. Ja. En of later, in het zand. Lag hij in of op? Op het zand. Ja, oké. Okay. Je maar kan dat, er niet in leggen, gozer. Maar dat jawel, dan moet je kruisje gaan. Je kan eronder of erop, maar je kan er niet in. Ja. Jawel. Als ik een klein kuiltje gaf. Hoe ga je dan in het zand? Gewoon, je smeer je in met die zand. Dan ben je eronder. Erin, dan zit je in het zand. Dat kan niet letterlijk. Je kan toch in het water? Drijfzand? Ja, daar kan je in verzuipen, maar dat is meer water dan zand. Ja, maar hoe je in het water zit, zo kun je ook in het zand zitten. Dat zat vol met zout. Hè. Het was niet alleen zand, maar er zat heel veel zout, die plek. En de volgende dag kreeg je allemaal bulten, echt van die galbulten op zijn rug. En die waren wel... Die waren dus echt, Karim. Die waren zo groot als tennisballen, man. Echt. Overal. Damn, man. Vond ik zo raar en zo.
Ja, maar zout is wel een heel gemeen goedje. Nou ja, je hebt het wel nodig, maar te veel. Kijk, alles met te ervoor is niet goed, zei mijn oma altijd. Ja, klopt. Behalve ik weet tevreden en te eten. Nou, ik heb hier een pan met spaghetti. Die is helemaal naar de kloten door één kuttebladje van een bouillon. Ja, weet ik veel dat het in één keer wat groter is dan normaal. Dat weet ik helemaal niet. Hak niet in de gaten. Ik gooi hem erin. Heel die pan mislukt. Hoe vaak kook jij voor jezelf dan? Ja, niet zoveel. Meestal eten bestellen. Oh. Heb je geen... Wil je niet samen of zo? Nee, helaas nog niet. Dus als er nog vrouwen hier zijn... Nou ja, je hebt mijn leeftijd. Je hebt toch wel een vriendin gehad in het verleden, of een vrouw? Ja, tuurlijk wel. Heb je kinderen? Ja, twee. Echt waar? Ja. Hoe oud zijn die? Even kijken, 17 en 28. Heb je kinderen? Wow. Nou, ik heb 3 kinderen. Juri die is 20, Barbara die is 23, Desiree is 25. Nice. Wij hebben echt... Marco, jij en ik... Echt, ik voel het aan. Dit gaat we hebben wel gemeen, hè? Bizar. Zeker. We zijn allebei prettig gestoord ook. Ja, joh. We gaan wat moois maken. Ja, yo, gozer. Hé, hey Marco, weet je wat bramladage is? Oh, god. Patatje, tuurlijk. Hé, waar woon jij dan, Marco? Ik kom oorspronkelijk uit Gouda. En ik woon nu in Rotterdam. Nou man, dan wonen we naast elkaar. Ik zie je morgen. Woon je echt in Rotterdam? Nee. Nee, je niet. Ik zie je morgen. Woon je in Rotterdam? Hey, trouwens. Woon in Amsterdam of zo, denk ik. Hey, wat wel interessant is, want ik wil morgen wil ik wel even naar voren brengen over de crypto. Daar heb ik een hele lange studie in gevolgd. Oh. Voor mijn optiek hoor, maar goed. Verder wil ik het ook nog over hebben wat wel lonend is. Bijvoorbeeld... Je hebt zeg maar HNT, dat heet helium. Dan kun je gewoon een heel simpel kastje met een richtantennetje kopen. Kost je geld, logisch. Maar dan haal jij gratis HNT binnen, helium. Het netwerk. Als je helium vanaf vorige maand in de gaten houdt tot nu aan toe, wat ik doe. Sinds mijn berichtgevingen zie je gewoon dat die... ontzettend mooi oploopt, maar ik geef geen financieel advies, natuurlijk niet, maar ik geef wel mijn mening. Dus dat wil ik morgen wel meenemen in de podcast, zeg maar. Maar kost dat geld? Kost dat geld, dat helium? Ja, dat kastje kost wel 500 hoor, maar die kun je gewoon op internet bestellen. Nou, wat kan je ermee verdienen dan? 300 euro per maand. Sowieso. Wordt tegen mij wat gezegd, moet je ervoor doen? En ook, alleen mijnen heet dat, mijnen. Wat is dat? Mijnen is zeg maar de cryptomunten via netwerk bouwen. Dus je bouwt samen met je omgeving en met de connecties die je maakt, via je richtantenne of rondstralen, noemen ze dat ook wel, kun je dan via het... Het is een netwerk, dus niet 5G... Maar waar Tesla en zo op draait. Toekomstig gezien, zeg maar, richting de onbemande auto's, taxis. Moet je dan aan gaan denken. Ik noem het eerder luchtkastelen. Ja, ik ook. Hé, hey, hallo, daarom zeg ik het ook. Ik wil dat mede morgen aan het licht brengen. Maar gewoon crypto in het algemeen zou ook wel... is wel een discussiepunt. Ik bedoel, Bitcoin staat betrekkelijk laag momenteel. Is dit de bodem? Kunnen we hiermee verder? Er is veel ophef over geweest, toch? Precies. En wat is de invloed van de macro, de grootmacht op deze wereld? Ja. Ten aanzien van wat er gebeurt zowel op de AEX-index. Ga zo maar door natuurlijk. En de invloeden van de Fed, Amerika. Hoe kan dat, hè? Dat ze zoveel invloed hebben op de koersen, zeg maar. En de institutionele beleggers die daar veelvuldig op inspelen. En waarom jij als kleine ondernemer in de cryptowereld van een euro nooit 2 euro zal worden. Ja. Nou, dat wil ik morgen wel aan de kaak stellen. En waar ga je dat doen? Je kan bij jou, kan hier, kan overal. Oh, oké. Ja, dat is goed. Snap je? Ja. Dat is gewoon wat ik naar voren nu al breng.
Ja. Dus ja, en dat zou ook heel erg waarderen. Even anders weet ik er niks over. Nou, is goed. Ja, ja. Doe. Is goed. En dat is echt bij je inkoopmomenten ook. Ik doe dan chart lezen en TA toepassen. Ja. En er zijn hier bepaalde live kanalen die alleen maar over de crypto gaan. En die prefereren alleen maar succesverhalen waarvan ik zeg... Dit klopt niet, jongens. Dit is gewoon zakkenvullerij. En dat wil ik aan de kaak stellen. Dat het één grote oplichtingsbende is. Maar wat zegt die terecht, want het is het ook. Die flutfluit in de chat. In de chat die zegt... Helium is een wifi-netwerk. Dat is niet echt minen. En de mensen die op het bereik van je wifi komen... Die uitzenden, dat je uitzendt... Daar krijg je helium crypto voor. Dus die betalen jou crypto, zeg maar... Als ze gebruik maken van jouw wifi, bedoel je, zeg maar, een beetje. Klopt, ja, het is het, in de volksmond zou je kunnen zeggen, maar hij heeft gelijk wat hij zegt, klopt. Dus daar hoef ik weinig aan toe te voegen. Nee. En dat heeft ook sinds kort bij mijn regie gepasseerd. En dat wil zeker niet inhouden dat ik nu in één keer allemaal met die kastje zit, hallo, met die dure elektraprijzen. Nou, hoewel, het vraagt maar het vermogen van de oplader van je telefoon. En inderdaad, je verbindt het netwerk, waardoor hun veel sneller dingen kunnen doen waar ik geen verstand van heb. Okay. Maar het schijnt dat er mensen zijn die 300 tot 400 per miner gewoon verdienen. Ja, als jij 10 mensen dan kent, heb je wel een leuk inkomen van 4, toch? Ja, zeker. Per maand. Daarom zeg ik... Maar is dat in echt gegarandeerd vast inkomen of is het een gok? Ik durf daar geen uitspraak over te doen, omdat ik me daarin zeker niet bekend in ben. En mensen, eerst één persoon heeft mij benaderd van Bigo, van joh, kan ik er één bij jou plaatsen? Maar ja, ik ben natuurlijk ook handig. Moet je niet eerst jezelf erin verdiepen voordat je, jij zegt, je weet niet alles, maar dan moet je toch eerst erin verdiepen voordat je... Precies. Ja, nee, over de crypto handelen, dus gewoon crypto, dus niet over de mining. Zoals ik dan zo net zei, wat het niet achteraf blijkt te zijn. Ja. Dat niet echt mining is, maar meer het netwerk te vergroten en de verbindingen te leggen om bepaalde zaken tot orde te kunnen krijgen. Nee, het feit bij mij zit gewoon dat ik gewoon aan de kaak wil stellen. Kijk uit wat je doet met je zuur verdiende geld, want niets is wat het lijkt. Nou ja, niets is wat het lijkt en alles is wat het niet lijkt. Precies, dus succesverhalen echt... kunnen we allemaal vertellen. Ja, want maar zelfs als die Zero Fox, weet je, die had heel veel geïnvesteerd in Spooky Shiba of zoiets. Dat heeft hem duizenden euro's gekost. Doe jij Shiba Inu? Ja, weet ik veel. Zero Fox is daar mee in het schip gegaan. Ja, sommige munten gaan failliet. Kijk maar naar Luna. Luna, die is destijds... Zoiets. Shiba Inu, hoe ze dat schrijven, ik ben natuurlijk geen Chinees of een Japaner. Hey, mensen, maar, over de 441 abonnees. Mooi zo. Nou mensen, namens Dobbel. Dobbel zeg dankjewel, jij het zelf. Maar... Abonneer ook op Reza Motori en Bartje Bom. Die Dobbel is wel een hele aparte keer. Het is 11:30. En ik vond het geweldig dat ik moest stoppen. Logisch. Ja, ga naar bed. Juist. Ik moet nog wat doen vandaag gaan slapen, snap je? Je bent een topgozer. Jij ook, man. Fantastisch. Mooi gesprek. Mijn nummer heb je ook in de chat natuurlijk. En ik ga jou toevoegen. Ja. Hey, Dobbeltje, ik heb nog één liedje in de wacht staan. Dus laat. Dan doen we nog één liedje en dan ga ik er ook afsluiten. Dan gaan we stoppen. Ja, heel goed. Ik ben in ieder geval een goede showleider. Een betere... Ik ben in ieder geval niet stil. Chop, 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 off we go in our funny old bus. Boom, boom, chugga, chugga, boom, boom, chugga, chugga.
Best goed, mensen. Iedereen bedankt die er aanwezig was vandaag. Zeker. Ja, man. We gaan morgen. Heel mooi. Oké. Dus ja, man. Iedereen bedankt, man. Slaap lekker, iedereen. Welterusten. Welterusten. Dat was supergezellig. Zeker, man. Ja, zeker. Welterusten allemaal. En, ja, en vrijdagavond, dat... Dobbertje en Marco en iedereen, Reza en zo, bij mij. Oké, zo. Ga ik bij mij stream uit openen. Gaan we doen. Komt iedereen, goed. Iedereen, bedankt voor het kijken. Dikke Assona. Marco, bij morgen. Hey, later, gauw. Dobbel, ga je ook helemaal naar bed? Of ga je nog naar die andere? Nee, half. Nee, ik ga slapen, man. Ja, Dobbel. Ik ben half ik in slaap. Ik slaapgelul. Ja. Oh ja, en iedereen in de comments. Morgen weer gezond op en slaap goed. Ik moest het wel andersom zeggen, maakt niet uit. Slaap lekker, morgen weer.